Dus laten we beginnen met een shotje. Laten we beginnen met een shotje. Ik moet nog een shot nemen, gewoon. Laten we beginnen met een shotje gelijk. Oké, wie doet de speech? Proost erop, dan. Zeggen jullie iets slims? Wij zijn nog een... Proost erop live, man. Zeggen jullie iets slims? In de mic, alsjeblieft. Okay, proost op live, gewoon. Proost op live, man. Op een virale show. 100. Op een virale show? 100. Ja? Prime time? Prime time. Ja. Ik heb net geen shotje gekregen. Nee, dat was niks, hè? Ja? Ik had een Mattie. Ik had een Mattie vroeger, hij zei altijd zo van, het is onderweg, zeg maar onderweg naar zijn blaas. Is het zeg maar opgedroogd, ik moet nog eentje hebben. Oh man. Man, die eerste slok proeft al naar Demon Time. Ja, ken Demon? Die? Demon Time, ik heb dat altijd met Henny, man. Wat betekent Demon Time veel? Geen rem gewoon. Ik zie een paar rare dingen in mijn hoofd. Dus ja. Geen rem, Niffel. Ja? Je kan zeg maar die Henny van mij 9 van de 10 keer eindigen, zeg maar politiebureau, ziekenhuis. Ellende gewoon, ellende. Ellende, daarom. Ik rook alleen eigenlijk. Je weet toch normaal gesproken. Ik Henny, man. Dat is niks, man. Mooie intro. Dames en heren, goedemiddag. Weer een zondag, weer een motherfucking nieuwe rookworst. We zijn samengekomen om de nieuwe tas van Arie te vieren. Arie! Je hebt een nieuwe tas! Oh, moet die niet Mike? Ja. Hey, die man is naar Spanje gegaan, die man komt terug met baga, man. Die ding, ik zeg eerlijk, die baga ruikt naar Salau. Prijs, help me. Ik hoor je. Kan je niet even een echtheid check voor mij doen? Ik ben niet zo'n scanner. Waar kan je dat zien? Bro, dit is Orsje, man. Ik zie het. Ik zie direct is Orsje, snap je? Waarom? Die leer is ver. Zie je niet? Je ziet die leer daar. Je ziet die leer daar zo soft. Dat je alleen niet echt die leer daar is zo soft. We zijn er samengekomen. Even laten we op de mensen mixen met z'n Aris en Nieuw Tassel. Aris, nieuw motherfucking bagger in de motherfucking streets. Zonder Aris, man. Shit, shout out naar Aris, man. Ik heb aan mijn rechterkant motherfucking king size. Je weet zelf, neef. Gezellig, man. Fakka. Ja, man. Rustig, beetje... bro. Mocht niet klagen. Je weet zelf. Relax gewoon. Ik moet een beetje, hoe noem je dat, wisdom kicken. We zijn er gewoon, bro. We zijn er gewoon. We gaan gewoon gezellig. Even chill. Een paar jonkels roken. Je weet toch? Even lachen gewoon. Ja. Waar moeten mensen jou echt van kennen? ik denk gewoon rappen, man. Ik weet toch, ik ben is niet... Is dat wel dat ene... Is toch, is, toch? Dat is mijn ding gewoon, ja. Neef. Snap je? Ik ga je eerlijk zeggen. Ja. Ik ben die guy van een gewoon een... Ja, zwarte t-shirtje, witte t-shirtje, je weet toch, al die bars. Dingen, het gaat een beetje langs mij heen, je weet toch, ik hou gewoon van pokoe maken. Ja. Snap je, dat is mijn ding gewoon, je weet toch, dus ik wil het liefst dat mensen mij zo herinneren gewoon van, ja man, dat is die guy. Pokoe. Ja toch. En Jonkos. Snap Appie. Je? Hoe is het? Wat is je echte naam? Abdurrahman. Ik ga niet proberen om dat... Nee. Abdurrahman. Geef de kans. Nog één keer? Abdurrahman. Abdurrahman. Je bent niet van, Schuldenswijk, toch? Daarom Abdurrahman. Kan je niet uitspreken. Wat is, welke afkomst ben je? Ik ben Mokro, man. Oh, Mokro? Fulu, ja, man. Heel wat zacht. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gehoord, man. Ja. Special name. Eerste naam van Gado, man. Ja, leg uit. In ons geloof is Abdurrahman de eerste naam van God. Betekent van iets? Betekent servant of God. Dope. Dienaar van God. Gek. Wauw. Ja, man. Gek hoor, dat is gelijk een last, gelijk een druk. Het is ook een OG-naam, je hoort hem niet vaak. Dus vroeger mee gepest omdat het niet uit te spreken was. Je weet, als je naar een nieuwe school gaat, dan gaan die namen en denk van shit, nu komt de mijne. Ja. Dan denk van ja man, ik ben het. Totdat de eerste keer iemand dus, Appie werd genoemd, was makkelijk. Appie, Ab der, ja man. Ja. Wat jij makkelijk vindt. Ja. Waar moeten mensen jou van kennen? Kleding, Daily Paper en daarnaast... C43 AMG. Ik ben een klootzak. Gewoon creatieveling uit Amsterdam, geboren en getogen hier. En, Captain Zen? Captain Zen, twee merken nu. Dus ik heb twee banen, man. Dus, lekker, man. Ik probeer gewoon creatief twee te zijn. Twee salarissen. God damn, niggas. Jullie moeten daarvan leren, man. Je weet alles daarvan, hè? Siggy en Deans. We zijn er, man. Siggy en Deans in de motherfucking building. Welkom, man, boys. Ja, man. We zijn er, man. Zijn jullie nog bij Tox City geweest? Wat is dat? Prijs! Bro, hij nodig ons niet uit, man. Prijs! Eigenlijk moet hij ons bij deze uitnodigen. Ik ga je regelen, maar broer, die dingen is hectisch, broer. Hectisch, hoor. We gaan het erover hebben. Nee, ik hoor je, man. We gaan het erover hebben. Prijs, Fakka. Fakka, B. Je bent broer. Je kent het wel. Prime time, nigga. Ik weet nou hoe je het doet. Ja?
Wat heb je aan vandaag over? Je hebt iets gewoon een relaxe. Gewoon relaxen, man, broer. Gewoon we zijn, wat is vandaag? Ik weet niet welke dag het is, snap je? Wat is het? Donderdag. Ja, man. Gewoon relaxen. Je kan zomaar misschien eindigen in de club. Ja, meid. Meid. Ik heb die vibe van je. Is die bril blauw? Ik zie jou daar ook, hè? Dat is ja, de gek. Dat is die gekke Tori. Vies. Kom je een vieze ollos tegen? Ga er niet over praten. Ga er niet over praten, die laat. Prijs, is die bril blauw omdat je polo ook blauw is? No, man. Die bril is niet eens blauw. Jawel. No, man. Wat is het? Het is hazelnootgroen met rood. Snap je? Huh? Die Gucci kleur. Is die Gucci kleur ook, snap je? Huh? Is die Gucci kleur toch? Maar dat was niet. Dat is, nou, is toevallig, man. Dat is hij komt precies. Hij komt super precies. Hij is blauw. Details. Maar je ziet wel dat je blauw ziet. Als je groen met rood. Ik zie blauw, zeg maar. Ja, toch? Begrijp het. Ja, oh, maar het is niet blauw. Dat zijn die nieuwe glazen. Je ziet andere dingen, snap je? Is om die man op het verkeerde been te zetten, toch? Ik ken die kots toch? Diamond Cut. Siggy en Dins, wat is het eerste wat jullie gaan baaien met jullie echte gekke rap money? Stel even, jullie krijgen nu allebei 4 ton op jullie rekening. Braas. Ah, je hebt wel toch? Wat ga je baaien? Dat zou ik baaien, man. Ik denk een kap, man. Wat? Ik denk een kap gewoon. Een waggie? Ja, man. Wat voor waggie zou je pakken? Ik denk wel een. Een Mercedes of zo, man. Welke Mercedes, man? Ga niet zo praten alsof je geen... C63, broer. Ja, je kunt het zeggen. Ik zeg je hoor. Ik denk je zegt die C63 om te zeggen, zeg maar. Nee, nee, waarom nee. C63, broer? Dat is een mooie kap. Streep. Hey, streep. Wat zijn je bij? 4 ton, hè. 4 ton. Je bij C63. Wat zou ik bij? Daarom zeg ik van. Je slimme kant praat. Die andere... Of wat zal ik nog meer bij? Ik weet het niet, man. Zeg je eerlijk. Ik wil Osso of zo, man. Gewoon die money in die Osso zetten, gewoon. Ja, man. Topnotch gaat je regelen. Inshallah. Investment. 4 ton is wel 2, eigenlijk. 4 ton is eigenlijk 2 ton. 4 ton op je rekening is 2 ton eigenlijk. Belastingwijs. Belasting. Ja. Ik heb 2 ton, sorry, je hebt 2 ton. Over Osso. Dan wordt het een golf. Nee, wat zei jij? Jij wil slim zijn. Ik zie jou. Nee, man. Hij is een slimme jongen. Hij is slim. Ik zou het sowieso stashen gewoon, denk ik. Ja? Stashen, of gewoon investeren gewoon. Ik ben niet slim met sparen, man. Ik ben slecht. Waar gaat jullie money nu aan op dan? Bro. Domme shit. Dom gewoon, bro. Vrouwtje. Ja, vrouwtjes. Jullie hebben allebei vrouwtje? Allebei vrouwtje. Ja? Je doet dubbel daten en zo? Nog niet, man. Moet je wel doen. Samen bowlen en zo. Maar jullie vrouwtjes kennen elkaar niet? Ja, man. Oh, ik wou dat zeggen. Jullie doen geen dubbel daten? We zijn gewoon in vibes, gewoon. Oh. Je zijn nog gewoon in... We zijn altijd samen. In weekenden ook. Gewoon als een vrouwtje is mijn vrouwtje. Gewoon flex van videoclip. Dan zijn ze er allebei, precies. Ja. Ja, dus jullie zien elkaar al, dus die dubbel date hoeft eigenlijk niet. Ja, ik hoor je. Hoeveel zijn jullie samen? We zijn buurjongens, man. Echt buur. Ik ken hem als dat ik. Ik ben aan het douchen. Ik klop op die muur. Het is belangrijk. Op het dak chillen, toch? Op het dak gewoon. Samen stiekem uit die dak, mag niet toch? Ja. Ga op die dak chillen, we gaan stoeltjes zetten, we gaan met elkaar chillen daar. Hij vraagt me snoesje. Ik ga uit die raam. Dat klinkt raar, man, bro. Hij vraagt me snoesje. Hij gaat je snoespakket naar mij, je weet toch? Gek. En hoe lang is dat dan? Sinds dat ik... Ja, ik ben 22, ik 21, ik denk. Sinds dat we 3 zijn of zo. Hij is later gekomen. 19 thuis, 18 thuis. Ja, man. En jullie hebben allebei geen andere broers of zussen? Ik ben tweeling. Je bent tweeling? Tweelingzus, man. Oh, tweelingzus? Ja, man. Jij ook? Nee, maar ik heb een broer en zus. Ah. Dat zijn niet precies, man. Jullie komen uit? Zandvoort. Rich nigga shit. Bloemenda. Dat is wat ze zeggen, man. Je bent welkom, man. Ik wil dat Zandvoort, ja, lijkt me leuk, man. Ik ben een keer geweest daar. Volgens mij is het Lange Frans daar, Osso keertje. Zeg ik het goed? Ja, volgens mij was ik een keer bij je heel klein geweest in Zandvoort. Ja. In Osso van Lange Frans. Het is gewoon relaxed bij het strand en zo, toch? Relax, man. Hoe zag jullie jeugd eruit, man? Zeg maar, gingen jullie, weet ik veel, krabben zoeken op het strand en dat soort dingen? Nee, hij had je voor een kawaitje. Ja, fuck, wij komen uit Aga, hij heeft ook strand toch? Bro, we hebben ghetto meeuw. We hebben krabben vangen en zo. Gingen jullie geen krabben vangen? Nog? Krabben vangen? Heb je geen jeugd gehad, man? Dan heb je geen jeugd gehad, man. Een skiffa? Waarom, man? Gewoon krabben, kreefjes, weet je die dingen die lopen op de grond? Krabben vangen. Weet ik veel. Dat deed jij wel? Ik ben verrast zelfs, man, broer. Mijn jeugd was appels in een zomervakantie ging ik appels van de bomen trekken. Ik ging zomaar jumpen achter vissen en dat soort dingen. Gewoon balie, man, gewoon op een pleitje gewoon. Ja, niet elke dag toch? Ik heb het over je jeugd, maar deze wij verkopen op de stoep.
Hoe? Limonade verkopen op de stoel. Die hebben we wel gedaan. Heb je dat gedaan? Ja, ja, man. Nee, kijk, ja, ik heb model. Auto's was zoals mijn model, man. Ja, van de buurman en zo in de portiek. Ja, had je van kwijt, je hebt je wel gedaan, toch? Man. Ja, toch. Moesten we die hoodie... Als model gewoon als je jong bent. Die groen, die... Hoe heet dat? Die onkruid. Onkruid, ja, man. Onkruid, wieden. Onkruid vergaat. Nog een lotto. Nee, maar ik heb dat heel veel gedaan, man. Hoe zag jouw jeugd eruit? Veel chillen, man, gewoon. En toen ik wat ouder werd... Kon je al voelen, zeg maar, in je jeugd, als je nu terugkijkt, kan je al denken, had je al zoiets van zo? Twee shotjes gedaan, man. Oh my god, ja. Als je nu terugkijkt naar je jeugd, hè, kan je dan, zeg maar, heb je dan het gevoel dat je toen al creatieve... Ja, maar ik begon al best wel jonge leeftijd te tekenen en zo. En ik kom uit een groot gezin, 4 zussen, 2 broers. En mijn zussen waren veel ouder. En die zagen me altijd. Ik was best wel op mezelf. Dus ik was veel bezig met creëren. Ik leefde een beetje in mijn eigen wereld, toch? Ook op schoolrapporten kreeg mijn moeder altijd van... Ja, je kind is alleen maar aan het afdwalen. Kijk buiten de raam. Ik leefde in mijn eigen wereld. En ja. Mijn zussen zagen dat vanuit een ander perspectief. En die zeiden van, kocht altijd tekenspullen voor me. Ik zat vroeger op schilderles. En was toen een punt dat ik deed het junior college bij Lelylaan. Deed ik VMBO niveau 2. En derde jaar moest je kiezen tussen techniek en verzorging. En ik wist niet wat ik wou doen. Dus ik dacht, ga gewoon techniek doen. Ik ging naar zo'n open dag. Je kon zien hoe ze een barbecue maakten. Ik dacht van, dat is wel flex toch? Ja. Ik werk gewoon met mijn handen. Toen zei mijn zus, nee man, je moet een kunstacademie proberen. Zaak is cool. Heb ik het Graas Lyceum. Welke zus zei dit? Mijn derde zus. Ja, shout out naar haar. thanks. Ja. Heb ik aangemeld, moest ik een opdracht doen. Was ik aangenomen en toen... Kijk, ik kom uit Osdorp toch? Dus ik hing weinig met jongens die een beetje op mijn denkniveau zaten, zeg maar. Ik merkte al heel snel van, ik had hele andere interesses. En toen ik daar op school was, kwam ik mensen tegen die... Best wel hetzelfde als mij denken. Dus je voelt je opeens niet meer alien. Je denkt van, ik ben met verschillende mensen die op hun eigen manier creëren. Wat je echt master vond, wat niemand master vond? Skateboarden. Skateboarden gek, vroeger in Osdorp heel veel. Toen had ik mijn elleboog gebroken. Toen ben ik maar gaan stoppen. ik was heel vroeg op anime. Hard. Toen ik 14 was, keek ik al One Piece, ja. Naruto. Kan je een beetje, wat is het, Japans? Is het beetje, Japans. Kan een paar woorden. Japans, hè? Japans, ja. Dus ik was vroeg op dat. Ook muziek. Ik luisterde veel naar NERD, veel MF Doom, Tribe Called Quest. Ik hield heel veel van jazz samples. Hoe heb je dat gecreëerd? Zeg maar, ik had het laatst met mijn andere zus erover. En ze zei gewoon van... het is gewoon dingen wat ik zie dat mij gewoon inspireert en triggert. Bijvoorbeeld jazz komt door GTA Vice City. Hard. Ze hadden een, je weet als je die waggie rijdt, heb je een verschillende muziekkanalen. Ja. En één radiostation speelde Roy Ayers af, Everybody Loves the Sunshine. En die track bleef altijd in mijn hoofd. Welke boek was dat? Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Hoe gaat die? Everybody Loves the Sunshine. Ja, man, shit, cruisen. Ja, dat zijn ze net. John Bob, niggas. Everybody loves the sunshine. Ik had toen geen internet, dus toen dacht ik van, yo, oké, wat is dit? En toen, ik had vroeger zo'n kleine radio, Aero Jazz FM. Ging ik altijd muziek luisteren en toen kreeg ik internet. En toen was er een hele nieuwe wereld voor me open. Toen heb ik Merk ontdekt als Bering Ape, waar jij heel erg fan van bent. Ja, man. Lupe Fiasco, Gold Watch. Daar heb je over allemaal verschillende merken. Yoji Yamamoto, Goyard, Neighborhood. Al die merken die nu wordt gedragen. Hij was spits. Gek. En dat heb ik allemaal geleerd, man. Toen ik realiseerde van dat BBC Ice Cream, Nigo Farrell. Dacht van, dit is hard, man. Dit ben ik. Ik ben die jou kwijt, man. Broek, geelig zeg. Laatste. Wat was die laatste? Nigo en Pharrell. Ja, die hebben een. Die hadden samen. Bro, jij koopt shit van Nigo. Nigo heeft net shit gedaan met Louis en zo. Met Louis. Niet net, een jaartje. Ja, een jaartje geleden, ja. Een jaartje misschien. Pharrell ken je sowieso. Ja, Pharrell, tuurlijk. Tuurlijk. Weet toch maar. Wat hij zei, die andere dingen bijvoorbeeld. I just buy Louis because it. That, snap je? Ja, maar dat is eigenlijk knus. Enigste guy die ik ken is Ablo. Best ja, die, snap je? Maar. Die ook heel erg fan. Die heeft het gemaakt, of snap je? Ik ben niet. Maar moet gewoon goed daaruit zien, snap je? Ja. Maar hij was zijn grootste inspiratiebron was Nigo bijvoorbeeld. Ja. Daarom heeft hij hem ook die collab gegund. Mm. Anyways, hij heeft hem die shit gegund. Dus besef. Ja, door dat, man. Besef. Crazy, en man. Ja,
Dus ook, hij ook, Nigo en Pharrell hebben samen ook zeg maar Beating Ape gedaan, toch? Ja, dus Pharrell ging altijd naar Jacob the Jeweler. Mm-hmm. En Nigo ging daar ook naartoe. En Nigo was al heel erg fan van Pharrell. Hij had gekke jewelry. En Nigo zei van, ik wil Pharrell heel graag ontmoeten. Dus toen ging Pharrell naar Japan. En hij had een plek nodig om te tapen. Dat Nigo hem uitgenodigd. Hij had een gekke office met studio, showroom en alles. En toen was Pharrell naar zijn showroom gaan. Zag je al die babes daar? Zei hij, dit is hard man, ik wil het hebben. Gaf hem al de samples. En op dat moment vroeg Nigo ook van, laten we een merk starten, BBC Ice Cream. Hard. Voordat Pharrell een deal zou doen met Reebok. Ja. Want eigenlijk zou Pharrell een kledinglijn beginnen met Reebok. Geen. Dus zo is het een beetje ontstaan. Dat uiteindelijk toch gedaan. Ja. Dus fast forward, kleding was altijd wel iets wat ik tof vond. En ja, een paar jaar later kwam ik Jefferson tegen, Hussein. Voordat we kleding begonnen, hadden we een blog. Toen maakten we kleding en toen dacht ik van, laten we dat echt serieus gaan oppakken. Hoe zit het in jullie wereld, man, zeg maar? In de zin van, zeg maar, oké, jij zit nu bij Daily Paper, toch? Maar word je niet, zeg maar, soort van, wordt er niet geflirt met je vanuit, weet ik veel, zeg maar, iets raars, of vanuit Chanel of vanuit... Ik was laatst... Nike, van Yoko ik was laatst, ja, ik heb een NDA getekend, non-disclosure agreement, dus ik mag hier eigenlijk niks over zeggen. Maar ik ben wel benaderd door een merk om creative director te worden. Gek. Maar ik heb nee gezegd. Gek. Want wat ik doe is heel erg gelinkt aan mijn jeugd, zeg maar. Ik hou van nostalgie. Dus waar we het vaak over hebben met Zen is heel erg nostalgie op wat ik privé heel tof vind. En DP's Afrika is gewoon heritage, is maar, cultuur. En dat is heel erg gelinkt aan mezelf ook. Dus, Zen, ken ik, die merk ken ik dan? Dat is jouw merk? Ja, nu, ik ben een nieuw merk begonnen. Okay. Ja. Het ziet er, die pet ziet er dope ja, uit. Ja, man. Thanks man. Thanks. Die chain ook daar. Thanks man. Hij zit gelijk die ei. Thanks. Vies. Dat niet kopen met je eerste salaris. Doe rustig. Dus, waar waren we? Nee, mooi man, mooi man. Ja, thanks man. Mooi thanks, man. Thanks. Mooi man. Zeg maar, ik praat dan gelijk over de money, maar het gaat gewoon vooral over gewoon, zeg maar, dat je als creatieve guy... Ja gewoon, man, zeg maar, en dat je ook kan laten zien dat je het kan met minimale middelen. We zijn met €6.000 begonnen. Gewoon stufie opzij gezet. 5 t-shirts, 150 stuks per design. En gewoon gaan man, elke dag. Mensen denken nu van, oh, je hebt zoveel mensen, je doet niks. Binnen een jaar, binnen hoeveel jaar is dit? 10 jaar man, 10 jaar. Dus maar Daily Paper staat al 10 jaar? Ja, 10 jaar. 1 april KVK, 2010 man. 2012, sorry. 2010 was de beslissing in 2012. Maar hoe komt dat jullie zo zijn geblowden, zeg maar? Wat denk je? Ik denk toch wel, wij zijn toch wel onderdeel van het merk. Zeg maar, het merk staat voor iets, maar we leven het ook echt. We zijn ook gewoon veel intact met onze doelgroep, man, met onze community. De rappers. Onder andere. Gewoon mensen die het merk tof vinden. Dat is wel waar ik het eerst zag, zeg maar. Ik zag veel rappers, droegen Daily Paper. Ik wist niet eens wat het was. Heb je het gedragen? Ja, wel, tuurlijk, of course. Ze hebben me geregeld. Ik heb een clip geschoten in Daily Paper. Love, man. Love, ja, man. Dus, we doen veel events, we geven terug. Man. We hebben een clip geschoten, 5 hits met Rema en Battle. Dus dat was gewoon in die store van Daily Paper. Sick, man. Dus SO9 sowieso. Maar thanks, man. Ik zelf, bij het begin kende ik het niet, snap ik. Zeg gewoon eerlijk. Ik wist niet wat het was. Maar daarna... Nu is het een beetje onvermijdelijk, broer. Nu is Daily Paper is overal. Als Jay-Z het rockt, dan weet je al van... Hey, het is wel iets. Dat was ook heel organisch gegaan. Wij kenden zijn mensen, Rock Nation. En we hebben wat speciale dingen gemaakt voor Ty Ty, zijn businesspartner. Mm-hmm. En opeens kom je met een order. En opeens werden we wakker met een plaatje dat hij... Ik wist precies welke aan had die New York Store hoodie aan. Ik dacht van, ja, dat is hard, man. En refereer terug naar die aflevering met Hussein, Rookworst. Foreshadowing gewoon, ik had die shotje al klaar, man. Ik ga hem met mijn eentje doen, man. Jullie doen toch niet mee. Ik doe mee, man. Doe je mee? Ik wou net zeggen, jullie doen toch niet mee, man. You don't pass. Let me shoot toe. Relax hem gewoon. Je bob niet eens, man. Je bob niet eens. Geef hem die batra zo liggen, man. Zie deze? Jij bent wel sterk, man, broer. Ik. Hai, man, broer. Je moet ook wel. King size is ook een meisje. En wat het mooiste is van... Je ziet nu een hele nieuwe generatie met nieuwe merken, toch? En dat is helemaal tof. Dat zie je ook met muziek, toch? Klopt. En stof dat je uiteindelijk het fakkel kan overdragen, toch? Welke merk mag zich de trotse nummer 2 noemen van Nederland? Oef. Na Daily Paper. Dat kan ik niet zeggen, man. Dat is gewoon... nee, man. Ik weet is dat het een NDA? Nee. Is gewoon, je weet... Okay, laat me zijn zo, veel collega's maar welke van vind me, jij dope, gewoon? Dat mag je wel qua zeggen. Qua Nederland? Ja. Ik vind wat Filling Pieces stof doet, Pata natuurlijk, Smith. Jullie hebben een kantoor gedeeld met Filling Pieces zeker. At one point, dus, maar dat is niet eerlijk man, goddamn.
Captain Zen vind ik ook goed. Ja, maar dan is het... het komt eraan. TNO, Smip. Dat zijn ook gewoon jongens die gewoon hun eigen wereld creëren. En dat vind ik gewoon hard, man. Ja, er zijn gewoon zoveel nieuwe merken. Het is gewoon maar hard, man. En ik volg het allemaal, dus... Wat zou jij zeg maar een goede top 5 kledingmerken, Nederlandse kledingmerken? Broer, prijs. Het komt van motherfucking prijs. Ik ga eerlijk zeggen, best geklede man. Ik ben niet zeg maar. Jawel, je bent weer Daily Paper, je kent, Daily Paper top. Ja. Patas vind ik hard. Maar Banje natuurlijk de other side. Ja, Banje Sharanon, man. Dus dat zeker. Is dat ik de meeste rock, omdat ik ook van die kant kom, snap je? Ja. Dus, maar Daily Paper regelt me ook wel, snap je? Dus. Ja, man. Dat heb je nog meer. Feeling Pieces vind ik ook hard. Snap je wel? Is Flaneur. Flaneur is next stap. Ik ga eigenlijk zeggen. Ja, La Femme doet ook heel goed. Ik moet ze dat ook geven. Welke? La Femme. Ken ik niet. Toevallig heb ik een spijkerbroek aan van Flaneur. En zijn wel next stap voor mij qua mijn stijl, zeg maar. Snap je? Ja, duur. Het was laatst in een winkel. Niet per se duur. Het is gewoon. Ja, man. Urban, snap wat ik bedoel? Hoeveel moet een outfitje van jou ongeveer kosten? Gewoon normaal, man. Dat jij je goed voelt. Ah, ik draag ook gewoon Zara en zo, even voor de duidelijkheid. Ik heb je, wanneer heb je dit in de gym? Luister, voor mij. Wat is het van Zara, bro? Ah, broer. Dus ik ben vaak genoeg in Zara te vinden, gewoon af en toe, gewoon in Aga, heel vroeg. Ken je die model? Wat je met die Lorpianos aandoet. Ja toch, gewoon een pantalon of een Amos. Luister, bij mij gaat het om... Kijk, stop met dit, broer. Wat is dat? Ik stop met dat, broer. Ben je serieus? Ja, ik weet niet wat het is. Zo'n fly shoe, gewoon voor het, als je deftig wilt doen, snap je? Als je zakelijk was. Lorpiano. Hoe zeg je het? Lorpiano? Lorpiano. Ik heb je eens geleerd, man. Ik ken het ook niet? Ik ken het niet, man. Het is... Auger verkoopt het. Je toch goed? Auger of... Auger. Ja, ik kan niet eens uitspreken. We just buy that shit, bro. Hey. maar wat ik wil zeggen is, zeg maar... voor mij, mensen, het gaat niet om hoe duur. Hè? Even voor duidelijk. Als ik gewoon een auto wil, dan kijk ik naar wat is mooi. Dus je kan goedkoop combineren met, snap je? Het hoeft niet per se van, hey, dit kost een rug. Dit kost die broek als een rug. Dus het is zo duur, dus dit is swag. Nee toch, bro. Swag is... combineren, laten zien van oké, wat staat goed. Ja. Misschien kan ik met de hele Fully Zara lopen, je weet niet eens. Pata ook. Er zijn vaak genoeg mensen naar mij komen. Zou je voor met de Fully Zara komen en Pata ook Zara? Broer, aan mij, zeg maar. Eerlijk. Ligt eraan, zeg maar. Broer. Die Pata moet, ik ga eerlijk zeggen, laat me. Die Pata moet super hard zijn. Ja, maar het zou kunnen toch? Hoe ga je zeggen van nee? Het moet super hard zijn, maar meestal zou je dat niet doen, man. Ik ben midden in de opname, broek. Doei. Ja. Brutale rat. Sorry man. Geen probleem man. Dus snap je, het is aan mij man broer. Als die Pata gewoon zo hard is, waarom niet? Is normaal broer. Het is gewoon fashion broer. Kijk, broer, ik rock alles broer. Als het kan, weet je, alles wat fly is. Het heeft niet per se dat het van een merk moet komen of weet je. Ga je zelf, shop je zelf? Ja, ook gewoon soms personal, maar ik hou wel van zelfs, weet toch, wil het passen toch, wil het zien of het staat. Ja. Kijk, ben je die nigger die past in de winkel? Nee, niet altijd, maar soms wil je het wel even passen toch. Soms, ik ben die nigger die, ik ben juist die nigger die, ik zeg van nee, is niet nodig. En dan zegt... Dan haat je jezelf van, uiteindelijk. Nee, dan zegt ze van oké, pas. En dan pas ik het, dan zie ik eindstand van het is te klein. Dan denk ik, dan saang, weet je toch. Dus ik wil gewoon in de spiegel kijken en look at myself, like I'm a fly nigger. Wij zijn grote niggers toch? Ben je ook wel eens die nigger die zeg maar iets koopt en je ziet wel dat het klein is, maar je denkt bij jezelf nog spang? No man, nee. Ja. Ik zei, nee, ik neem hem. Yeah. No, ik heb die elke keer. Ik neem hem en dan denk bij mezelf op een dag. Ik denk de hele tijd zo, broer. Ik heb oudjes bewaard zelfs. Van, ja. Dat die me vroeger paste, dat ik denk van, hey, ik kom terug op jullie, broer. Maar is gezeik, man, broer. Dit is grote niggerstress. Is gezeik, broer. Ik verwijder, ik kom juist, in plaats dat ik omlaag ga ik juist steeds groter. Groter, ja. Is probleem, broer. Zeg maar. Geloof mij, is snap probleem. De kleren vinden, grote maat, probleem. Probleem, CNA, broer. Ja, je moet. What? Ik pull op CNA, man. Je moet. Ja, ik ga eerlijk zeggen, bro, je moet. Ik heb daar nooit gekeken, je maar. Want ik ga eerlijk zeggen, bro, mijn schoenmaat bestaat niet in designer. Welke maat heb je? Laat me niet lachen. Mijn bovenmaat bestaat niet in designer. Welke schoenmaat heb je? Ik draag van Nike's
13 of 14, 47,5, 48,5. Charlie. Snap je? En Yeezy's 48,5, soms 49. Nu snap ik die naam ook. Zeg maar. Ik begreep nooit die Yeezy. Naam. Zeg maar. Ja, kijk, toch? Die vallen nog kleiner dan Nike. Ja, ik ook. Daar dacht ik ook 48 of zo. Dus, kijk, ik ga je eerlijk zeggen, met sneakers, je komt er wel. Snap je? Ja. Die raffles en zo gaan allemaal gewoon tot 49 en zo, bro. Maar kleding is drama. Even tussendoor, dit is nummer 2 toch? Ik ben gewoon 70. Oh, ja? Je bent... Normaal. Hij voelt zich thuis, hij voelt zich thuis. Dat vind ik master. Dit zijn die... Voel je awesome, man. Snoepies, cola. Snap je? Met een beetje erin. So if I get high, don't blame it on me, bro. Dat is gewoon belangrijk, snap je? Pricey. What are you saying? Jij was een van de. Was je de eerste of de tweede nigger die zeg maar los van SFB pokus ging maken? De tweede nigger of wie was eerste dan? Frenny. Nee. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Oh, dat was ik de eerste volgens mij man. Volgens mij wel. Ik denk dat KM. Romp was Romp? Of je. De eerste officiële was Romp. Ja toch maar. Had KM eerder gedrukt? Of KM of ik? Tenminste, ik weet niet zeker man. Hoe is dat tot stand gekomen dan? Dat ik solo ging. Dat ik, ik ga eigenlijk zeggen, ik keek altijd naar Frenny's natuurlijk, snap je? Frenny was er vroeg bij, snap je? Dus die tijd dat hij op dat was, waren wij nog niet zo ver om te denken van, oké, waarom doet hij het? Of snap je? Later begrepen. Waarom blijft deze ding in de studio? Ja. Of waarom doet jij het toch? Ja. Snap je? Maar later, op een gegeven moment hebben we ook alles gedaan, broer. Je toch, met SFB hebben we wel gelukkig veel dingen gedaan. Bijna alles. Ja, je toch. Wat je maar kan doen. Dus wij weten van, met de gang zit het goed. Maar daarna is het van, oké, solo. Is een hele andere uitdaging. Nu moet ik het zelf doen. Snap je, in de studio, SFB, je hebt een formule. Jij weet, oké, Frenny op de hoek. Of dit eerste verse, tweede verse. Is de formule, snap je? Het werkt 9 van de 10 keer. Maar solo, nu moet je alles zelf doen, snap je? Is anders. Dus bij het begin was het ook even zoeken van, wat is die sound? Hoe, snap je? Maar op een gegeven moment had je het door. En dat zeg ik, eerste pokoe was... Rompen met Frenny natuurlijk, nummer dus één. Ging gelijk nummer 1 ook. Ja, dan weet je ook niet meer wat je moet doen van oké, wat komt hierna? Dus dat is zogenaamd, dat heeft wel die druk naar beneden gezet voor mij van oké. Want uiteindelijk... Jij hebt de druk naar beneden gebracht? Ja man, want uiteindelijk, wat wil je? Een nummer 1 in het scoren. Als het gebeurt met je eerste pokoe, ja, dan wat blijft over, snap je? Oké, nog 1, maar is leuk, maar ik heb het al gedaan. Zo is mijn gedachte dan van oké, natuurlijk willen we nog een nummer 1 hit. Maar de eerste is al gedaan, dus dat is goed zo, snap je? Nu wil ik gewoon pokoes maken wat ik leuk vind, snap je? Dus daarom, volgende pokoe, daarna was ook gelijk met een nigger van me gewoon, van Ens. Maar het maakt ze in de back, snap je? Dat was ook gewoon van, hé, laten we gewoon iets droppen, snap je? Niet omdat, hé, ik wil weer in de charts komen. Het is gewoon van, hé, ik wil die jongens ook zien shine. Ik wil ze ook zo'n ding maar dat zien. Is niet, zeg maar, dat is niet, zeg maar, de entrepreneur ja, tuurlijk. Die je kent. Ja, tuurlijk, maar dat is het. Kijk, weet je wat we ook altijd hadden? We hadden altijd zoiets van, broer, muziek is niet de enigste inkomst van ons, snap je? We geven feesten, we weten altijd andere dingen om toch wel te doen. Want muziek houdt op de dag op, dat weet iedereen, snap je? Het gaat om, wat heb je nog meer? Ja. Dus Vissa's doen we, festival uiteindelijk, snap je? Dat is die volgende doelstelling natuurlijk. En andere zaken gewoon, man. Monopoly, je kent het wel. Ja. Dat is de doelstelling, snap je? Ja. Dat kijk ik. Ik kijk niet naar, muziek is leuk, maar... Muziek is een young man sport, vind ik, snap je? Elke keer komt er een nieuwe nigger. Tuurlijk, wij weten, als je goed muziek blijft, blijf je voor altijd relevant en die respect. Maar elke keer komt er andere jongens. En je ziet toch wel, en dat valt mij op, deze jongens bepalen de muziek, snap je? Van zijn leeftijd. Ik zie mijn dochtertje, is 11. Zij luistert naar dit, of zij luistert naar dat. Steve zoontje 17. Dus wanneer hij pokoes draait, ik zie misschien 1 maand later, dit zijn opeens die pokoes die viral gaan. Terwijl hij luistert ze allang. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus zo zie ik van, oké, hij bepaalt uiteindelijk wel. Want hun zijn die guys die streamen. Ik zie geen oude niggas mijn pokoe streamen van, ik ga dit elke dag blazen, broer. Maar die guy, broer, hij blijft bijvoorbeeld drill. Dat is een nieuwe shit. Ze blijven het draaien. Hmm. Ik bij het begin dacht ik ook van, bro, wat is dit? Je klinkt als iemand die zeg maar een beetje opgegeven heeft, man. Nee, man, dat niet, man, broer. Maar ik ben wel gewoon realistisch, snap je? En als ik opgeef, dan zou ik helemaal geen muziek meer maken, snap je? Maar ik begrijp die game wel. Daarom ben ik ook... involved in the culture, met de youngins, sowieso. Ik weet gewoon, je moet blenden met de culture. Ik ben niet die nigger die, ik rap al lang, ik ga niet met de youngins werken, man, broer. Want, ja. Snap je? Ik ben juist die guy, daarom, pokoe met QMB. Ik ben juist die nigger die blijft werken en
opnieuw ontdekken van wat is lid, wat is gaande. Zou pokken met hem maken? Tuurlijk man, waarom niet? Boys, ze zijn in de studio geweest, ze hebben pokkoes laten horen. Ze zijn dope man, broer. Ja, ze zeiden net dat jullie, hun waren de eerste personen waar jullie mee gesproken hebben. Ja man, shout out naar Kutte Entertainment. Dat was gewoon onze toentijdige manager. Zeg maar, manager van toen. Wie? Oh, die jullie toen deed, zeg maar. Ja. Shout out naar Dahir. Ja. We waren met hem. Hij kende Elia, toch? Ja, hij is van die merk Gelle. Ken je dat? Ja, man. Ken ik. Hoe schrijf je dat? Oh, die G-H-E. Ja, man. En toen zijn we zo bij Elia gekomen, maar toen ging gewoon Taki, een beetje studio. Een beetje eerste ontmoeting, een beetje flexen. Ja. Ja, man. Uiteindelijk niks geworden? Uiteindelijk topnotch. Toch wel topnotch? Ja, het is ook niet van niet niks geworden, bro. Het is gewoon, bro, wij waren ook die tijd gewoon net begonnen, snap je? Hoeveel niggas kan je tekenen in één keer, snap je? Ja. Begin al hem, zeg maar, snap je? Ja. Heb je nog meer mensen die... Maar even voor de duidelijkheid, ik zit niet meer bij coach. Ik zie heel die erin gooien. I'm not there, bro. Nee, snap je? En zo naar coaches, zo, maar ik ben daar zelf niet, snap je? Ja. Mijn eigen shit. Hoe heet jouw eigen shit? Priceless Music, man. Dat is nu... Ja, ik zag je laatst inderdaad op de foto met Pieter, man. Ja, man, klopt. Dat is gewoon... Okay? Maar Rabbi Rex in de back sowieso altijd, snap je? Rabbi Rex altijd in de back. Grote bagger, jullie hebben grote bagger gepakt daar met Pieter. Ik ken die Pieter bagger, jij kent die Pieter baggers ook toch? Nee? Ik ken ze niet van Pieter, maar ik ken ze wel. Waar zit jij? BMG. BMG loopt ook te smijten, man. Ik kom op allemaal op de Ze moeten? BMG loopt toch? Ze moeten toch, of niet? Ze moeten, bro. Ze doen niks. Kijk, dat wil ik niet per se zeggen, maar... Nee, maar Pablo Schoen doet niks. Ik kan het ook over mijn publishing. Nee, ik lieg. Mijn publishing heeft wel money van mij opgeleverd. Shout out naar motherfucking Cloud 9. Jullie hebben money van mij opgeleverd. Shout out naar motherfucking Cloud 9. Hun zijn gekomen met die Zeeman plus. Ja. Toen was die tas. Die Zeeman tas. Die Zeeman tas. Arie moest wel helpen dragen, man. Ja? Ja, man. Ja, Arie was een tas? Ja? Dat was die big shopper die, je weet toch hoe je vroeger met je moeder boodschap ging doen. Ching, jij draagt één kant, jouw moeder draagt de andere kant. Voor de duidelijkheid, dan hebben Zeeman wat hebben ze geregeld? Ik had een lijn met Zeeman. Ik ga Cloud even bellen, man, bro. Zo. Ze moeten ook een lijn regelen. Nee, die lijn heet een scare, bro. Wie ga je bellen? Nee. Wie ga je bellen, bro? Dat is broeien. Wie ga je bellen? Slippers, wie ga je bellen, bro? Daarom was die bakker groot, snap je? Wie ga je bellen? Wie ga je bellen, bro? Ja, bro. Ik fok te heavy met die man. Was gek, hè? Ja, maar weet je wat het is, bro? Ik ga je eerlijk zeggen. Technisch was het keihard. Ik hou niet van als mensen verkeerde moves maken met die branding shit. Ja, ik ook niet. Weet toch, die snelle back die kan zeg maar leuk zijn, maar jouw merk. Is het belangrijkste aan het einde van de dag, toch? Het kan niet in conflict komen met dat. En dit was een match made in heaven, leek het achter. Gek, man. We hebben ook een nummer twee keer, volgens mij twee keer, twee... Is maar eens klaar? Twee nummer... Ja, is twee keer is klaar. Is twee keer de nummer twee prijs of zo gepakt van Nederland met beste marketing of zo, whatever. Ja, dat was hard, hè? Marketingprijs en zo. Klopt, dus eigenlijk zeg, het werkte echt. Het klopt. Je doet alles, bro. Ik weet niet of jij wil echt niks horen. Hey, sorry. Kom op, de eerste nigger die dingen laat vallen, dames en heren. Maar wat ik wel zeg is, jij doet wel die films. Dat vond ik altijd interessant. Hoe komt deze guy in deze film, bro? Zo. Broer, jij lijkt... Dat jij acteert toch, is apart, broer. Je komt zeg maar van Kaya, oké, ik zie je acteren opeens. Hoor. En ik zie, je doet het goed, snap je? Dus heb jij daar les voor gevolgd? Ik doe wat de money waar je mij voor betaalt, doe ik, man. Maar heb je les gevolgd, toch? En acteren? Ja. Nee, man. Mooi. Wil ik wel doen. Want het is fucking moeilijk. Zou je willen acteren? Is het moeilijk? Ja, man, tuurlijk. Het lijkt me dood, het moeilijkste wat er is. Bro, acteren is het moeilijk. Dus ik denk, bij clip is het gewoon, zeg maar, moet je gewoon jouw pokoe doen. En dan misschien vergeet je jouw tekst. Dan kan je nog een beetje freestylen eromheen. Je draait om zo. Mm-hmm. Je komt weer terug. Je weet toch wat je weet. Bij film, er zijn gewoon banko mensen, zeg maar. Ready zo, zeg maar. Als jij je fout doet, moeten al die banko mensen weer rennen, shit terugzetten. Ja. Dus die bakje weer terugduwen. Maar hoe vaak moet je het opnieuw doen? Hoe vaak? Hoe vaak jij fout doet, bro. Oh, als je niet fout doet, dan moet je het zeg maar sowieso een soort van 15 keer doen. En dan zeggen ze tegen jou, oké, dan span, ga maar naar de trailer. Ik kan zo weer terugkomen. Dan kom je terug, denk je van, we gaan een andere scène doen. Zegt hij, we gaan van de andere kant doen. Oh, dit? 15 keer weer, overnieuw. Het ziet er altijd zo uit. Dan zeggen tegen jou, ja, we voelen jou in deze shot. Kom gewoon hier staan. Je moet gewoon zo staan, bro. Zoveel over jouw schouder. Je moet gewoon staan, bro. Maar zelfs als die scène goed is, willen ze het nog een keer doen. Ja, gewoon voor de zekerheid. Ja, man. Ik ben vaak geweest bij producties. Het is vermoeiend. Daarom zeg ik, die mensen die mokken hem af en ze moeten hem opbaren, man, bro. Ja, zou je doen? Nieuwe shooter.
Ja? Huh? Zou je doen? Ja, jawel. Maar... Wat is wat je echt wil? Dat is wat je echt, echt wil doen. Broer, ik ga doen. Muziek en films, man. Dat is gewoon die lijn. Is dezelfde lijn van mij. De entertainment, snap je? En ik zie ook gewoon van films, actiefilms, broer. Mij kan je niet zetten in... Comedie kan ook, maar het zou raar zijn. Snap je wat ik bedoel? Zet mij in een rare kino gewoon van... Hij wordt geschoten. Hij wordt geblast. Niet inbreken. Ik moet iets doen, snap je? Ik moet iets doen, broer. Ik kan niet wat jij zegt. Sta gewoon, was. Ja. Snap je? Tenzij toch Boys in the Hood spelen. Nee, toch Boys in the Hood-achtige Friday. Ja. Dan wel, maar... Ik kan me niet zomaar in iets zetten, toch, broer? Het moet passen, broer. Snap je? Dus hey, als jullie me nodig hebben, bar, man. Ik zou die dingen wel willen doen, man. Je weet toch gewoon die stem van een tekenfilm. Hard. Je weet toch hoe ze die stemmen naar Nederlands willen doen? Fano doet veel, man. Ja, toch. Elke keer kijk ik naar, denk ik, ja, man. Dat is iets wat ik echt lauw zou vinden om te doen. Je bent een echte rare nigger. Die zou voor de back zijn, ik ga eerlijk zeggen, bro. Dat is niet. Je hebt Chinks, toch? Hoe lauw zou het zijn, je kan met jouw kleine naar bioscoop. Je hebt een van die stemmen van die dingen, dat lijkt mij hard. Acteren, ik ben... Ik zou mijn eigen stunts doen, bro. Zeg wat ik bedoel? Ik ben die nigger. Jackie Chan, ik keek vroeger vaak naar die guy, bro. Snap je? Dus ik zie die man doet ook. Dus waarom, broer? Ik ben niet achter de micro. Je ziet mijn gezicht niet. Je ziet niet wat ik doe, bro. Alleen stem hoor je. Is leuk. Maar je moet mij in actie zien, bro. Die vecht, daarom zeg ik. Vechtpartij, die vechtfilms. Je ziet me. Ik blok, ik sla, ik low kick. Dat is die model toch, broeder? Ja. Daarom zeg ik baar, man. Kom goed. Dat gaan we later regelen, snap je? Zou je willen acteren? Ja, ik zeg je eerlijk, ik heb het niet zeg maar echt hoog op mijn lijstje of zo staan, man. Dat niet. Maar als het op je pad komt of zo, waarom niet? Nee, wat... Dat is die model bij mij. Ik zou er niet achteraan rennen of zo, weet je. Maar als je gewoon op een gegeven moment naar je toe komt en zeggen, luister dan, we hebben iets voor je. Ja, dan ga je even kijken wat daar is, toch? Dan wel, maar je weet toch, eens niet bij mij... Dat staat hoogst op je lijst dan, broer. Stel je voor, je zou kiezen en je gaat... Kijk, ik zeg je gewoon eerlijk, bro. Ik ga misschien heel oud zo klinken wat ik heb, maar... Nu deze dagen, bro. Gewoon rust, man. Leven, man, bro. Ik ga je eerlijk zeggen. Je weet toch, op die model ben ik de laatste tijd echt aan het komen, bro. Van die werk is ter ondersteuning van die life, niet andersom. Begrijp je wat ik bedoel om dat te zeggen, zeg maar? Diep, man. Ik moest ook even nadenken, bro. Kijk, wij zijn, zeg maar... Bro, wij zijn geprogrammeerd om te junta. Vanaf jong. Hoe lang sta jij niet stil? Bro, weet je wat ik hoe zeg? Lang sta jij al niet stil? Weet je wat ik zeg? Hoe dat bedoel je? Zeg maar van hoe lang dat jij sinds dat jij begon met rappen, ben je in één... Er is geen tijd om even stil te staan en te beseffen van je bent nummer 1 gegaan. Nee, want album 2 moet weer... We moeten weer door. Ja. We moeten weer door. Je hebt nooit zeg maar tijd even om te vieren. Om stil te staan bij wat je meemaakt. In coronatijd had ik dat het is maar doorgaan. Die corona, wat dat betreft, was de up-point soort van, van... Je weet toch, voordeel bij een nadeel. Maar ik deze dagen, broer, tuurlijk, ik heb gewoon doelen. Maar ik ga jou eerlijk zeggen, bro. Die tijd met die kleine familie en zo. Hoe ouder je wordt, hoe kostbaarder al dat soort dingen worden, weet je. Dat is allemaal zo lang geslachtofferd voor... geld en dingen waar je achteraan wilde gaan en doelen die je had, snap je? Ja. Nu eigenlijk dat is mijn grootste doel, broer. Dat ik gewoon kan genieten lekker van hoe mijn dochter oud wordt. Snap je wat ik bedoel? Dat soort dingen. Daar heb je money voor nodig. Je hebt daar money voor nodig, maar laten we ook eerlijk zijn. Hoeveel echt? Leven is duur. Je moet aan de LOL kopen. Peppa Pig is bij mij, man. Peppa Pig, ja? Ja, snap je? Die Oslo Lijk Museum. Snap je? Je weet toch, bij een Aga, je hebt die Tory daar zo, je hebt die ding. Jaarkaart. Snap je? Van Peppa Pig, no man, dat is hem. Ja, snap je? Gebrainwashed, je weet toch? Ja, maar hij is Spider-Man. Mijn dochter heeft het met Enzo Knol, man. Ja? Ja, man. Knolpower, hele dag. Hele dag knolpower. Para. Luip. Nee, maar je weet toch, op die vijf ben ik. En betekent niet, broer, tuurlijk. Je weet toch, ik heb nog zoveel persoonlijke doelen of zo. Maar ik wil zoals, niet... Zoals? Kijk, ik heb nooit echt zo... Ik heb altijd gerapt, maar ik heb nooit zo echt zo'n run van 2-3 jaar of zo gewoon echt gedaan. Dat je elk jaar stabiel een album dropt. Hoe komt dat, denk je? Ik doe veel dingen ook op de achtergrond. En als ik mezelf zou omschrijven... Wat wil je echt, man? Nee, maar laat ik het zo zeggen... Ga niet, zeg maar, niet een excuus, ik doe andere dingen. Nee, maar wat is die Tory? Waarom is het? Waarom heb je dat nooit gedaan? Ik ben een guy, ik vind ook niet erg om assist te geven. Dat weet ik. Begrijp je wat ik bedoel, geloof bro? Ik. Zeg maar, als je weet toch, ik ben een teamspeler. Ja. Ik kijk soms in de grotere belang. Snap je wat ik bedoel? En aanvoerder, ik wil. Je bent echt een aanvoerder ook.
In sommige gevallen wel, ja. Snap je wat ik bedoel? Maar wat ik belangrijk vind is uiteindelijk... Ik wil werken met een groepje mensen en ik wil met hun winnen. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is iets wat ik altijd soort geambieerd heb sinds ik muziek maak en het lukt. Ja. Je weet toch wat ik bedoel? Want ik ben nog steeds gewoon met Mo en dat is wat ik doe. Snap je wat ik bedoel? Nog steeds tot de dag van vandaag, 2008 zijn we begonnen. Ja, sowieso een grote show. Bro, ik weet nog, deze guy vroeg op Block Party, broer. Bro, ik rap lang. Deze guy snap je? Rap. Ik keek naar hem, zeg maar, in het publiek, zeg maar. Niet dat ik naar daar ging als publiek, maar ik was gewoon daar. Dus Kaya, Block Party, dus... Maar ik weet dat deze guy die shit hostte, broer. En ja, dat man. Is echt lang geleden. Lang geleden, man. Was lang geleden, ja, man. Dus kijk, nagaan hoe lang hij rap. Wij rappen al lang, voor mijn gevoel, snap ik je, heb, man. Ik heb ook wel het gevoel gekregen dat, zeg maar... ik vind het heel fijn dat rap niet mijn eerste inkomen is. Ik geniet daarvan, want ik kan altijd met een leeg hoofd en zonder over dingen na te denken pokoe maken. Snap je? En ik geloof je 50%? Nee, ik zeg jou heel eerlijk, bro, is echt. Ik heb dat allemaal losgelaten. Ik geloof je 50%. Snap je? Nee, is echt. Ik geloof je. Je bent een slim king size. Nee. Ik heb dat allemaal losgelaten. Bro, ik geloof dat. Er kunnen mensen voetballen in de derde, weet ik veel, derde divisie op zondagochtend, zaterdag. Snap je? Dat geloof ik. Ja. Maar niemand die achter een motherfucking mic gaat staan, die in een motherfucking studio gaat staan, doet dat zeg maar voor een spang. Ik doe dit gewoon. Nee, oké, kijk, daar ben ik het mee eens. Anders doe je het niet. Snap niemand die achter een mic gaat staan? Tuurlijk. Maar kijk, weet je wat het bij mij meer is, bro? Ik ga je eerlijk zeggen. Ik hou gewoon echt van pokoes maken. Ja. Als ik heel mijn leven gewoon pokoes kan maken en dat kan er gewoon voor zorgen dat ik stabiel kan leven... Bro, dan hoef ik niet per se nummer 1 hits te hebben. Hoef ik geen gouden platen. Hoef ik die dingen interesseren mij dan echt niet. Je gaat me niet zeggen dat je geen droom hebt van, weet ik veel, de paard van Troje uitverkopen. Nee, dat heb ik niet per se, man. Waarom, broer? Kijk, ik ga je eerlijk zeggen. Ik ben heel erg op dit. Mijn muziek is gewoon, het is van mij. Begrijp je wat ik bedoel, bro? Ik geniet er heel erg van dat ik gewoon, zeg maar, die pokoes kan maken die in mijn idden zitten. En ik ben echt een guy van... Op het moment dat die dingen uitkomen en het is eruit. Ik heb een stukje van mijzelf daar gelaten, snap je? Dan geniet ik daar zo erg van dat alles wat er bovenop komt is alleen bonus. Waar is dat gebeurd? Mijn doel is al bereikt daar. Waar is het gebeurd dan? Want je had ergens wel die droom. Maar ja. Ja, weet je wat het is? Ik ga jou eerlijk zeggen. Ik hou niet zo heel erg van de red race als artiest. Snap je wat ik bedoel? Ik ben gewoon een guy van... Ik hou heel erg van in de studio zitten, creëren, muziek maken. Snap je wat ik bedoel? En performen ook? Of ik vind het leuk, maar studio vind ik wel het leukst. Ja? Ja, man. Dat is wel echt mijn ding. Snap je? Dat zei je zo. Showtjes? Ja, ik vind dat... Ik vind dat leuk. Studio leuker dan performen? Ja, studio is voor mij... Ik vind dat creëren is voor mij niks... Gaat niks boven dat, snap je? Je praat tegen een nigger die houdt van meer van showtjes. Ik ga je ook eerlijk zeggen. Dat is ook... Is dat als je voetbal... Ieder zijn ding, weet je? Je traint de hele dag, maar zondag, zaterdag speel je die wedstrijd. Snap je? En daar waar je de wedstrijd speelt, die druk, het is gewoon alles. Het is gewoon net als Bali, bro. Die druk die je daar staat op het podium, dat je ziet dat mensen losgaan als je, snap je? Dat is voor mij die gevoel dat ik zeg van, wow, jeetje toch? Studio is ook leuk, tuurlijk. Vooral bij ons is het gezellig, bro. Ja. Je weet, als je met wat gangs die ook bent. Maar show is toch wel anders, snap je? Ja. Ik heb mensen, je ziet mensen huilen, je ziet mensen lachen, broer. Snap je? Mensen komen naar jou. Worden. Ze zijn je dankbaar. En sommige van die mensen hebben ook gewoon moeilijke tijd, snap je? Dus... Als je ze even dat laat vergeten, ze zijn blij, broer. Ja, 100. Maar dat is ook met pokoes maken uiteindelijk. Ja, weet tuurlijk, je? Heel veel mensen luisteren ook gewoon je tunes en het helpt ze ook, je weet toch, door een dagelijkse shit, je weet toch. Dus ja, ik weet niet, ik vind het heel moeilijk om het uit te leggen. Kijk, broer, ik wil hier helemaal niet zeggen dat ik die dingen niet wil. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Het is niet dat ik het niet wil. Ik wil het zeg maar niet ten koste van dat belangrijker wordt dan... Het genieten van de tunes maken. Begrijp je? En ik vind dat balanceren is moeilijk. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ik wil niet dat het gaat voelen als June. Pokoes maken. Snap je? Dat snap ik wel. Begrijp je maar, als ik dat de beste zijn, toch? Wil je nog de beste zijn? Ik ga jou eerlijk zeggen, bro. De beste is relatief begrip, Niffel. Aan het einde van de dag. Want wie jij de beste vindt, vind ik niet de beste.
Begrijp je wat ik bedoel? In rap bedoel we je kunnen ook? Heel diep daar zeg maar over door blijven gaan. Maar weet toch, ik ga jou eerlijk zeggen, dat die shit heb ik losgelaten, broer. Ik maak pokoes, omdat ik die gevoel heb van... What the fuck is gebeurd? En bro, en geloof mij, broer. Ik heb echt, ik ga echt de komende tijd super veel gekke dingen uitbrengen. En je weet toch, als nooit tevoren zeg maar. Wat altijd al had moeten gebeuren, even zo, je weet toch, 2 jaar onafgebroken aan 1 stuk gewoon droppen. Je weet toch, dat ga ik nu, hard. Gaat nu eraan komen, snap je. Dus hard. Nogmaals, het is helemaal niet dat ik, tuurlijk broer, tuurlijk wil je die dingen, snap je. Tuurlijk, je hebt een lijstje. Het is leuk om een keertje, je weet toch, een Lowlands Alpha 10 te pakken of... Ga door. Ja, de speaker to existence. Ja, dat man, ga door, man. Kijk, weet je wat voor mij is? Weet je wat voor mij de allergrootste... Ik wil heel graag tijdloze pokoe maken. Heb jij niet het gevoel soms dat je luistert naar jouw pokoes van vroeger en dat je denkt... Van, je weet toch, ik weet niet of ik dat nu nog zou pompen of zo. Terwijl er zijn ook pokoes die jij hebt gemaakt, ja, die kan blijft, je vandaag nog live, blazen. Dat is live. Nee, ik zeg jou eerlijk, bro. Geloof jij dat, bij wijze van spreken, Michael Jackson een paar jaar voordat hij overleed naar Thriller luisterde en dacht, nee man, dat was een album wat ik echt nooit had moeten maken of dat was, dat denk ik niet. Misschien voor hemzelf. Kan, begrijp je wat kan, ik bedoel? Het zou kunnen, het zou kunnen. Het zou kunnen dat hij die pokoes misschien zat is. Kan. Maar wat ik bedoel te zeggen is, broer, ik wil muziek maken waar ik zeg maar over 20 jaar, 30 jaar dat ik kan terugkijken. Denken, ja man. Nee, maar dat ga je ik ben trots op die shit. Nee, begrijp je wat ik bedoel, nee, zeg maar? Nee, maar dan zal ik je helpen zeg maar, en je halen uit die tori. Want zeg maar, dat ga je nooit hebben, bro. Waarom niet? Omdat je gaat... Onze brein is gemaakt zeg maar, om zeg maar, een favoriet te hebben. Dus ik ga jou nu zeg maar, jouw 10 favoriete cd's geven. Jij gaat van al die 10 favoriete cd's, ga jij zeg maar 1 favoriete pokoe pakken. Daar maken we dan 1 cd van 10 pokoes, zeg maar van 10 favoriete pokoes. Ja, toch? En dan heb jij weer een favoriet. Ja. Begrijp wat ik bedoel? Ja, ik snap ongeveer wat je bedoelt. Dus het maakt niet uit zeg maar hoe klein je die selectie maakt of hoe klein je die selectie probeert te houden. Je gaat alsnog een favoriet hebben. Ja, dat altijd. En je gaat alsnog een nummer 2, nummer 3 en ja, dat is mijn kakkerste shit. Dat is altijd, dat zal je altijd houden, dat steeds snap je? Dat ook nog eens. Ligt aan je vibe. Soms ben je even in die vibe, dan is dit die pokoe. Klopt. Laatste tijd luister ik ook veel terug naar onze shit, man. Te weten, onbewust. Omdat ik vaak altijd gewoon berichten krijg van, hey, RTL 1 was een classic. RTL 1 is dit. Dan, en ik ben iemand, broer, wij allemaal eigenlijk, van die dingen luisteren wij niet meer, snap je? Ja. Omdat alleen gewoon, als je show ja, omdat het gewoon oud is, zeg maar, snap je? Maar soms in de club hoor je het wel, dan denk je van, oké, iedereen gaat los, maar... Ik ben niet en heb je ook niet soms die vibe van, als je die pokoe luistert, je wist gewoon nog die dag dat je dat ging tapen, ja. wat je gedaan had die dag, begrijp je wat ik bedoel? Dus laatst ging ik gewoon terugluisteren en dan hoor je wel van, oké, de eerste tijd hoofd was echt heet, zeg maar. Je hoort wel de verschil van, oké, snap je? Dus dat is wel gek en dat mensen het gewoon, dat het bijblijft bij mensen, snap je? Ja. Dat ze denken van, deze pokoe. Maar het is ook gewoon een proces waar je doorheen gaat. Het is ook gewoon een proces waar je doorheen gaat, toch? Sowieso je eerste pokoe die je maakt vind je ook niet lauw. Maar op dat moment is dat toch die drijfveer geweest om door te gaan. Een van onze eerste pokoes, flexen bijvoorbeeld, dat is gewoon... Ik zeg eerlijk, ik luister het terug en denk ik wel van... Het was wel gek, want je maakt die tijd weer mee, snap je? Dat was die tijd dat we waren nog niet lid. We waren gewoon in de club, gewoon tafel zelf bij je. Pokoe wordt gedraaid, iedereen springt in de lucht. Publiek gaat los. Jij denkt van, wat gebeurt hier, snap je? Dus nu, als je pokoe wordt gedraaid... Ja, man, zeker, man. Ik was de laatste, man. Flexen kan ik niet meer herinneren. Was dat echt je eerste pokoe? Onze allereerste pokoe dat we samen hadden, was ziek niet. Maar dat is ook per ongeluk gaan. Mensen denken ook altijd van... Stond er ook op. Maar die heb je gemaakt of heb je uitgebracht? Nee, maar dat is juist de hele grap van ziek niet. Ziek niet was een pokoe, broer. Wij hebben nooit gekozen om het uit te brengen. Of wij wouden niet eens rappen, broer. Dat is de hele grap, zeg maar, van alles. Rabbi Rex was jarig. Snap je? Had een B-day, zeg maar. Je weet toch, laten we het in een zaal vieren. Laten we een beetje gek doen. Die tijd was, je weet toch, alles was aan. Je weet dat we deden. Alles was, dus wij zeggen van Noshpan. Dus had een zaal gehuurd. Hij zegt tegen ons van broeder. Dus ik ben met Frenna en hem in de wakkie. Had hij ook dresscode? Nee, niet eens dresscode. Dresscode is gewoon, weet je toch, fly zijn. Dat is gewoon normaal. Maar die guy zegt van, tegen mij, ik weet nog, we staat in de auto, we rijden zo. Hij zegt tegen ons van, bro, ik wil dat jullie gaan optreden bij mij vissen. Hey. Ja, hij zegt tegen ons van, ik wil dat jullie gaan optreden, man. Wij kijken hem aan van, wat praat je, bro? Hij zegt, bro. Dus, en ik, je moet berekenen, ik heb Frenny. Kijk, Frenny was altijd al meer in de studio.
Maar broer, ik had misschien gewoon één pokoe gemaakt, twee. En ik ging misschien twee keer per jaar naar de studio. Gewoon dat vrienden zei, hey, kom maar even naar de studio. Gaan we gewoon even tapen, snap je? Dus we hadden misschien drie pokoes daar. En hij zegt van, hey, kom maar gaan optreden, man. Wij zeggen, broer, wij zijn geen rappers, broer. Waar heb je het over? No, kom, doe. Dus Frenny kijkt naar mij, hij zegt, als prijs doet, dan doe ik, snap je? Ik kijk en ik zeg, broer, is jouw verjaardag. Als je echt wil, dan doe je toch? En zodoende zijn we gewoon naar die verjaardag gegaan. We gingen niet eens optreden, want we waren met heel fucking gang. Was ruïna, chaos. Weet toch, je ziet... En Guy ging gewoon die aftermovie schieten. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft die Zie ik niet pokoe eronder gezet. Heeft hij het op YouTube gezet. Okay. En dat is de eerste clip van ons, snap je? En die pokoe ging viral op Twitter. 5 duizend views, weet toch? 10 duizend, weet ik veel. Wanneer was dat ook, ja? Dat is 2013. Dat waren echt mooie tijden. Dus download link. En je moet berekenen, vis. 10 duizend. Wij zijn gewoon jongens van Kaya. Wij zien 10.000 op YouTube views. Bro, wij zeggen, broer, klaar. Wij zijn rappers, broer. Is klaar. Dus toen kwamen we, weet toch? En daarvoor ben ik Rabbi Rex altijd dankbaar. Hij kwam toen met die visie van, hey, luister dan. We gaan dit serieus doen. En wij zeiden van, broer, nog steeds. Van, waar heb je het over, broer? Serieus, broer. Ja. Hij zegt, we gaan dit serieus doen, broeder. Wat heeft die man gedaan? Trap Osso gewoon. Gehuurd van een guy. We hadden gewoon één slaapkamer in die Trap Osso. We hadden een laptop en een matras. Letterlijk gewoon. Dat was alles wat in die Osso was, broer. Ja. En daar hebben we gewoon bijna heel RTL 1 opgenomen. Gewoon. Want ze allen gewoon van, hey. Gek. Snap je? Mensen denken van, waar in een gekke studio of zo, broer. Trap Osso. Trap Osso. Een rare snackbar in de buurt. Je kent die geluidskaart. Die rode, zeg maar, die oude, broer. Mijn focus rijdt. Ja. Snap je? Legendary USB. Wij tapeten nog in de kast volgens mij. Also. Ik weet niet waar die tape... Ja, in die oekoe, snap je, broer? Snap je? Dus zo hebben we die dingen opgenomen. Gewoon. Tot halverwege die tape. Toen kwamen we natuurlijk wel wat dingen binnen dat we studio konden huren en shit. Wie vind jij de beste artiest van SFB? Buiten Frenna, zonder Frenna. Want je gaat Frenna kiezen, ken deze. Ik ga eigenlijk zeggen, is moeilijk, maar ik vind, dat is juist de gekke. Ik vind iedereen hard, zeg maar. Iedereen is anders. Snap je? Ja, maar je moet nu één kiezen. Ja, maar is moeilijk, maar ik kan die niet kiezen, maar is gang. Snap je? Dus ik ga eigenlijk zeggen, is moeilijk. Dan moet ik zeggen mezelf, snap je? Ken je gedrag? Nee, joh. Maar ik zeg eerlijk, ik allemaal. Jandro, super hard. Weet je toch? Van hem, iedereen wil natuurlijk dat hij wat meer dropt, natuurlijk, snap je? Maar die nigger is ook een andere nigger, dus weet je toch? Hij neemt zijn tijd. KM ook, different. Omdat alles wat hij zingt wordt geraakt, zeg maar, snap je? Ja. Je voelt het, snap je? Dus, en Frenny, ja, Frenny is over hem. Hem noem ik fraude zelfs, snap je? Dus, ja. Ik weet niet hoe die het doet nog steeds, broer. Maar, ja. Hij is fraude, man. Maar dat is het, zeg maar. Is gewoon, wij zeggen altijd, het is de Avengers, snap je? Als ze bij elkaar komen, assemble. Dus dat is ook wat de veel vraag van, hey, wanneer komt er een concert? Wanneer komt er een show van jullie? Omdat, weet je toch, bij zijn show natuurlijk kwamen wij eruit, weet toch, bij die AFAS. Dus dat iedereen, oh, wauw. En iedereen denkt ook van, hey, jullie zijn echt uit elkaar, hè, broer, vaker. Ja. Dat is helemaal niet zo, toch? Nee, man, broer. Het is gewoon, iedereen heeft zo'n eigen ding. Omdat iedereen ook gewoon beseft, ja, van, je luister, we hebben dit nu al gedaan, zo vaak. Loret Damar, al die dingen. Hoe vaak wil je gaan naar Portugal en zo, ja, snap je? Als je dat jaren in doet, op een gegeven moment kom je op een fase van, oké, wat wil ik nu, zeg maar, snap je? Persoonlijke vraag misschien. Ja. Maar is het ook ergens een beetje eer en trots, zeg maar? In de zin van? Dat je misschien niet wil leunen op Frenna of zo? Nee, man. Omdat Frenna juist begon. Snap je? Hij begon juist met die ding van, hé, het is tijd voor jullie ook om. Snap je? Te wakken. Ja, want wij zijn comfortable, broer. Alles gaat lekker, broer, voor ons, snap je? Dus hij was zelf die guy die zei van, hé, het is tijd om te wakken ook. Laat even zien van je, toch? Dus hij ging al. En dan hoe gingen die sessies? Was het gewoon, zeg maar, je komt in de studio, Frenna heeft al die refrein gezet. Nee, man. Wij verzinnen, dat is vaak 9 van de 10. We doen samen. Vaak heeft hij ook al, hij is wel een guy die ook Osso tapte. En je weet toch, dat hij komt met een rare hoek van, hey, ik heb nu al nog gekke pokoe, we luisteren, oké. Okay. Schrijven direct, snap je? Maar ook gewoon vaak samen pokoes maken. Soms komt iemand anders met de hoek, maar Frenny zingt het. Dat is verschil gewoon, wij doen het allemaal. Dat is ook die ding, waardoor iedereen later is gaan beseffen. Maar wij deden het allemaal al. Alleen de verschil is gewoon, Frenny klonk al de beste op de hoek op dat moment, snap je? Dus die formule werkt. Wat ga je die ding changen, broer, als die ding werkt, snap je? Maar wij deden het allemaal al. Allemaal konden we, snap je? Ja. En toen je het alleen moest doen, daar merk je wel van, oké, weet je toch? En nu, ja, broer, we zijn zo lang in de game, maar het is gewoon light, zeg maar, snap je? Maar bij het begin, broer, tuurlijk is het zoeken. Ja. Want je bent gewend van, oké, deze guy, als je weet, die hoek gaat werken, zeg maar, snap je? Maar daarna merk je van, oké, nu niggas zien van, oké, je hebt ook gedaan. Je kan het ook, weet je, oké, ja. Dat is gewoon hoe het is, toch, broer. Maar uiteindelijk, broer,
is light, is gewoon gang, snap je? Ja. Iedereen, er is geen jaloezie of afgunst. En dat is ook die formule waarom we nog steeds gewoon bij elkaar zijn. En nee, toch? Tuurlijk, we zijn brothers, af en toe problemen, gewoon ruzie, onderling. Ja, maar niet serieus, maar gewoon discussies, ja, en, snap je? Maar uiteindelijk is het gewoon altijd gang geweest, snap je? Dus, en mensen denken echt van, hey, jullie zijn uit elkaar, vaker. Spreek je die guy nog, zie je hem nog, weet je toch? Dat ik denk van, huh, hoe komen jullie, weet je toch? Ja. Dan zijn ze stiekem al bezig. Ja. Hoe ben jij begonnen? Met rappen? Met pokus, dat je dacht van, ja man. Ik zeg je eerlijk, ik heb je eerst een grijs gedraaid. Welke? Gewoon één pokus, één verdamme niet, twee verdamme. Ja, dat was niet, ja, wel, dat ik ga eerlijk zeggen, weet je welke mijne was? Ik ben op een missie. Ja? Ja, broer, ik ga eerlijk zeggen, we hebben dingen gedaan op die pokoe dat we gewoon echt onderweg waren naar dat soort shit met, weet je toch? Se. Shit luisteren, broer. Beginnen over oude F-pokoes. Ik ga eerlijk zeggen, broer. Ik had het gisteren nog met iemand over. Kamer 504. Ik ga eerlijk zeggen. Nu kan ik het ook zeggen. Er was een tijd dat iedereen zijn hoofd koude heet was, broer. Snap je? Vraag, weet je toch? Niggas in the back is een true story. Dat waren gewoon, weet je toch? Je weet, candy model skeer. Patatje delen en zo, hoofd heet. Dat was die tijd van die pokoe. Dat je gewoon op weg bent naar. Ja. Of weet je toch? Brak je van. Wat draai je die pokoe op? Hoofd heet gespannen in die waggie van. Ja. Ben op een missie. Morgen heb ik money. Of zit. Dat waren die tijden, maar broer. Gelukkig is het nooit zo ver gaan dat het echt. Weet je toch? Anders zou ik hier niet kunnen praten, denk ik. Snap je? Deze dagen die straffen. Is different. Ja, ik hoor je. Dat was Heethoofd Anthem die tijd. Bro, op een missie. Ik zweer het, man. Sef, dat was de Anthem van de Heethoofden die tijd gewoon. Ik zweer het, broer. Dat was wel. Missie was wel een hoe toen je die maakte, ja, zeg maar. Goed, was je hoofd ook echt zo heet van, broer? Ik ben op een missie. Of ik ben op pap, of ik ga staf zitten. Ik was bij Campy. Ik was bij Campy. Mm-hmm. En toen Campy had toen net volgens mij de Evolutie van een Nigger, die album. Mm-hmm. Had hij net gemaakt. Ik zei tegen hem, dit is wel heel commercieel. Dus ik had net een poko met hem gedaan, die Tieten of zo, dikke Tieten of zo heet. Ja. Ik zei tegen hem, dit is wel echt commercieel wat je nu gaat doen, man. Toen ging hij lachen, joh, je toch, man. Hij was echt die nigger. Ja. Ik zeg je eerlijk, broer, iedereen. Dat kan je niet ontkennen, volgens mij. Hij ging lachen, zo. Ik zei tegen hem, bro, als jij dit gaat doen, dan ga ik nu naar Oslo. Ik ga de gangsterste poko die ik ooit in mijn leven kan bedenken, zeg maar. Vanaf nu bedenken. Hoe ik daar wegging, begon ik alleen maar te denken, wat kan ik zeggen, wat is nog nooit gezegd. Deze man heeft al coke in de dashboard, coke in de, weet toch, TSC voor het down to gangster. Ja. Ik denk, wat kan ik zeggen, man? Wat is... Die beat ook. Alles, ja, klopte, toch, alles klopte, bro. Super tough, bro. Ja, man, alles klopte gewoon. Dat is, ja, ik zeg eerlijk, dat is wel een poko. Legendarische verse van Vice ook, rest in peace. Vice ook, maar rest in peace, man. Bro, ik heb wat de beef met Vice, hè. Ik heb ben cool geworden met Vice voor die poko. Ja? Ja, man, G. Ik had die poko met de refrein, zeg maar, gewoon klaar. En ik wist al van, oké, dan is Pantaya moet hierop, Pantaya. Nee, ik wist eerst van, ik moet een mokro erop hebben, zeg maar. Alleen Vice was, zeg maar, de gek rappende mokro. Ja. En ik wou nog een Surinamer hebben. En toen kwam ik op Taya. Dat was allemaal bedacht. Mijn verse en refrein stond er al. Dat is ook wel iets dat hard is. Dat gebeurt niet vaak in muziek. Wij zeggen altijd, execute it perfectly. Dus je bedenkt die ding zo als het moet gaan, zeg maar. En het lukt ook, bro. Ja, man. Dat is niet makkelijk, man. Ja, man. Zijn weinig. Weet je wat ook, die Tory was ook een beetje van die tijd. Je moest roeien met weinig riemen, zeg maar. Dus je moest heel hard je best doen om dingen te laten lukken. En ja, je weet toch, out of the box denken en zo. Doekoe heeft mannen ook precies lui gemaakt. Maar deden jullie ook shows door die pokoe, zeg maar, die tijd? Ja, man. Kijk, die prijs was anders, hè? Prijs van toen? Ja. Bro, het was toen Doezo en zo, man. 9 barkies. En dat was een ding. Zeg maar, dat was van ai, je kost doezoe, ai. Voilà, Jiggy en zo gingen kwijt. Jiggy en zo gingen kwijt voor 3 doezoe, Chawa Barkies. Ja. Zwart licht die tijd. Zwart licht was mij ook niet waar. 15 barkies. Chawa die tijd, zo. En hebben ook volgens mij dat wel gedaan uiteindelijk. Ja. Maar volgens mij waren ze heel lang 15 barkies ook. Ik heb 17,50 heb ik weer eens gepakt. En dat was, en bro, en maar dat winnen was. Winnen en zo, winnen dat was Chawa. Waren die guys. Winnen was Chawa, Jiggy J was Chawa. Opgezwollen was volgens mij al 3 of 4 doezoe of zo. Nee, joh. Op een zit. Ja. Van die tijd gewoon, 4 ja, Campy. Maar wat was Campy dan, bro? Campy was... Campy heeft volgens mij ook 6, 7 aangetikt, hoor. Ja, 5, 6, 7. Ja, man, bro. Sterk, man. Bro. 8, volgens mij heeft hij wel een keertje 8 aangetikt. Maar was ook weinig. Dus je kon wel, zeg maar, je weet toch, je kon die 6 wel raken. Man. Maar hoeveel mensen gingen die tijd 6... Hoeveel hiphopvissers konden 6 leggen voor een artiest die tijd? Oh, bro, ik deed 9 shows in de weekend, of zo toen nog. Ja? Bro, ik deed 9 shows in de weekend, bro. Hebben wij dat ooit getouched, 9 shows?
Dat is wel. Toen ik vrij kwam, broer, je bent kwijt, man. Ja, ik weet eigenlijk, we hebben wel dagen gewoon dat we 4, 5 of zo, maar ik weet niet. Ik heb oud en nieuw, ik heb oud en nieuw. Auto was 6. Ja? Oud en nieuw, ik heb oud en nieuw wel eens gedaan dat ik 8 of zo gedaan heb, bro. Oud en nieuw. Broer, ik zeg eerlijk, oud en nieuw was altijd 5, 6. Maar het is moeilijk, maar het is moeizaam, man, broer. Op een gegeven moment, bij ons, weet je, het is gewoon, je werd een oude opgegeven. We hebben in sneeuw, weet je wel, die ene keer in sneeuw. In sneeuw. Bro, in sneeuw. 5 shows gedaan in sneeuw, bro. Sirocco. Ik weet nog precies, wat een Sirocco gehuurd. Ik weet nog precies, bro. Bro. Ik heb 5 uur mijn hart vastgehouden die dag. Elke passie was, zeg maar, racen in sneeuw, bro. Racen in sneeuw, racen in sneeuw. Nieuw jaar, ik weet nog, bro. Weet je hoe we berekenen? Misschien vorig jaar, dus in corona, was de eerste nieuwjaar dat ik gewoon Ossel was. Dat ik dacht van, wat moet ik doen, broer? Gek. Ken je die? We hebben gewoon 6 jaar, 7 jaar lang gewoon elke nieuwjaar gemist. Dus dit jaar, ik wist alles. Niet, die dingen, ik wist oliebollen, wat ik, wel, moet je oliebollen ik wist niet eens wat ik moest doen, broer. Ja. Ik hoor je helemaal, man. Je bent daar, ik zit Ossel, ik denk, ah. Ja, man. Ken je die? Is te rustig, broer. Ja, man. Dus ik zoek gewoon vissen. Ken je die model van, hey, ik moet iets gaan doen, man, broer. Maar, ik hoor je, man. Is para, man, broer. Dat je gewoon eerste nieuwjaar gewoon, snap je wel? Ja. Maar, vinden jullie niet para dat die ding gewoon 6, 7 maanden geleden was er nog corona, zeg maar? Ja, ja. Als je daar zo over praat, denk ik even zo, hoe para het is dat je even denkt van, oh ja, corona. Ja, man. Ja, man. Lijp, hè? Is doe gek. Shit. Ja, man. Gekke shit. Maar laten we niet die kant op gaan in ieder geval weer. Nee, man. Depressieve shit. Ja, man. Wat is een goede auto nieuw voor jou dan? Buitenland, hè? Buitenland, man. Laatste 3 jaar Ghana. Ja? En daarvoor was het altijd Cape Town. Hard. En dit jaar... Wanneer zijn aan het ballen op jouw prijs? Ik ga december ook dit jaar aan, Mattie. Je gaat dit jaar ook? Nee, dit jaar gaan we niet meer. Dit jaar moet je gaan. Nu zijn die echte mannen. Nieuwe dingen, prijs. Echte mannen zijn daar niet op. Waar gaan we dit jaar? Het is net als Super Mario. We hebben het uitgespeeld, man. Waar gaan we dit jaar? Dat geloof ik niet, man, broer. Ik ga met mijn wife naar Thailand, man. Oh, Thailand. Mos, ik ga eigenlijk zeggen, dit jaar Avengers zijn daar in Ghana, broer. Ja? De Avengers. Het is heel anders, hè, broer. Heel de team is daar, deze keer. Alle eten is pittig, man. Nee, man. Bro, ik zie Frenna eet ei met sambal. Ja, maar hij is anders. Hij eet alles met sambal. Dat is een keuze. Dat is een keuze. Nee, man. Nee. Dat is niet waar. Die hebben ook gewoon normale tenten, toch? Voor witmangs. Ja? Ze kunnen sushi eten zelfs tegenwoordig. Sushi? Ja, bro. Dus. Okay. Je hebt een ollo daar, die eet Zen Garden. Chill ik altijd, man. Ja, ze maken meer ollo's dan mij. Maar dit jaar ben ik... Je bent genezen, toch? Ja, toch? Maar ik ben bro, een paar jaar niet geweest, man. Ah. Dubai, ik heb van veel mensen gehoord, ook van zeg Dubai, maar niet Ghanese, dat daar alles goed is om op vakantie te gaan. Waar? Ghana? Ghana. Ga in december. Maar ook zeg maar van veel mensen die niet van Ghana zijn, heb ik ook gehoord, daar is echt ja. Daarom zeg, als je gaat, kijk, december is gewoon de maand dat je gewoon gaat, iedereen is daar dan, is gewoon een vibe. Ja, lijkt of je in Nederland bent, of weet nog, maar als je kijkt naar gewoon, als je wil gaan als toerist, dan maakt het niet uit, snap je? Je hebt daar genoeg dingen om te doen, snap je? Ja, veel mensen gaan naar Cape Coast, veel mensen gewoon die slavernij te maar als je december gaat, dan weet je gewoon van, hey, daar is chaos. We gaan chaos zetten. Wij zijn op een missie daar. Ken je die missie? We willen die Amerikanen laten zien van, Nederland is die ding, snap je? Of de Engelsen, snap je? Want in strijd, toch? Ghanese vandaar, Ghanese vandaar. Iedereen is op bewijzen. Dat is één ding met Ghanese, broer. They like to show out, snap je? Ze willen allemaal laten zien in de club. Weet je toch? Met waggies, alles is een show, dus... Als je daar komt, je team moet ook sterk zijn. Snap je? Zo gaan we je die gedachten gaan. Je wakker niet met Sarah. daar ga je met Sarah. Dat maakt niet eens uit. Het gaat om wat er in de club, toch? Die batras, toch? Snap je? Dat is daar die ding. Zeg maar, oké, laten zien van... Iedereen kan drinken op ons. Zeg? Nee, maar in die manier. Ik hoor je. Zeg. Ja, maar dat is echt... Maar gaan die batras voor de dikke prijs dan? Ja, man. Bro, hoeveel is... Hoeveel? 4, 5 barkie minimaal, bro. 5 barkie voor een moment. Nee, bro, die mensen zijn gek geworden, bro. En hij zei, weet je wat dat gek is? Je kan dan met diamonds. Dollars of euro's. Oké. Okay. Bro, weet je... ook gewoon van mensen betalen. Maar weet je wat de gekke is, broer? Paspapi was daar. Hij laat DJ gewoon muziek uitzetten. Hij hoor. Elke fles. Broer, gek, broer. Daar, bro, kon nog geen fles kopen. Die man, de hele tijd treintjes, broer. Wij kijken gewoon. Nu hij zegt, all the girls come to my table and drink. Broer. Geen respect, broer. Je moet berekenen, je arms lopen ook weg, hè. Die gaan eens de chicks, bro. Ze lopen gewoon weg van je tafel. Gratis. Zo toch? Ze lopen eraf, bro. Daar ben je al je Amsterdam kwijt. Para. Omdat hij maar 5 barkje euro dus. Nee, 5 barkje euro niet. En die man zei, ik wil alle batras. Alle is batras. Anders, hè, bro. 5 barkje euro, bro.
Dus jij denkt, jij bent daar om te stunten, broer. Terwijl die gaan eens daar, ik weet niet, ja, ik weet al wat ze doen, maar ze gaan dik, snap je? Dom. Gek, ze doen drukker dan ons, man. Wat is jouw gekste vakantieland geweest? Die van mij. Ik zeg je eerlijk, ik ben nog niet op veel plekken geweest. Nee? Ik ben niet echt tropisch. Bewust of? Nee man, ik wil sowieso gaan, man. Ik hou echt van reizen en dingen, je weet toch? Maar waar ben je wel geweest? Ik ben Turkije geweest, Italië, Spanje, gewoon een beetje die standaard dingen. Laatst was ik toevallig Griekenland met mijn vrouwtje, even genieten. Dan waar wil je echt heen? Man. Ik zeg je eerlijk, ik wil wel naar... Je lijkt wel een Bali nigger, jij man. Bali, check. Wat zeg je? Zo. Je lijkt wel een Bali nigger. Gewoon Bali. Bali. Nee, maar een beetje brengen naar Cura. Nee, ik ga een keertje... Cura, Cura moet je sowieso moet je hangen, ja, man. Ja, man. Ja. Cura, ben je nog niet geweest? Nee, man. Ik ga chillen, man. Ga samen met Sigi, weet van Cura. Cura is altijd goed, man. Ik was er vorige week, man, Cura. Echt? Ja, man. Serieus? Ik moest daar mijn Amerikaans visum ophalen. Dope, man. Daar kom ik het snel een afspraak maken. Dus ik heb gewoon een paar dagen chill, man. Dus je kan nu gewoon naar Amerika. Hoor je wat iemand doet? Hoor je wat iemand doet, prijs? Krijg je wat iemand doet? Ik begrijp niks, bro. Dus die man daar een verpakte flex, een verkoorde flex. Ik pak gewoon een lijstje, even Cura gewoon om mijn paspoort te maken. Om een visum op te halen, ja. Ik ben boos, man, bro. Dit is een lijn, dit is een lijn. Dit is een hele andere lijn, dat, hè, bro. Super. Je moet snel bewegen, bro. Dit is woordje, wat vond je ervan? Hard, man. Echt, waar zat je? Ik zat bij Avila Beach Hotel. Avila, ja. Maar gewoon bij het strand daar. Hoe lang was je daar? Ik vloog dinsdag. Ik had woensdag mijn afspraak, donderdag had ik hem opgehaald en vrijdag was ik loesoe, man. Ja, ja man, dit is niet ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Wat is de perfecte lengte om in Cura te zijn? Cura, ja, wat wil je de doen? De perfecte? Wat wil je doen? Lengte. Ja, van hoe lang zeg maar. Okay. Want kijk, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben 6 dagen geweest. Ja. Ik zeg jou eerlijk broer, 7e dag was misschien fataal geworden. Nee. Zo voelde ik mij. Ik was 6 dagen. Nee, want kijk, omdat je. Omdat je 6 dagen had, dan ga je zeg maar junkie gaan. Is ook verschillend. Het ligt eraan hoe je daar gaat en in welke model. Ik was nog eten. Toen was ik ook een keer. Daarom zeg ik van. Ik ben daar langs 2 weken gebleven, denk ik. Ja? Ja, ik heb wel eens 3 weken gepakt. Ik ben sowieso verlenggang, zijn wij, man. Wat eet je bij Truckypan? Wat eet je bij Truckypan? Wat is die standaard ding die je bij Truckypan hebt? Ik ben klaar bij Truckypan, man. Ik ben een Criollo mannetje geworden, man. Echt? Ja man. Criollo is zeg maar gewoon cultuur shit. Ja, is ook goed. Ja, dat soort shit. Is ook echt goed. Ik ga eerlijk zeggen, ik had een Surinaamse ding daar gegeten. Die was different. Wat? Surinaamse restaurant. Ja, gaat kwijt ook daar. Suriname Camino of zoiets. Ja, man. Die gefrituurde Fonchi, bro. Kaya de Jan. Ja, gefrituurde fondje, dat is hem. Die gefrituurde fondje vandaag. Ja, ook gaat ook kwijt. Wow. Gaat ook super kwijt. Ja, man. Gefrituurde fondje. Nee, vol. Dat zijn ze. Ja, man. Dat zijn ze. Nee, ik moet snel even die kant vallen, man, weer. Dat is wel lang geleden voor mij alweer. Maar ligt eraan hoe je gaat. Als je met de kids gaat, zeg maar. Nu, dat wil ik nu even doen. Ik ga eigenlijk zeggen, mijn laatste vakantie met de kids en zo. Dubai, waarom Dubai, bro? Ik hoor juist veel mensen met kids daar. Je kan alle, dat is veel te doen voor die kids. Ja, man. Kijk, dat is de fout van mensen. Ik ga naar Dubai sinds 2010. Snap je? Dus ik weet van mensen verwachten van Dubai van, hey, is gek, je moet money blowen, je moet dit. Maar je kan ook gewoon normaal gewoon vakantie vieren in Dubai, snap je? Dat is wat mensen niet begrijpen. Mensen denken, je moet gelijk... Dat gebeurt ook. Je weet, als je in de club komt en je denkt van, ah, moet ik niet naar Oslo. Ja. Snap je? Maar ik ga eerlijk zeggen, je kan ook gewoon normaal chillen, bro. Heb je ooit gehad, je hebt daar gebost, bro. Je denkt van, ah, hoe moet ik thuis komen, bro? Dat is raar. Dit had ik niet verwacht, man. Ja. Nee, joh, maar Dubai, ja, soms gaat het wel hard aan toe, man. Ik zeg je eerlijk. Laatste keer of zo. Die Dubai nigga, man. Nee, helemaal niet? Nooit geweest, trek mij niet. Ben je wel geweest of niet? Nooit geweest. Oh, daarom. Nee, maar het is anders als je daar bent. En dan zie je van, hé, dit is heel anders dan ik verwachtte, snap je? Maar dat had ik met veel landen, hoor. Dat had ik met... gelijks, perceptie, het ligt eraan. Ik heb veel matties daar en zijn gewoon creatievelingen. Ja. Ze brengen me ook naar Dera, oude Dubai, daar chop en zo. Klopt, daar is gek, snap je? Maar ik ben ook niet van... Kijk, je hoeft niet per se Dubai Mall. Ja. Weet je, veel mensen stunten daar, weet je. En broer, dan, mensen komen daar voor de verkeerde redenen. Maar ik weet gewoon hoe ik daar moet manoeuvreren, man. Dat is het idee, ja, mensen. Je hebt, weet je, van Dubai, je hebt iets voor iedereen. Snap je? Wil je met de kinderen gaan? Klopt. Heb je iets voor, als je voor de ballers, jullie willen gek doen? Ja, man. Ook maar ook gewoon, altijd, gaan liegen. Elke Ramadan ga ik gewoon daar naartoe. Een week, aquarium. Dus echt ja, perfect, man. Dat is het, zeg maar. Je hebt ook, en gewoon goed eten. Je hebt een goede restaurant. Wil je daar niet nog heen gaan? Nee, dat trekt mij niet echt, man. Nee. Maar waarom ga je daar in de Ramadan heen?
Het is gewoon heel... het wordt daar echt goed gefeed. Iedereen vast daar. Mm. Dus het is gewoon, iedereen breekt zijn vasten. En dan ga je naar richting Burj Khalifa. Is iedereen buiten, shisha's aan het doen, chillen. Dus die dat sfeer is daar zeg maar. Ramadan is zo. En na Ramadan is losgaan. Ja. Iedereen is daar aan het hammeren. Gek aan het doen, hè, brother. Ja, gek aan het doen. Maar ja, dat is gewoon... Daarom zeg ik, maar ik ga daar gewoon voor chillen. Weet toch? Niet per se feesten, hè? Maar gewoon goed eten. Goed, weet toch? Je hoeft niet per gewoon lounge. Ja, maar hij heeft gelijk, het is echt kindvriendelijk, man. Er gebeurt echt niks daar, man. Ja. Je laat je telefoon op de grond, een uurtje later, hij chillt daar nog steeds. Nog steeds? Ja, man. En alles is marmer. Gek. Het is crazy, ja, man. En die mensen zijn vriendelijk. Mensen zijn echt vriendelijk, ja. Toch, kijk die model, ze doen alles voor je. Ze komen je koffer dragen, ze willen jou bijna in jou. Je bent echt, snap je? Jij bent, je moet het waarderen, je moet het waarderen, broer. Je moet die dingen waarderen, broer. Je moet die dingen waarderen, broer. Snap je? Hier in Nederland, broer, je bestelt iets. Die mensen kijken aan en geven jou die dingen. Snap je? Ja, dat is ook, daar is, broer, ze komen, waar, ze komen helemaal tot in je deur, broer. Van, hey, kan ik je nog helpen, broer? Ja, man. Snap je? Belastingvrij investeren is daar ook. Bro. Ja, man. Belastingvrij. Zo kon erin, man, broer. Klopt. Wat interessant van je. Hij denkt, hè? Nee, ik hou niet van. Ik hou niet van. Ik moet houden van die land om daar te zijn. En... Ja, ja. Maar Cura ga je wel vaak, merk ik, hoor. Cura ga ik vaak, man. Zodat als ik kan. Skonderen. Dat is zeg maar, die vibe heb ik. Kijk, Cura is weer tropisch. Wanneer ik daar ben, is gewoon van, ik ben op een eiland. Dit is echt rela. Snap je? Sorry, gewoon rust. Dubai vind ik niet per se rust, snap je? Ik weet gewoon van, we gaan chillen, we gaan. Maar Cura is een hele andere vibe. Daarom ga ik ook, weet je toch, vaak naar Cura. Ja. Ik heb het met Marokko, man. Nergens laat mijn batterij beter op dan daar, man. Ja, maar het is gewoon alsof je geest. Je bent Marokkaans, toch? Nee, man. Huh? Schrik, hè, man. Vraag hem, man. Wat is je echte naam, bro? Mijn echte naam? Ja. Mijn government, gewoon. Ja, je government name. Mark. Mark? Dus wat denk je dat hij is nu? Like you Dutch? Half. And the other half? Su. Hè? Oké, ik ben niet alleen. Su. Ik heb je een akka gegeven daar. Je dacht, ik weet, ik heb ze allemaal uit de hoge hoed horen komen in mijn leven, broer. Alle windhoeken, alle landen van de wereld. Ik heb 1000 jaar gedacht dat deze man ook was, of niet? Jij ook, hè? Maar waarom dacht je dat? Hij springt uit Marokkaans of zo. Ja, hij heeft gewoon die Marokkaanse swag, hij heeft die Marokkaanse takkie, een beetje. Vind je niet, of zeg ik iets raars? Ja, is misschien ook gewoon een beetje aga. Ja, en zeg maar van gewoon, je weet toch? Ja, ja. Probeer al Surinaams? Ja. Maar... Paartje ook Su? Nee. Mark. Nee. Ik versta het wel op zich, maar ik praat het is niet Mark, echt. Ja, maar volgens mij is je Mark. Ja, maar je heet Mark. Is een guy, bro. Hij heeft een hele rekens op daar, geloof nee, want ik heb ineens gemaild met Mark. Ja, ja, toch? Zo ben ik op de dag gekomen. Ja, dat zijn die, dat is wanneer die... Mark! Dat is tot 6 uur. Ja. Shout out naar Mark. Ik heb gemaild met Mark. Precies. Ja, telefoon, ik hoor zijn stem. Ik denk, hè? Mark. Ja, man. Ik heb mensen vaak akka's gegeven met die, weet je toch? Ja, man. Is. Geen. Weet toch? Shout naar mama, man. Ze heeft die naam gewoon gegeven, je mama's, weet mama's, toch? Ja, shout naar mama, je weet toch? Mama is Nederlands? Ja, mama is Nederlands, man. Ze ja, een paar Surinaamse ja, man. Ja. Ja, man, zeker. Got him. Ja, man. Gek. Leef je maar een paar nog? Ja, man, zijn nog bij elkaar ook. Oh, master, man. Dus je komt uit een goede gewoon zin. Ja, man. Goeie zin. Ja, man, zeker. En Clemens leeft at home with his both parents. Ja, nee, maar kijk, weet je... Weet je wat bij mij is? Ik ga jou gewoon eerlijk zeggen. Nee, weet je wat bij mij is, broer? Ik heb dat wel vaker gezegd, broer. Wat alle faya dingen wat ik in mijn leven heb, dat heb ik mijzelf aangedaan. En vond mijn moeder en vader helemaal niks mee te maken. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, man. Ja, heb je broers en zussen? Een broertje. Hoe oud is hij? 6 jaar jonger dan ik. 26, 27. Oh, gek, man. Ja, man. Jij bent 33? Ja, man. God damn, ben nog jonger dan mij ook, man. Hoe oud dacht je dat die guy was, bro? Niet begin ik zelf te twijfelen. Hij was er al lang, hè, bro. Ik ben er wel even. Dat zeg ik, broer. Ik zeg toch even. Vroeger, ik keek naar die guy, bro. Block Party. Asta. Die man, daarom zeg ik, is lang geleden, bro. Ja, man, zijn long time dingen. Ja, man. Was je ook daar in Asta met vieze onderbroek? Broer, ik heb alles volgens mij meegemaakt, broer, in die Asta. Ik was die young nigga die binnenkwam. Asta was wel Philips, hè. Asta was altijd gewoon. Om niet binnen te zijn, dus. Ik weet het toch? Je was die nigger. Die nigger was ik, man. Ik ben vroeg in de velden geweest. Snap je? Onderbroek schuren. Ja, als daar, broer. Rex was sowieso daar vieze onderbroek.
Ah, ja. Man komt uit. Ja? Nee, die, broer. Deze mensen willen mij eigenlijk ruïneren vandaag, broer. Ik ga eerlijk zeggen, broer, het is een hele andere tijd, broer. Wij zijn die niggas, we hebben alles meegemaakt. Ken je die model? Alle fases van, hé. Er was een tijd dat je de hele dag in de club was aan het deur, toch? Ja. Een tijd dat je de hele dag op straat... We hebben gewoon letterlijk alles... Wat ben je? Ik ben niet 34 geworden, man, bro. Snap, ik ben een old ass nigga, man. Ik ben 35, man, bro. Ja, gek. Cool, maar jij rap volgens mij sinds jij klein bent. Volgens mij als jij baby bent, die gevoel heb ik, man, bro. Hoe lang rap jij, bro? Is gek, bro. Voilà, bro. Hoe lang rap die guy, man? Kapot lang. Is dat alles mee? Nee, man. Maar hoe lang rap jij, broer? Want jij bent grijs alles, broer. Ja, maar ik ben omdat ik slim ben. George Clooney, ik hoor je al. Dat is omdat ik slim ben. George Clooney. Je doet lang met die foto, man. Hé, hey, broer. Skip die foto's een andere keer. Dat is voor een andere keer, man. Nee, ik wil je echt graag zien, man. Als jij een dunne... Hij was een dunne nigger vroeger, hè? Ja? Dunne guy. Hoofd. Ik ken die niggas, man. Ik ga eigenlijk zeggen, broeder. Aan de kant? Ja. Soms, ik begrijp ook niet van, hoe ken dit? Snap je? Ja. Ken, hoe ken... Ja, maar het is beter, man. Live, bro. Ja. Leven geniet aan, brada. Weet je die nigger die zeg maar om de zoveel tijd even een paar foto's van Instagram verwijderd? Mos, koude hard, bro. Koude hard, bro. Je wilt niet... te vaak zelfs, man. Je wilt die transition niet zien. Ik zie van, dit zo zie ik niet meer uit, man, bro. Dit klopt niet, man. Heet. Ik wil niemand misleiden, snap je? Dus dan, nee. Maar, ik ga eigenlijk zeggen, bro. 2022 zijn we op fit zijn. Leef goed leven. Na dit. Binnenkort stop ik met dit, toch? Met drank. Met alles, bro. Gewoon een paar maanden, hè? Niet van ik stop. Gewoon ga, je even voor de, ga je voor de liefde? Ah, ik ben. Ik heb. Abin, snap je? Snap je? Ik. Vrouwtje is gewoon daar, man. Snap je? Die wordt altijd gewaardeerd voor altijd, snap je? Mooi. No lekker. Mooi. Ja. Wat is dat? Nee, niet deze dikke ding. Nee, die. Niet deze dikke. Bro, wat zijn die dingen met krulletjes? Broer, ik heb alle fases gehad, dat zei ik net tegen jou. Lang Esco in de wiri. Ik ga eigenlijk zeggen, dat had ik ook even een tijdje, snap je? Rekken dat gel overal. Het was even een dingetje, snap je? So glow. So glow. Ja, je was die ding, je gaat zitten in de trein zo, pap. Je ziet gewoon koude grote vlekken op die stoel. Bas, ik ga eigenlijk zeggen, die ding wordt hard zelfs. Ik had die andere gel toch, broer. Die ding wordt hard, zeg maar. Snap je? Maar op een gegeven moment, ik ga eerlijk zeggen, ik was ook die dingen met die Hanekam. Ik ben gewoon ook vaak gewoon dingen doen, toch, broer? Ja. Zeg maar, ik ben geen creator, broer, maar wel gewoon af en toe wil ik even, je toch, schaam. Je support de creators. Ja, toch. Maar zo, daarna, op een leeftijd, kom je van, hé, dit gaat te ver, man, broer. Zeg maar, dan is het ook klaar. Ken je model? Is klaar. Wat is het gekste? Was je ook die dingen met lenzen? Nee, toch? Nee, ik draag sowieso lenzen, man. Niet. No, man, dat gaat weer te ver. Ik ben gewoon van de buurt, hè, broer. Er zijn sommige dingen dat niet geaccepteerd wordt. Nee, snap je? Nee, man, lenzen. Blond haar, whatever. Blond heb ik ook niet. Ik had wel een blonde sikkie. Dat was niet eens lang geleden, een paar jaar geleden, man. Dat was de eerste keer. Maar, broer, ik ben niet echt van het blondeer. Dat is allemaal niet toegestaan in die krant, abrada. Snap je? DHC heeft die codes vroeg gelegd, snap je? Ja, nee, snap je? Ik had die dingen niet echt gewaardeerd. Die dingen worden niet zo, man, snap nee, je? Nee, gewoon zo gekheid. Broer, je, die blonde wieris. Het algemeen, is algemeen, buurt, dat soort gekheid. Lata. Broer, ga tegen jou zeggen, wat is met jou, broeder? Vaker, en ik was echt, ik ben opgegroeid met hoefkades, snap je? Mokros, dus... No man, kan niet, man, bro. Gewoon een zat tegen mij. Wat is met jou gebeurd? Snap ik, je krijgt die gesprek van, wat is met jou gebeurd, bro? Ja, wakker. Kan niet, broer. Ja. Nee, je bent anders. En het is niet eens dat ik anders wil zijn. Het is gewoon van, broer. Ik is gewoon, nee, maar ik begrijp jullie. Het is niet, dit, maar ik doe, als het gewoon blond moet of als het zou staan, dan zou ik het ook gewoon doen. Maar ik denk dat het me ook niet zou staan. Je moet een beetje different zijn. Je bent wel die fly guy, toch? Ja, maar niet voor blonde haar, toch, broer? Never for no. Ik ben gewoon fly, toch? Zoals ik ben. Never for no. Appie, nee. Laten we weer even over iets praten waar hij niks van snapt, man. Let's go. Ik ga eerlijk zeggen, tekenen. Broer, dat heb ik nooit begrepen. Maar ik tekenen, broer. Ik kon echt niet tekenen, broer. Op score voor tekenen, broer. Ja. Broer, tekenen, ik ga die ding les op een gegeven moment overslaan. Gewoon van, no, man. Maar nu creëer je muziek. Ja, man, ik ben een creatie. Tekenaar met ja, dat is ja, een anders tekenen, snap je? Ja, dat is een schets. Ja, man. Schetsen. Schetsen. Nee, joh. Maar Beerbricks.
Nee, niet echt, man. Ik heb er twee. Eentje van Michael Jackson, een Thriller. En eentje van Captain Tsubasa. Dat keek ik vroeger. Gaat over voetbal. Nog eentje, wat vroeg je hem? Die werkt echt, Ik verstand, ben je op Brix? Ik denk, ah, wat doe ik aan? Ik begreep helemaal niks van, ah, wat doe ik aan? Nee, maar wat vroeg je? Ik zei toch, we gaan het hebben over iets van... Ze zijn wel prijzig. Maar dus, wat vroeg je? Beerbrix. Ik denk, oh, wat doe ik aan? Ben je op Brix? Ik denk, ah, die man zegt, ja, Michael Jackson. Ik denk, hè? Kijk, daar is een kleintje. Ah, nice. Pak hem even bij. Die deel zijn duur, man. Die, kijk. Ja? Ik heb er twee thuis. Maar hoeveel wat zijn prijzen? Dit zijn klein, dit zijn twee barkies. Dit zijn twee barkies. Je hebt ook 1000%, die zijn sowieso. Wat houdt die procent in dan? Hoe groot ze zijn. Hoe groot ze zijn. Oké, ja. Dit is 100 of 200. Wat is het grootste? 1000. Hoeveel partijen voor dat? Die zijn dan 500-600 euro. Ik heb laatst eentje gekocht van 50 barkies. Ik dacht die toren zijn veel duurder. Sommige zijn duurder, ja. Die van Beep. Heb je resale gekocht? Nee, gewoon normale prijs. Ja, die zijn wat duurder, toch? Ja, man. Doe zo. 20 of 15 barkjes. Voor dit? Ja, maar hij wordt meer waard. Jullie zijn echt van de... Jullie zijn jouw niggas change. Ja, bro, je hebt toch daar zo'n shirtje van 19 barkjes aan? Ah, nee. Dat is heel... Je hebt toch een bril van 32... Hoeveel kost die bril? 32 doezo? 32 barkjes? Ja, maar ik word geregeld bij Akkerman. Snap je die model? Snelle plug. Kruiskade, je kent die model. Ik heb ook een kleine plug, wel. Ik heb ook een plug. Shout-out naar Soulbox voor Webrix, wel ook. Snap je? Ik ben net zeggen, ik ben van buurt. Alles moet met plugs zijn. Ja, je moet wel iets kleins. Sowieso shout-out naar alle plugs, man. Even, je weet toch, dan moet je even bij stil zijn. Ik heb een paar, man. Hoe dan? Sowieso... Geef ze love, man. Ja, man. Sowieso naar iedereen die me altijd lekker jonko laat roken. Gezegend naar jullie allemaal. Ja, heb je dat daarna ook? Dat je gewoon vrij kan jonken? Ik ben gewoon geregeld. Okay. Jawel, daar ben ik wel geregeld. Welke shoppers? Sowieso Dizzy, Downtown. Ik was gisteren weer bij Dizzy toevallig, man. Bij de oude of bij de nieuwe? Nieuwe, oude. Dankjewel. Oké. Is een nieuwe in foto. Ze hebben een andere shop overgenomen in Foto. Waar is Dizzy, broer? Ik kan van Aga komen. Kom, link me. Daar, ik ben geen roker, maar ik rook niet, toch? Je belt niet, toch, als je naar Aga komt? Link op, dan ik breng jou daar. Gezellig. Roken we jointje. Ik begrijp helemaal niet wat Dizzy is, man, broer. Dizzy Dirk is een shop in Den Haag. Die heeft nu twee filialen. Maar waar? Ik ben geen roker. Daarom zeg ik, vandaag ga ik wel eentje huizen. Ik ga vandaag eentje huizen, sportief gewoon. Sportief ga ik eentje huizen, snap je? 666. Ja, en je hebt al die edibles ook al gegeten, broer. Je wilt jezelf saboteren vandaag, hè? Nou wat, hè? Ik ga eerlijk zeggen, wierie denk ik, man. Wat is dit? Broer, Ari heeft gedraaid, man. Ik weet niet, man. Broer, ik weet niet, ik loef die niet, broer. Ari heeft gedraaid. Het is jonko, maar ik weet niet wat voor jonko. Oh, dat bedoel ik. Ja. Very rare. Nee, maar je bent shisha roker. Nog niet in haar leren gooien. Ik ben als stoot, niet zo, toch? Ik krijg 5 euro. Okay, ik krijg 5 euro van je. Ik ben echt geen roker, hè, broer. Ik krijg 5 euro van je, man. Nee, zie je? Niet zo, toch? Ja, zo. Nu zien jullie van, ik rook echt niet, zeg maar. De mensen denken van, ik lieg, zeg maar. Ik ben echt, broer. Ik doe niet aan die dingen. Drinken, dat is wat anders, maar roken? Nou, man. Zo, Aga is wel een smokkelstad. Maar je hebt nog geen love gegeven, bro. Nee, daarom. Ik was nog ineens klaar, weet je. We gingen weer op een punt van de stoel. Ja, echt, hè, sowieso. Je gaat huizen, broer? Ja, je gaat ook mee. Doe je met mij? Wil je met mij roken? Ik ben eigenlijk op Assie altijd, man. Die van King Size ziet er bomba uit, broer. Die van jou is nog... Nee, ik lieg. Charlie, ik voel nog steeds in mijn bijna op. Sowieso Greenhouse Secret Farmers. Big shout-out naar hun ook. En Kremers, dat zijn de mijn drie altijd, man. En Aga, je weet toch, ik flex altijd. Welke Secret Farmers, Kremers? Greenhouse Secret Farmers en Café Kremers. Kremers is fly, man. Een soort sportsbar. Kan eten daar en shit. Je weet toch, jonko roken. Jonko roken beneden volgens mij, toch? Boven? Nee, ze hebben het een beetje verbouwd. Nu is het boven geworden, heb je allemaal schermen. Kan je weet toch, chill. Balie kijken en zo. Je weet toch, relax. De point is overal, bro. Alleen maar love. Overal waar ik pull up ook. Maar is er ook wel eens dat mensen je, want dat maak ik wel mee, tuurlijk, je toch? Wanneer je die bekendheid hebt, dat mensen je. Ze voelen jou, maar ze weten niet hoe ze je moeten benaderen. Dus wat ja, gaan dat ze is, doen? Dat is hoe jij, dat, dan moet jij weten hoe jij ze, hun. Nee, maar dan zeggen ze, gaan naar jou toe van, hé, zwa! Dan denk je van, oké, wat is er? Hé, je muziek is hard, man. Snap je? Of weet toch? Ze gaan eerst iets roepen naar je, dan denk je van, broer, vaker. En dan, wanneer ze met je praten, hé, je pokoe is hard.
Heb je dat ooit meegemaakt dat je zegt van oké? Okay. Constant man, maar dat zeg ik, dat gaat hoe jij met ermee omgaat. Yo, bij jou lijkt iedereen is blij met jou, snap je? Je bent die guy, je komt. Hey. Maar dat is omdat ik mezelf zo draag, toch? Mm. Ga je haat op mij, bro? Ik heb nog nooit. Wat heb ik gedaan? Toch? Ja, ik. Waarom toch? Ik weet niet, man, broer. Maar ik. Nee, maar vraag je gewoon zeg. Oh nee, hoe ga je haat op jou? Ja, tuurlijk. Dus daarom zeg ik van. Moeilijk. Voor de gevoel, ja. Maar er moet toch wel altijd één hater zijn. Het kan dus dat niemand. Dus je hebt nooit meegemaakt. Ari haat elk. Ari. Hij Ari. Grootste hater. Is ja? Ja. Ja, ik hoor je. Maar ik bedoel, vreemde. Ik bedoel die vreemde. Snap je? Nee, ik hoor je ook. Je krijgt ook geen DM's van, snap je? Nee. Nee, man. Je bent anders, man, broer. Zo thuis dat ik. Iedereen krijgt van ons soms even af en toe. Dat iemand gewoon random maakt. Nee, maar ik ben ook niet in één keer, zeg maar, zie je mij op Instagram zeg maar, iets doen. Ja, maar ook gewoon in het echt, broer. Maar niet dat ze naar je toe stappen, maar, bro. Je ziet wanneer een nigger haat op je. Hou niet eens iets te zeggen, broer. Bro, ik durf niet eens. Ik durf niet eens te posten, zeg maar. Dus ik weet dat, zeg maar, dat ik meer moet posten en shit, maar ik durf niet, zeg maar, omdat ik weet dat dat soort dingen komen van dat soort shit. Ja. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Als je naar mijn Instagram gaat, ga je alleen maar, zeg maar, stukjes van rookworst, promo. Je gaat nooit, ik durf dat niet eens meer, man, bro. Ik durf dat niet eens meer, man. Je gaat geen filmpje van mijn waggie zien. Je gaat geen foto van mijn waggie zien. Je gaat niks van, niks. Ik heb nog nooit van mijn leven. Nog nooit van mijn leven foto gemaakt met money of zo, bro. Dat soort shit. Niet online bedoel je? Never, gewoon nooit gemaakt, bro. Want die dingen. Okay. Stel voor, ik maak het en ik stuur het naar Arie, deze man de post dat één keertje. Fire. Ik ben different, man, bro. Ik zeg je eerlijk. Dat is wel iets dat toch in de buurt normaal is, toch? Dat ze even gewoon willen laten zien. Ja, maar dat was ik altijd al scherp op, man. Verdiend, zeg maar. Ja, altijd, natuurlijk, maar niet altijd om te al sturen. Scherp op. Ja, maar sturen, die dingen, maar gewoon maken. Maar zo creëer je, zeg maar, die shit. Dat, ja, ik begrijp je, man. Nu krijgen 10 niggas die jou niet mogen, al een beetje niet mogen. Ja, maar hier bij ons, is het sowieso. Het is een andere tijd, toch? Ik ga eigenlijk zeggen, daarna is het sowieso anders ook qua dat, snap je? Hier ook al doe je niks. Net, wat jij zegt, jij post niet. Bij ons is nog steeds, vind je een reden dat mensen je gewoon haat. Snap je? Vooral met succes, bro. Mensen, je raakt bekend. Mensen denken, je bent nee, maar niet zo denken, niet zo denken, bro. Nee, maar het is ik praat uit ervaring. Dat ik nee, zo maar denk. Niet meer, je moet niet meer zo denken, bro. In de zin van? Geloof je in aantrekkingskracht, gewoon? Nee, dat sowieso. Nee, dat is zeker. Ik snap wat je bedoelt. Je moet zeker. Jonker roken. Dat is het eerste wat je moet doen, is jonker roken. Ja? Want dan ga je sowieso... Kijk, jonker is niet goed voor mij, man. Dan ga je gewoon, dan ben je bescheid, man. Dan heb je meer scheid aan. Fuck dat, man. Wat ga ik stressen over iemand anders? Er wordt niet gestrest, maar dat leg ik niet gestrest, maar zeg maar... Die politics in Den Haag, gewoon. Maar dat is gewoon normaal, broer. Ik ben te stoned voor politics, bro. Als ik ben te stoned voor politics, wauw. Wauw. Super stoned voor politics, man. Ik wil alleen maar praten over, leuke dingen, man. Ja, man. Je hebt groot gelijk, bro. Wat vind je van eerlijk, broer? Kan je doken, man? Denk je? Die kan je doken. Ik vond wel inspirerend op een bepaalde level, maar ik... Heb je niet soms een beetje dat je naar hem kijkt en dat je denkt, je vindt hem een beetje zielig? Hoe raar dat ook klinkt, want die man is miljardair. Die man, soms kijk ik naar hem en dan denk ik... Op Netflix. Broer, hij heeft lobby nodig of zo, lijkt het. Weet je wat ik bedoel, bro? Ja. Soms. Ja. Je weet toch? Van hoe kan je alles hebben en nog steeds niet genoeg? Zo kijk ik naar mezelf, bro. Zeg maar, die zielige guy die je zo vindt, zo kijk ik naar mezelf, man. Ja, man. Gewoon, je kan niet... Maar waarom vind je... Kijk, wanneer, zeg maar, wanneer je Kanye bent, zeg maar... En niet om te zeggen dat ik dan ook Kanye ben, zeg maar... Wanneer je Kanye bent... Hij voelt dat hij een missie heeft, bro. Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, zeg maar, ergens iets in hem, ja. Zeg maar... Zegt tegen hem van, oké, you got a mission. Die stem die in... Misschien kun je zeggen dat hem gek maakt of whatever. Maar er is iets in hem, zeg maar... Wat hem drijft om dat te doen wat hij aan het doen is. Ja. En dat wat hij aan het doen is... Is zeg maar zo onbegrijpelijk... Dat hij wel die enige... Er komt eenzaamheid bij kijken, zeg maar. Als je dat... Ja. Ik voel je wel. Ik voel je wel. Weet je hoe zielig ik ben, bro? Ik zit ook gewoon Fortnite te spelen in mijn eentje, man. Maar is dat zielig? Goku skin, man. Of is dat zielig? Kan ben je mee als ze doen daar? Ik word nog geel en zo alles. Oké dan. Dat is wat ik bedoel. Mensen weten niet hoe... Ja, maar bro, ik ben bezig met een boek, bro. Weet je hoe zielig ik ben, bro? Ik heb dingen gelezen... Ik praat net over oud en nieuw. Weet je hoeveel oud en nieuw ik zeg maar alleen op de bank zit in mijn eentje? Mensen denken, Bonnie is nu met 19 bitches in een rare penthouse vissen aan het hebben. Toen ben ik gewoon op de Oslo zit naar Nederland 3, naar die fucking aftellen shit. Maar bewust? Gewoon keuze of? Gewoon dat het lijf soms zo gaat, zeg maar. Je weet wat ik bedoel. Want mensen denken, zeg maar, als jij zeg maar, ik verklaar het zo. Ik zeg altijd, in lijf heb je gevers en nemers. Ja. Ik ben een gever.
En omdat ik een nigger, omdat ik zeg maar geen gever ben. Ik ook, hoor. Omring ik mezelf zeg maar onbewust met nemers. Snap je? Ja. En niet om te zeggen dat Arie ook een nemer is, zeg maar. Want Arie is zeg maar op een bepaalde manier is hij een nemer, zeg maar, omdat ik zeg maar dat heb boven hem sta, zeg maar, op een bepaalde manier. Zeg maar. Het is heel kaka om dit uit te leggen zomaar nu, maar hij heeft weer andere mensen waar, die weer op hem bouwen als gever. Tuurlijk, tuurlijk. Begrijp wat ik bedoel, zeg maar? Ja, maar dat is altijd... Begrijp wat ik bedoel? 100, ja, man. En zo heb je, zeg maar, zo creëer je, zeg maar... onbewust, zo creëer je, zeg maar, een soort van kringetje, zeg maar, toch? Ja, toch. Maar die kringetje, zeg maar, die ik, zeg maar, heb, als een nigger, zeg maar, die ik, zeg maar, een Arie, of een Killa, of een Kroeks, of een... Gewoon mijn echte nigger, zeg maar. Ja, toch. Ja, op die dag, als een oud en nieuw, zijn hun de gevers. Gek. Ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Aan hun familie, aan hun gezin, aan hun mensen, aan hun... Ja. Ja, begrijp wat ik bedoel? Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus zeg maar die... Ik kan niet boos zijn, want die niggas denken van, ja, man, die komt wel goed. Ja, ja maar dat is, ik begrijp je, natuurlijk. Ja. En hoe je dan voelt qua druk en qua alles. Ja, man, bro. Ik heb kerst wel eens gehad dat ik Oslo zit in mijn eentje, man, bro. Dat is fire. Maar, broer, ik zeg je eerlijk. Hoe lang doe jij dit, bro? Dat is vraag. Hoe lang ben je al bezig, bro? Met muziek en alles? Ja, gewoon dat je... 2008, 2008, hoor. Ja. 2008, 2007, zo begon ik misschien. Blijf. En heb je voor jezelf een finishlijn in gedachten wanneer je denkt van dan ongeveer... wil je gewoon de golf... Ik wil nog één keer Duitsland, Splash, weet je die grijpte? Splash, dat is allemaal Splash, ja toch? Eén keer met reggae, met één reggae album wil ik daar komen. Gekke Patrick, show. Patrick moet raar naar zweet ruiken en die... Ja man! Ja? Rare, vieze Nederlandse maar dat is echt. Maar waarom reggae? Dan? Shout out naar Petje, man. Als ik oud ben, wil ik gewoon die shit maken, man. Maar voor altijd in een bepaalde vorm zou je pokoe blijven maken. Geloof je daarin? Jawel. Geloof je dat je zeg maar later nog steeds in een bepaalde... Ik weet toch, je gaat niet meer rappen als je 70 bent. Daarom zeg ik reggae. 60, maar wat bedoel ik, zeg maar van... Dat was zeg maar om terug te komen op waar wij het in het begin over hadden. Dat is voor mij alles bepalend, zeg maar, binnen die pokoe. Ik heb jou eerder horen zeggen van, jij zou dit ook doen als je er geen doekoe voor kreeg. Misschien niet met de intensiteit waarmee je het doet. Ik heb het gedaan, 20 afleveringen van 4 uur voor niks. Als je aan alle mensen die niet willen betalen voor 5 euro, zoals Heike in de motherfucking... Niggas gaan naar motherfucking Louis, bossen 19 doezo in Louis, willen geen 5 euro aan banden geven, man. Maar niggas begrijpen dat echt niet, hè, die 5 euro. Dat begrijp je wat. Nee, ik snap het. Ze denken gewoon van, hey, deze man wil 5 euro van mij. Nee, maar het is niet zo. Maar, kijk, maar dat is die gedachte. Ik ga nog een keer uitleggen. Ik begrijp, je ging het net uitleggen. Dus ik begrijp wat jij bedoelt. Ja, maar laat me het uitleggen voor de mensen thuis. Ja, ja, ja. Zeg maar. Dus de normale rookworst blijft gewoon hetzelfde, mensen. Dat pakken we niet van jullie af. Dan zal ik nooit van mijn leven durven afnemen van jullie, zeg maar. Maar die andere shit waar we zeg maar nog meer... Dit kost zeg maar 4 uurtjes, 5 uurtjes opnemen. Kost 4, 5, 10 uurtjes misschien zeg maar om te editen. Die boys zijn zeg maar een hele dag, halve dag bezig om zeg maar deze koude zware tafel hier naar binnen te dragen. Al deze dingen klaar te zetten. Patrick moet zich raar voorbereiden, 33 keer aftrekken. Solo, die heeft ook allemaal rare outfitjes die hij aan moet doen zeg maar voordat hij hierin kan komen. Dus iedereen heeft zeg maar hun moeite en zeg maar... Nidal, Daisy. We hebben zelfs zeg maar mensen die we soms moeten inhuren zeg maar, op bepaalde dagen. Zeg maar. Je weet toch? Tikt aan. Ja, tikt aan, man. Mensen hebben allemaal huur. Die mensen denken eerst van is gratis. Ja, tuurlijk. Dan moeten ze niet eens betalen. Maar het was hetzelfde verhaal, zeg maar. Ja. Snap je? Gaan we daarover praten? Nee, ja, mag wel. Daarom is het ook betaald niet. Wij betalen. Uiteindelijk werd het door ons natuurlijk. Maar niet dat wij iets voor terug wouden of zo, snap je? Op dat moment. Ja. Omdat ook niet precies. De middelen had, zeg maar. Precies. Dus, zeg maar, je moet beseffen dat roken zeg maar, zeker meer dan een ton, misschien bijna 2 ton gekost heeft, zeg maar, om te maken, zeg maar, überhaupt. Ja? Ja, bro. Maar... Zeg maar gewoon alle 20, al bijna al die 19 afleveringen, zeg maar. Zo, ja. Die praat bedragen vandaag. Ik hoor hem alleen maar praten over zijn. Eigenlijk moet je linken met mijn team, die is op budgetteren, man, bro. Ga ik niet zeggen. Ik heb snel die berekening gemaakt voor die 20 afleveringen. Daarom zeg ik van, hey, snap je? Nee, kijk, we hebben een paar afleveringen gedaan, zeg maar, die in de smet waren.
Daar waren we met rare grote camera's, televisiecamera's. Anders, 14 cameramannen, weet ik veel. Raar. Tanto gekke lichten, weet ik, bla bla bla. Toen wou ik weer hier komen, want die kunnen gewoon smoken, relax zijn, chillen. Choreo. Kan blijven. Begrijp je wat ik bedoel? En toen heb ik zeg maar een soort van zo de kosten een beetje gedrukt weer. Dat is nog steeds wel aanzienlijk. Groeipijn. Ja, maar wat ik zeg bro, het kost een paar uur om dit te editen man. Er moet iemand zeg maar, dus die tori, zeg maar, die hele tori wat wij kijken zeg maar, wat wij opnemen zeg maar is 5 uur. En dan moet iemand zeg maar gaan kijken naar, oké, dus jullie gaan zeg maar, ik neem jullie mee ja? Ik neem iedereen mee naar hoe rookworst gemaakt wordt. We nemen het op. Iedereen die aan tafel zit krijgt een edit, een volledige edit. Van oké, yo, check dit. Ik vind het maast te vinden of je er eens mee bent. Bla bla. En dan ga jij zeggen, oké, bij 2 uur, 3 minuten en 33 seconden lag ik verkeerd. Die guy moet het eruit gaan halen. Hij komt met, bij 3 uur 36, 48 seconden wil ik bla 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 dit. Ja. Hij gaat dit zeggen. Nee, maar dat moet allemaal weer gedaan worden, zeg maar, in een korte tijd. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat, bij Toxie, dat is ook zo. Precies. Dat... Allee, ja, maar dat is, ja, ik begrijp wat jij bedoelt. Snap je, maar bij ons kant is gewoon, het gaat dezelfde wat dit. Ik denk, die wier heeft me gepakt, hè? Ja? Het is snoepjes. Snoepjes. Is die edibles wat je hebt gegeven? Is alles door elkaar, denk ik, man. Ja, dat ook nog. Die tappen ook nog. Ik ga viral. Dat is heel erg raar. Man, ik ben raar, baby. Die denkt waar ik. Je hebt drie op. Oh, dit man, die hebben gecatcht. Maar ik vind slim wat je op Patreon doet. Ik vind het tof, dat het betaald is. Wat is dat? Dat is dat website waar je het uploadt, toch? Petje af, petje af. Petje af, oké. Ja, petje af, ja. Een soort van nee, maar Patreon, dat bedoel ja. Ik, kijk, voor, nee, ik begrijp het ook. Hè. Het kost gewoon veel om te maken, broer. En die 5 euro is light voor de kijkers. Het is niet light, wat je terugkrijgt. Ja, snap je? En, ja. En waarom werk je niet met een sponsor? Wat komt zijn we mee gedaan met Red Bull bijvoorbeeld? Zijn we mee bezig. Oké, okay, nice. Zijn we bezig. Maar sponsors zijn niet super happig omdat we natuurlijk jonkers hebben droken. Ja. 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 Mm. Ah, okay, en je moet soms ook denk ik met dit soort dingen afvragen, moet je het willen? Want mensen vergeten vaak dat het ook, je krijgt ook gewoon ineens, je moet gaan nadenken over shit. True. Kan ik dit nog wel doen? Ja, kan ik dat nog wel doen? Maak jij dan nog wel de, zeg maar echt wat jou in de essentie zeg maar lauw maakt? Dus jij moet de hele tijd gaan nadenken van, oh, ik werk met dit merk, dus ik kan nu deze truitje niet dragen. Of ik kan nu... Begrijp je wat ik bedoel? Het is een bepaalde vorm van... Ja, maar ze geven er ook wat voor terug. Dus... Dat is zeker waar. Dat is zeker dus waar. 100%. Maar laat ik het zo zeggen, het moet passen. Mm. Het moet, die dingen moeten kloppen. Net als waar we het net over hadden, weet je, met Zeeman. Dat werkt. Mm. Snap je wat ik bedoel? Dat werkt. Snap je? Maar die dingen moeten wel... Het moet kloppen, vind ik. Ik zei laatst tegen hem, toen ik het zag, toch? Ja. Maar, hey. Ik vind niet eens dat jij meer merk en zo moet dragen. Met slippers en ik denk, ben je al goed. Ja, safe. Uniform. Maar bro, Toxicity. Ja. Leg uit, man. Wat ging mis? Mis? In de sofa? Ja. Wat is, waarom komt er niet meer, man? Ik weet dat je super geïnspireerd bent geraakt door rookworst. Ja, geef even de shout-out. Shout-out naar rookworst. Ik weet dat je bent geïnspireerd door wat een fucking rookworst. Ja, zeker. Alle dingen. Maar ik ga jullie zeggen waar de originele inspiratie van kwam. Was Sonny Justin LaBoy natuurlijk. Snap je? We keken die shit van hem. Ik keek die shit van hem. En ik dacht van, hé. Waarom kan dit niet in Nederland? Ik zie die vibe. Het zijn gewoon mooie locatie. Mooie dames. Veel drank. Je toch? En vibe, snap je? Dat was meer de essentie van die dingen. Ik dacht, waarom kan dat niet in Nederland? Ja. In Nederland, altijd iedereen is zo van, nee, ik wil niet over dit praten. Of ik wil dit niet zeggen. Ik wil dat niet zeggen, snap je? Dus ik dacht van, laten we iets creëren waar iedereen gewoon vrij kan zijn, snap je? Maar wel in een leuke vorm, snap je? Geen disrespect, snap je? Dus kwam ik met die idee, die tijd bij culture en dit toch. Heb je SO naar Valentina. Valentina is een meisje uit het project, snap je? Dus ik zei van, ik heb een idee. Heike was er. En Rabbi, dus ik had het idee van, laten we dit doen. En toen ik het zei, iedereen gewoon lachen. Was niet eens serieus, snap je? Een uitlach. Ja. Zei, weet je wat, laten we voor de gein gewoon op de board schrijven wie mogelijke gasten zijn. En daarna kijken wat we kunnen regelen. Dus nu, namen zetten we. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, bro, er zijn een paar niggas, bro. Weet je toch, ik kan ze gewoon bellen van, laten we kijken wat ze regelen, snap je? Zo belde ik Chief. En Chief, weet je toch, ik had met hem onderling gewoon favors. Dus hij zei van, hey, no span.
Maar ik had hem niet direct gezegd van, hey, het is zo'n type show of weet je toch. Als ik dat zeg, is broer, ja. Dat is later geen coach van, oké, het is zo, het is zo. En Lena ook zelf de gebeld van, hey, Vaka. Want ik wist, als ex aan de beach, dus zo, weet je toch. Gebeld, zij was ook gewoon down. Dus maar de eerste aflevering gingen we gewoon zelf opnemen, snap je, met Eljero. Hadden we het gewoon even om te testen van, hoe zou het zijn? Ja. Dus die tweede aflevering was dan... Pilot, man, is de pilot. En zo. Ja, toch, maar die is niet uitgekomen, hè? Nee, pilot, dat is pilot, toch? Ja, toch? Oké, ja, ik weet niet. Jij bent filmster, toch? Nee, nee, nee. Ik weet niks. Dus, soms komen pilot wel uit. Ja, dus nu die tweede. Toen zagen we van, hey, dit is wel goed, broer. Dus laat het gewoon nu echt goed schieten. En dat was die, man. En zodra die op YouTube landde, ik zeg eerlijk, ik zag die cijfers. Ik schrok ook een beetje van, ah, vinden mensen dit zo leuk, bro? Ja. Maar wij vonden het lauw natuurlijk, snap je? Toen wij keken, zeiden we al van, hey, dit gaat viraal gaan. Ja. Ik liet hem zien, we gingen allemaal kijken. Bro. En toen die uitkwam, zag ik die cijfers en dat mensen... En wat ik vooral merkte is van, hey, mensen kwamen naar, hey, Vaka met Tok City. Ging niet eens meer over de muziek. Ik denk, hey, Vaka, bro. Dus iedereen van, wanneer komt er weer een nieuwe? Wanneer komt er een nieuwe? Dus wat jij zegt, die hele team bij elkaar... Dingen bedenken, wie is de volgende gast, moet passen en weet je toch. Dus daarom begrijp ik sowieso wat je zegt van hey, 5 euro, wij waren niet zo sterk, snap je, om dat te kunnen rekenen, maar we zagen wel van oké. Het was jouw idee, het was helemaal dus jouw idee. Ja, ik kan nu gewoon zeg maar als eigenaar van Rookworst, kan ik gewoon tegen jou zeggen nu, ja? Kom we doen Tok City op Rookworst. We kunnen altijd dingen willen te bespreken, hoe niet bro, dus dat is light. Natuurlijk kunnen we het regelen. Dat is gelijk. Ja, gaan we gaan het regelen, man, 100%. Maar wat nog... Minimaal eentje gewoon. Ja. Ola, we gaan het regelen, bro. Dat staat. Zo is er ook was. Dus hij wordt ook gerookt tijdens... Dat was niet echt de geval, snap je? Ja, dus alleen drinken, maar... Dus we gaan het regelen, maar... Het was ook belangrijk om die perfecte host te vinden, snap je? En we gingen echt kijken. Dat ging ik vooral kijken. Van, oké, wie past om dit te doen? Jij moet wel... Hij moet gek zijn, maar hij moet geaccepteerd zijn. Hey, je hebt sommige mensen zijn gek. Ze zeggen, wat gaat net te ver. Rich Lord was gewoon de perfecte guy, man. Snap je? Je hebt alles bedacht, alles. Ja, bedacht. Man. Iedereen snap... op een plek gezet. Ja, dat is wel mijn... Nee, maar ook zeg maar, kijk. Ja? Nee, wel even voor de duidelijkheid. Ik heb het bedacht, maar altijd sowieso hulp met het team, hè, bro. Snap je? Maar ik was wel die guy die denkt van, oké, wie ken ik benaderen? En hun weten ook van, die netwerk liggen bij mij. Ja. Wie is die guy die hun kan bellen van, hey, wie gaat daar... blauwe vinkje, maar... Wie blauwe vinkje? Ja. Wie kan een chief bellen? Snap je? Wie kan connecten? Snap je? Want als ze hun gaan vragen, is het te zakelijk van, hey, ik wil je meedoen met dit. Dus ja. Ze leggen het bij mij. Is normaal. Ik zou ook doen. Snap je? Dus in die zin, ja, snap je? Dus wat hij zegt, met gang maar wel vaak bedacht van, hey, we kunnen dit doen, we kunnen dat doen. En uiteindelijk... Na de eerste aflevering zag ik wel van, hey, wauw, snap je? Ja. Dus daarna dacht ik van, oké, wie is de volgende? Is ook weer moeilijk. Het team zegt, hey, dit van die, check die. Gewoon cool gevraagd, van, wil je het doen? En wat ik lauw vond is, iedereen is ook positief. Maar dat is omdat ze natuurlijk niet wisten waar ze zichzelf in gingen zetten, zeg maar. Weet je toch? Ja. En niet dat het erg is, want we doen maar niks. Maar jij zei, dat kostte niet duur wat jullie deden. Nee, ja, het is gewoon... Bro. Paar doezel? Ja, man. Dus eerlijk, was niet, ik weet niet de exacte dingen, maar het was niet duur. Omdat we natuurlijk, want we zijn een label voor muziek, snap je? Dus dit was een extra. Ik dacht gewoon van iets, wat is lauw om die kanaal te boosten? Om, weet je toch, dat mensen ook gaan denken van oké. Dus kwamen we op dat. En het was niet, weet je toch, we zeiden van oké, we willen niet te duur. Want anders heb je ook niks eraan. Als die ding zoveel doezel kost, dan, hoe ga je dat eruit halen? Of hoe ga je überhaupt, snap je? Dus we gingen altijd wel budgetteren en we hadden ook op een gegeven moment sponsors direct na de eerste, dat leverage kwam en die van, hey, wat regelen we, snap je? Dus we hadden altijd wel gewoon, maar die ding is niet gestopt vanwege van, hey, het is gestopt. Het is gewoon, we hadden even een pauze, snap je? Zo moet je het zien. We kunnen het terugbrengen, maar je moet ook kijken wie geschikt is. Ik ben onduidelijk aan het praten nu. Maar je moet toch vinden wie... Eén ding wat ik wil zeggen is... Niemand begrijpt. Luister. Niemand begrijpt wat je zegt. Je moet wel iemand vinden die geschikt is. Je kan toch niet zomaar iemand daar zetten. Denk dat iedereen dat wil doen. We hebben een paar mensen benaderd. Die zeiden ook van, hey, is heet man broer. Ja. Jullie gaan me heet maken. Jullie gaan me tori op tafel leggen, snap je? Ja. Maar we gaan het sowieso wel eens laten landen. Snap je? We gaan het hier doen, toch? We gaan het hier regelen. Dat staat. Laten we wat takje, man. Ik ben down, man. Maar dus je zegt het kost niet maar duur. Dus jij keek die shit. Je hebt gezegd nu op camera, het kost niet duur. Dus ik no, kan toch. Niet horen straks, nee, het kost een paar doezoe om het op te zetten. Dat was toch ook een paar doezoe, toch? Wat denk je? Barkies, broer? Dat is wel raar, toch?
Vaak, ja. Dat is niet realistisch. Paar doezels, twee doezels. Ik ga even navragen bij de... Nee, zie wat ik bedoel. Ja, ook niet goed, zeg maar. Wat is hier... Snap je? Bro, we kunnen even takken, man, bro. We kunnen takken, bro. We gaan het regelen. Maar, oké, wie is kan niet... Ben jij dan de gast? Ik moet met mijn Kees praten, toch? De gast. Waar je mee moet praten op de ja, gast. Ja, dat bedoel ik. Want jij bent ook in die... Ja, toch? Ik moet met mijn Kees praten, toch? Hij moet dan sowieso dan die petje af. Ja. Ja, dat is sowieso, maar ik bedoel in de zin van, je hebt altijd twee gasten, toch? Bij Rookworst? Gasten. Nee, bij Talk City. Oh, ja, dus, oh, die andere gasten. Ja, ben jij een van die gasten? Die gaan we checken, toch? Ja, toch, maar ben jij ook een van die gasten? Dus dan gaan ze jou ook dingen vragen. Snap je? Dat is het, want als het hier gehouden wordt, het zou raar zijn als jij niet, snap je? Jij bent die extra gast, laten we dat doen. Ja, laten we checken, man. Ik hoor je antwoord. Nee. Ik hoor je, man. Ik ben op Imperium bouwen. Nog meer. Ik hoor je, man, broer. Zonder waar ik bij ben. Oh no. Dat is het beste wat er is, hè? Toch? Ja. Ja, man. Ik heb laatst iets slims gelezen. Dat je pas money aan het maken bent als je er niet voor werkt. Ja, tuurlijk. Dat is het. Ja. Dan pas maak je money. Dus, zeg maar, dus die money die waar je eigenlijk voor werkt elke maand, dat verdien je eigenlijk niet. Je hebt maar zoveel tijd. Ja. Dus zolang je jouw tijd verkoopt voor geld, ja, draai je het eigenlijk altijd om. Ja. Hé, jij bent koude stoned. Ik ben koude stoned. Okay. Ik was laatst ook koude stoned. Weet je wat ik bedacht heb, boys? Dat is gek, man. Ja, man. Je moet dat trainen, man. Wow. Je bent ook een slimme nigger, toch? Oké. Okay. Op het moment dat mensen jarig zijn, toch? Dus ik ben nu 35 jaar, toch? En een paar maanden. Maar eigenlijk ben ik al 36. Ja, ik voel je. Want van 0 tot 1 is een taya, maar je gaat pas tellen vanaf 1. Ja, toch? Je telt 0 die 9 tot maanden 1. Tellen mensen. Waarom tellen mensen die 9 maanden niet, man? Ja. Dat is toch raar? Ja. Of zeg ik ben niet geboren. Ik ben er niet echt. Die begrijp ik. Ja, ik ben stoot. Ik ben helemaal door de waarde. Bro, wat? Ik ben stoot. Wat zeggen deze mensen? Je moet toch een taya creëren, toch? Bro. Nu begrijp ik wat jij bedoelt. Bro, ik schop toch. Ik schop toch, Je bent er. Bro, er zijn mensen die geen, mensen die nog nooit, weet ik veel, carpaccio gegeten hebben, zeg maar. Opeens, wanneer ze zwanger zijn, willen ze carpaccio eten. Ja, dat is wel. Die persoon leeft in jou, zwa. Wat zeggen jullie tegen mij, man? Dat heb je wel gelijk, hè? Tuurlijk. En je gaat daarna zien, die kind komt, 19 jaar daarna, die nigger bestelt alleen maar carpaccio. Ik kan niet meer. Maar daarna is het ook klaar, zwa. Zeg het eens raas. Nee, maar na die negen maanden. Is het klaar gelijk? Ze wil geen carpaccio meer dan? Nee. Nee, maar vraag maar. Zeg een vrouw dat ze zwanger zijn geweest hier. Dus zeg maar, vrouwen kunnen zeg maar heel erg... Hij kijkt Petje aan. Ja. Heel erg... Nee, maar Petje kan googlen toch? Petje kan googlen toch? Nee. Vrouwen kunnen heel erg snakken naar iets, zeg maar. Ja. Heel erg kreven naar iets, zeg maar. Wat ze alleen maar in hun... zwangerschap hebben en dan daarna niet meer. Maar vooral dat met bami-soep, indomie. Dozen indomie gingen er doorheen gewoon, bro. Ja. En ineens één op de andere dag nog tijdens die zwangerschap klaar is. Ja, man. Die kleine vraagt gewoon, ik wil indomie, chap. Ja. Ja? Wat? Hij schopt je naar daar. Er zijn mensen die varkensvlees eten, man, in de zwangerschap, bro. Ham, broodje ham, raar. Broodje beenham. Ja, bro. IJs. Zeg, mijn moeder ging altijd zeggen, als vrouwen veel ijs eten, vooral door de hormonen die nu door je lijf gieren, kan ook je smaak veranderen. Dingen waar je normaal dol op was, lust je niet meer en andersom. Veel vrouwen merken dat ze soms onbedwingbare eetbuien krijgen en trek hebben in rare voedingsmiddelen als augurken, frikandellen of ijs. Dit is gewoon zeg maar wat Google jou zegt. Nee, mijn moeder zei altijd, rest in peace. Mijn moeder zei altijd... Als vrouwen zeg maar, tijdens hun zwangerschap zeg maar, veel ijs eten, dan krijgt die kind groot hoofd. Ik had hier niet van mama, maar ik dacht, ik kom met... Kooi, mama. Ja, die vrouw is gek. Mijn moeder is de enige vrouw die ik ooit in mijn leven heb horen zeggen, nee man, dat is een lelijke baby. Hoe durf je? Respect. Nee, ik zweer, ik heb respect. Want iedereen denkt het, laten we eerlijk zijn. Soms kijk je en denk je, nee, mama, is niet... Maar je zegt het gewoon... Hoe kan je het zeggen over een baby, man? Ik vraag ernaar.
Waarom zeg je dat? Waarom doe je dat? Waarom zou je dat zeggen over een... Zij zijn tegen de moeder. Huh? Tegen de moeder. Gewoon tegen wie dan ook. Tegen wie ze moet. Mijn moeder, ze heeft een blad voor de mond, bro. Ze zegt gewoon tegen de moeder. Nou, bro, ik hou daarvan. Als je gaat zeggen, die kind is lelijk tegen jou, maar ze gaat zeggen, die vader is lelijk. Dus dan weet je al van. Die kind is ook lelijk. Die kind is ook lelijk. Ze is gewoon eerlijk. Ja. Ik hou daarvan, man. Ja. Je weet toch, want veel mensen denken het, maar ze zouden het niet zeggen. Ik hou ook van eerlijke mensen, man. Dan weet je wat ze eraan hebben, man. Ja, toch. Precies. Ja. Je weet toch. Shout-out naar mijn nigger Hoei, is ook zo'n nigger. Maar hij is soms te eerlijk dat het je pijn doet, zeg maar. Je weet toch. Hij is zeg maar die nigger, zeg maar, je wilt iets dragen. Je ziet de shirtjes XL, maar die XL valt een beetje klein. Ik denk bij jezelf, laat me dat toch passen. Hij zegt er jou, nee, niet doen. Hij zegt er jou, nee. Heb je nodig, ja, soms. Ja. Niet doen. Hij zegt, je consciousness? Maar bro, we waren net bij Beerbricks. Shout out Woei, ik was een paar jaar geleden met hem in Jakarta. Hard, man. Hadden we echt goed met goeie hem. Goeie guy, hè? Hadden we een panel talk. En hij was super bescheiden, man. Ik zei van, no, man. Je bent ook een van de grondleggers van streetwear. En... Woei. Ik ben vast wel in die winkel geweest een keer, man. Rotterdam. Hij is weer verdwaald, Ik vind het man, broer. Je praat over hele andere dingen. Nee, joh. Maar welke collectibles heb je wel? Wat vind je wel, Master, dan? Collectibles noemen je het, toch? Ja, ik koop veel kunst via Avant Art. Dat is een kunstplatform in Nederland. Het zijn twee jongens. SO naar hun. Avant Art? Avant Art, ja. Ze maken... Het is gewoon A-V-A-N-T. Ja. En dan ANT. Ja. Ze maken edities met kunstenaars. Dus dan doen ze een samenwerking. Dus daar koop ik wel veel dingen. Ik heb heel veel oude Disney gekocht. Dope. Dus van die life-size dingen van 30, 40 jaar geleden. Wordt het met de jaren? Ja, zeker. Ik heb nog iets voor je. Ik heb twee originele Scarface posters. Origineel. Ik heb eentje voor je. Van de bioscoop, zeg maar? Ja, man. Hard. Ik heb ook The Godfather. Alle drie heb ik origineel. Gek. Bro, je weet niet hoe ziek dat is. Ja, weet je hoe ziek dat is? Ik kijk veel op veilingen, man. Veel op Japanse veilingen. eBay. Ik was laatst ook in Marokko, had ik ook niks te doen. Dus ik heb maar twee Scarface posters gekocht. Weet je wat het laatste is? Ja. Huh? Ze waren in Marokko. Nee, ik was in Marokko en als je niks... Marokko, Amerika. Ik koop veel dingen in Japan. Ik had een life-size Astro Boy gekocht van iemand in Singapore. Is dat ding is toch? Dat robot ding, ja. Is dat. Nee, wacht even. Astro Boy is... Is Atomo, zo'n robot mannetje. Gewoon een tekenfilm? Ja, dat is gewoon een tekenfilm, ja. Dus... Ja, ik kijk gewoon verschillende veilingen. Ik was in L.A., zag ik in de winkel, zag ik zeg maar een originele, dus de guy die zeg maar, dus een originele wanted poster voor de moordenaar van Tupac. Weet je hoeveel die gaat, bro? Nee, volgens mij in de mailing niet. Wel banco doezel of zo, 30 doezel of zo, zoiets geks. Dat is man. Ik zag ook laatst die waggie was verkocht of zo, hè? Die waggie waar hij was geschoten, ja man. Bro, als je die shit hebt in je osso, bro, weet je hoe ziek dat is? Vorig jaar had ze een Death Row veiling in Londen. Yeah. Al die oude Death Row dingen, al die chains, alles. Hard. Ja, man. Hard. Gek. Dus, maar jij bent, zeg maar, veel met Bali Boys. Heb je niet zeg maar, dat je shirtjes... collect je geen shirtjes? collect je iets. Ik kan zeggen, shirtjes... Weet je, er zijn een paar shirtjes die ik zou willen, zeg maar. Er zijn maar een paar mensen, man. Dus dat is het gewoon. Welke dan? Messi. Ik wilde net zeggen, Ronaldo of Messi? Nee man, Ronaldo is niet die guy van mij. Nee man, ik hoor je. Hij is wel natuurlijk goede voetballer, maar ik ben wel een Messi guy. Maar boven Messi is Ronaldinho. En nummer 1 is die oude Ronaldo, snap je? Maar je bent loose bij culture? Ja man. Wat is op? Het is gewoon tijd om mijn eigen ding te doen. Het is gewoon visie bro, weet toch? We werken samen, als die één visie die, links gaat, andere rechts. Dezelfde elkaar naar dezelfde dingen wijzen, dan scheiden ze gewoon. Ja, man. Snap je, zo simpel is het. Iedereen vraagt wat is er gebeurd of wat. Nee, man. Dat is het gewoon. En ik vind het ook gewoon van: het is tijd om zelf iets te doen. Elke keer is het met iemand of met iets, snap je? Dus dit is gewoon van: oké, dit doe ik zelf. Dat is het meer. Ja. Snap je? Bas op. En nu niet je 3FM antwoord? Die 3FM antwoord, hoe bedoel je? Ja, dit was,
Dit was die antwoord die je zou geven bij 3FM, toch? Nee, man. Dit is gewoon Orsi, man. Dit is gewoon de waarheid, Dit was die echte takkie, man. Maar welke echte takkie willen jullie horen, bro? Oh, wat is gebeurd, man? Er is niet per se iets gebeurd, snap je? Dat, is het, dat leg ik jullie uit, man. Maar dat is wel een punt. Er is wel iets gebeurd, zeg maar, waardoor je dacht van, oké, fuck deze shit. Nee, toch? Het is gewoon, bro. Dat zeg ik je. De neuzen wijzen dezelfde kant op. In een zin gewoon discussies van, hij vindt dat het zo moet gaan. Ik vind dat het zo moet gaan. Heelwaar, ja. En als op een gegeven moment die communicatie is niet meer... Zoals eerst, snap je? Jullie hadden gewoon niet dezelfde visie. Ja, en op een gegeven moment... Ja. Hij heeft zijn visie, ik heb mijn visie. Op een gegeven moment, als je dat de hele dag blijft botsen... Op een gegeven moment gaat het zo ver dat je ineens niet meer wil praten, zeg maar, snap je? Ja. En daardoor, op een gegeven moment is het klaar. Als het klaar is, is het klaar, bro. Ja. Snap je? Ja, ja. Simpel. Het is niet iedereen wil dat er ruzie was of vecht. Of, nee. Nee, dat is ook niet... Dat nee, nee, maar in de zin van dat er iets moet gebeurd zijn, zeg nee, maar weet ik veel. Misschien kan je zeggen van, ja, weet ik veel, ik wou die artiest deze nee. man doen. Of ik wou, weet ik veel, deze... Ik wou wat? Ik wou deze guy tekenen, ik mocht deze guy niet tekenen. Nee, maar waarom? Whatever, zeg maar. Nee, man, dat is nooit het geval. Ik heb guy getekend. Ja. Guys, meer, snap je? Dus, weet je, dat is nooit het geval geweest. Het is gewoon van, bro, hij vindt dat het zo moet. Ja. Ik vind dat het zo moet. Ja. En bro, het blijft botsen. Precies. Hoe dan niet, als op een gegeven moment... Vanaf het begin, vanaf het begin. Niet van, ja, niet begin, maar op een gegeven moment... Het is gewoon van, smaken verschillen, dat is met muziek. Jij vindt die artiest hard, ik vind hem minder. Wat moet je doen? Ja. Het blijft een discussie, snap je? En zo zijn gewoon veel dingen dat hij vindt, dat hij dit vindt. En hij kijkt er ook uit van een ander perspectief. Hij is de nigga met de money. Ja, en ook de voetbal, snap je? Ik ben in muziek. Dus ja. Twee verschillende, snap je? Je kan nooit een voetballer vertellen van, hé, jij moet zo voetballen als rapper, snap je? Je staat niet op het veld, je hebt niet dezelfde, snap je? En voor hem omgekeerd ook. Je kan die muziek maken als je hebt gevoetbald. Je kan hem niet coachen over muziek. Waarom zou je, zeg maar, precies, waarom zou iemand, zeg maar, nemen in jouw team, zeg maar, die muziek, die ervaring heeft van muziek en, zeg maar, geen gebruik maken van die ervaring? Ja, tuurlijk. Daarom, ja. Snap je? Dus dat was gewoon joint kut. Dat is niet van, hé, snap je? Dat was gewoon het idee ook. Voetbal, muziek, snap je? Maar uiteindelijk zie je dat het botst. En bro, je kan nu doen of je kan later doen. Ja. En wat heb je liever? Weet je, nu gewoon uit elkaar. Iedereen begint gewoon vers of weet je doet je ding. Heb je spijt? Nee, man. Helemaal niet. Nee, man. Eerlijk gezegd, wij. Ja, bro. Je zegt spijt, bro. Hey, bro. Nee, kan toch, bro? Zo lang bro, bestonden we ook weer niet. Je bent de mens, nee, maar bro, het gaat nu goed met me. En ik heb mijn eigen ding. Snap je? Ja. Is toch anders, toch? Kijk, samen is altijd goed, snap je? En daarom zeg ik met SFB is gewoon voor lijf. Dat is gewoon iets dat samen creëert. Ja, misschien mis je hem als Mattie. Je kan ook toch zo dat je hem als Mattie mist. Toch? Het is goed zo, man, bro. In deze leven, op een gegeven moment kom je ook op ver, maar het is goed zo, snap je? Ja. Nee, lijkt nu, zeg maar, ik zie het niks lachen. Het lijkt alsof ik flikken doe, maar... Nee, zeg maar ik, ja, bro. Hetzelfde met mij en Turk, zeg maar, bijvoorbeeld. Ik ben een Turk, zeg maar. Die heb ik nooit begrepen, dus. Ik wist dat niet. Ik bedoel, zeg maar, van, ik kan ook mijn shit op tafel, dus dat is niet, zeg maar... Ja, maar jullie zijn niet cool van niet cool, of als jullie elkaar zien, dan... Nee, als hij mij ziet, maakt hij grapjes. Ja, maar zie je, dat bedoel ik. Bij ons is het niet zo, bro. Het is gewoon... Die praten niet meer. Ja, ik heb niks te zeggen, bro. Zo simpel is het. Dat is niet als ik hem zie. Ja. Nee, maar dan vind ik niet dat je kan zeggen, zeg maar, dat is. Ja, maar hoe je wat moet ik tegen hem zeggen? Het is klaar. Hé, hey, zeg maar, we zijn niet, zeg maar. Kijk, wat ik jou zeg, het is niet dat we ruzie hebben of zo, snap je? Ik heb geen ruzie met die. Ja. Het is gewoon klaar, snap je? En op een gegeven moment, als ik zie van jouw interesses liggen daar en mijn liggen daar, dan is het. Wat moet ik tegen jou zeggen? Misschien hebben wij niet dezelfde interesse. Ga ik zo met jou een praatje maken? Dat, nee. Misschien kan je nog wel hetzelfde interesse hebben over het weer, of weet ik veel. Ja, bedoel ik. Dat doe ik dat toch niet, bro. Waarom niet? Bro, ik weet wat het weer is van vandaag. Ik weet hoe het is. Snap je? Ben je waar ik ben? Je laat me raar rijden. Je laat me echt raar. Nee, maar dan leg jij. Die zegt het weer. Ik weet wat het weer is. Dus wat voor gesprek moeten we hebben? Weet ik veel Vissa die eraan komt. Weet ik veel. Nee, man. Is gewoon van. Nee. Is goed zo. Maar je kan hem props geven voor hoe het gaat nu met culture. Ja, als ik. Ja, zeker. Bijvoorbeeld, ja, hij kan jou props geven voor hoe het gaat met jou. Mag, bro. Prijs Entertainment? Prijs is Music, man. Prijs is Music. PM. PM. Wie is je eerste artiest? Jezelf. Ja toch, sowieso. Heb je nog iemand dat is ook die ding. En dat is ook een ding. Dus ik wil gewoon meer focussen op mezelf. Bij culture gaat de artiesten. En je weet, de artiesten komen naar mij voor advies, voor dit, voor dat. Jullie waren wel niggas change aan het geven, man.
Ja, gewoon, moet wel toch. Dat is gewoon, dat was gewoon, weet toch, relax. Om te laten zien van, nee, niet eens per se dat, maar gewoon te laten zien van, oké, we willen... Moet je die chain inleveren als je niet meer daar bent? Niet direct. Dat is niet zo, dat is spelen. Dat is spelen. Kan toch, bro. Kan toch, bro. Als ik label had, je bent niet meer bij mij. Breng me een koude chain, man. Ja, normaal wel. Ik weet niet, snap je maar. Ik zou wel zeggen, breng me chain, man. Ari, breng me chain terug. Niemand heeft het... Ja? In Amerika, je hoort altijd die Tories toch? Van mannen krijgen hun eerste royalty check en dan, je weet toch, die label heeft zo'n rolietje gegeven of zo en dan ze zien die rolie op die kosten staan. Je weet toch? Ja. Zulke dingen. Ja, niet nee, ik maak ook nee, maar was niet gekke gewoon, dingen. Dat was meer gewoon een trofee van, hé, je bent gesigned, snap je? Ja. Dat is niet voor prestatie. Ja, ja man. Ik kan me ook voorstellen, nee, want ik kan me ook voorstellen, we maken grapjes van de ene kant, toch van de labelkant, toch, maar nu van de artiestkant. Ik kan me ook voorstellen, je krijgt chain, je bent loose daar, je smelt die ding, maak andere chain. Ik maak andere chain van die ding. Ja, weer. Bro, het gaat niet om de chain, bro. Dat is die hele ding. Het is gewoon, ja, bro, het is light, snap je? Hoe jij zegt van, mos, het is gewoon, ik sign die guy omdat ik hem goed wil zien. Als ik iemand teken, is niet van, hé, ik ga met de gedachte van, hé, ik sign jou omdat ik, ja, ik zie je hebt talent en ik wil je goed zien. Ja. En dat is de reden waarom die mensen bij mij überhaupt tekenden, bij ons, snap je? Omdat ja. Die gesprek wel met hun voer van, ah. Van wie ben je het meeste pijn, zeg maar, die je achter moest laten? Welke artiest had je mee willen nemen? Mee willen, als ik wil. Dus. Oh nee, ja, ik weet niet. Nee, maar ik, allemaal man. Iedereen die daar nog was, weet je wel, Nadiva, Gemma, daar waren twee artiesten nog daar, snap je. De rest was al eraf. Maar zeker, maar allebei, bro. Talent, snap je? Ja. Het is gewoon van dingen lopen zoals ze lopen en ik heb geen ruzie met hen. Als, ze kunnen mij altijd nog bellen voor advies, snap je? Het is dat ze mij niet zelf bellen, die gesprekken, weet je wel. Dus, en ik heb vaak nog wel contact met Gemma, weet je wel. Omdat hij mij gewoon qua pokoes advies vraagt. Of hij zegt, hey, ik heb een pokoe, hoor even, luister even. Wat vind je ervan? Ja. Dan zeg ik hem sowieso van, hey, dit is hard of ja. Niet? Ik ben niet die guy die zegt, hey, ik ben loesel, dus fuck jullie, bro. Ja. Dus, snap je? Vraag jullie, man. Ja, man. Dat zou zielig zijn, toch? Dus nee, man. Op dat ben ik niet, snap je? Als ze me bellen, zelf pokoe. Als ze me zouden bellen van, hey, we moeten nu wat... Ik heb een pokoe opdracht met die artiest, snap je? Ja. Nadat het, snap je? Dus zo gewoon gaan we een clipshoot van Elia. Van de culture. Nog een keer? Je zou... Nee, maar... Wat zei hij daar? Die man was... Nee, ik vroeg. Je zou gewoon gaan bij een clipshoot van voor de culture. Waarom niet? Nee. Als ik die andere guys mee support, als ik iedereen mee support, maar hebben ze mij nodig bij die clip? Dat is de vraag meer. Zou kunnen. Nee, maar ik geloof dat niet, man. Zonder mij gaat die clip ook gewoon viral of weet je, doet hij wat hij moet doen, snap je? Je hebt mij niet nodig, ik ben geen figurant. Snap je? Doe je ook dingen sparen, Prijs? Ja, maar wat voor dingen spaar je? Sparen in de zin van? Gewoon dingen, weet ik wel, zoals hij kunt sparen. Maar ik zeg eerlijk, ik ben meer van de gamer toch, broer. Weet je toch, ik ben een gamer. Game, ik heb je les gegeven met FIFA en zo, snap je? Je wordt geslagen met FIFA. Dus maar, ik ben meer van de gamer. Je wordt geslagen met FIFA, en, ja. Godverdamme. Ik doe mee met die. Dat noem ik niet sparen, maar ken je waar die FIFA uitkomt? Of NBA of iets. Elke jaar dan ben je daar, zeg maar, snap je? Ja, op de hoogte. Je bent die guy. Ja. En de laatste tijd speel ik throwback Street Fighter en zo, man. Wat is dat? Ken je Street Fighter niet? Nee. Ja, ja jawel. Ik wou net zeggen. Maar dat is dat zeg maar op PlayStation? Ja toch, gewoon downen. Maar gewoon, dat waren spellen toen ik jong was, snap je? Ja, 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 ja. Dat ik van mijn broer die joystick moest pakken. Van, hey, mag Street ik ook? Fighter zit ook in Fortnite nu, man. Nee, joh. Ja? Ja, man. Ik ben niet zo'n Fortnite... Die Fortnite vind ik allemaal te veel, man. Die bouwen en dat. Nee, je kan ook zonder bouwen. Call of Duty, bro. Is meer realistisch. Het is niet zonder bouwen, bro. Nieuwe ja? Ja, man. No, maar ik ga wel leren. Gewoon zonder bouwen gaat kwijt. Ja? Ja, is gewoon ja zonder bouwen is leuk. Ja. Met bouwen is een beetje te gaaf. Call of Duty spelen, gewoon. Hm? Ja, Call of Duty, daarom. Dat begrijp ik niet. Nee, man. Call of Duty wordt depressief, man. Maar dat is echt jouw gamma van vroeger. Van vroeger? Ja. Ja, FIFA toch wel pro. Pro Evolution, hè? Pro Evolution Soccer. Heel lang en daarna FIFA. Dat was echt een Call of Duty kijken. Grand Turismo heb ik altijd nog. Ja, ik ook wel. Er was een fase in corona, aan het begin, die Black Ops. Dat iedereen van ons klopt, op Call of Duty was, man. Zelf Frenna, broer. En Frenna is echt geen gamer, hè, broer. Kijk. Jij begint daar te spelen, hij was opeens goed. Ken je die man dan? Ja. Ik dacht van, hé, ik ga altijd tegen hem 1-1, toch? Voor geld. Alles moet met is voor geld behouden, toch?
Mas, wie wint? Hoe heet die? Die level dat je is klein, zeg maar, met die containers. Hou op, shipment. Shipment. Door shipment ben ik het gaan spelen, man. Yeah. Ja, maar door shipment krijg je veel kills, toch? Yeah, yeah. Ja. Je bent kakker, maar je pakt sowieso 10 kills. Ik denk, en ding is ook, hè. Die zombies heb ik ook stuk gemaakt. Ja, ik hou op, man. Jonkels roken, zombies spelen, hou op. Geen jonkels draaien van tevoren. Dat dus je weet al, je gaat lang erin. Gaat lang duren, juist, precies. Ja, ja. Bro, ken je die niet? Maken jullie wel überhaupt iets zonder jonko? Of? Ja, tuurlijk. Gewoon vragen, dat vraag ik niet, man. Ik ken niet, man. Nee, dus als je opstaat, ik rook mijn eerste jonko, zeg maar, tussen 5 en 6 meestal pas, man. Nee, ik ken niet, man. En dan ga ik wel... To the moon. Dan ga ik wel door, zeg maar. Ik rook mijn eerste na 5, 6 minuten als ik wakker ben. Ja, echt? Ja. Nee, maar ik zag je eerlijk, ik heb weinig gedaan. Nee, maar waarom? Ben gek. Nou, nee, maar gek, dat heb ik. Ik ben door de war. Dus je denkt niet van je laat me mijn tanden poetsen, dan ga ik even roken. Nee, man. Tanden poetsen doe ik wel. Hij ligt aangedraaid. Is klaar. Wel voor het slapen. Soms. Laat me ook niet stoer doen. Wel soms. Weet je toch? Doe ik voor het slapen wel eens. Maar niet als ik wakker ben gelijk, man. Dat is echt eerst jonko. En dan daarna, wanneer ik zeg maar stoer ben, kan ik van oké, dat is wel een tanden poetsen. Vind je het moeilijk, stel je voor, je gaat nu naar Dubai en je weet, je kan 2 weken niet roken. Zou je dat moeilijk vinden? Super moeilijk. Dus je kiest ook bewust waar je naartoe gaat. Bro, wat zou ik doen in Dubai, bro? Waarom zeg ik, wat ga ik doen in Dubai? Wat ga ik doen? Als ik in Dubai ga, ik kom terug. Als nu Thailand, dus nu ben ik op Thailand. Thailand kan je smokken. Bro, Thailand heeft cookies. Ja, man, Thailand heeft cookies, man. Je kan smokken. Thailand heeft cookies deze dag gewoon, bro. Het is legaal in Thailand. Ja, man. Eerste land in Azië. Ja, man. Ze hebben elke bewoner een wietplant. Cookies, gewoon die gekke cookies. Burner, hij zit gewoon in Pattaya of zo, volgens mij, of zoiets. Ja, man. Gek, man. Ja, man, lijp. Gek, hè? Is lijp, ja, man. Nu wil ik gewoon naar Thailand. Dus Thailand is nu bij me. Is nu op de lijst, zeg maar, gekomen. Je mag niet buiten roken. Is niet erg. Is eigenlijk, ze hebben het legaal gemaakt om het te exporteren. Is niet erg. Maar je kan gewoon also. Ja, man. En, dus, zeg maar, je gaat op Bustafi, dus in LA kan je, zeg maar, bij Airbnb, kan je, zeg maar, smoke. 420 friendly. Friendly. Ja, in Barça ook. Ja, ben je Barça al een beetje gegaan naar social clubs wel, en zo? Ja, wel. Niet, zeg maar, ja, 1 of 2 of zo, maar niet echt. Was was ook lid. Ja. En Londen, man, social die illegale club? Social clubs van Londen, die zijn ook café. Gaande. Hoe noemen ze dat? Ja, café, social clubs, hoor je ook wel eens. Ja, man. Ja, let's go to the smoke café. Kom je smoke café hier, man. Het is gewoon is je eigenlijk een buurthuis van een guy die gewoon jonko verkoopt. En boys zitten te PlayStation daar en zo. En één guy verkoopt gewoon joint. Klaar, smoke café. Illegale shoppa eigenlijk gewoon, een soort van. I was like, what the fuck? Talking about smoke café, bro. Bruv. Talking about some trying to get me smoke. Hey, G, waar is je nigga, man? Ik weet niet, man. Bro, ik zeg je eerlijk, hij is volgens mij gewoon lang weg. Hij is lang naar de show. Ah, hij moest weg opeens, oké. Ik wou net zeggen. Nee, want mensen gaan vragen thuis, maar waar is die nigga? Hij is niet teruggekomen. Maar we zijn altijd 2 mensen. Ik wou net zeggen, hij heeft die Rick Ross gegooid. Ja, man. Hij heeft ons gekevind. Hij heeft ons gekevind, man. Wat collect jij, man? Collect jij dingen? Ja, ik hou gewoon van shit. Weet toch wat ik vroeger checkte? G.I. Joe's, Thundercats. Je weet toch, zulke dingen. Weet je in de Josie en de Pussycats, ken je die ook? Ik vond een van die vrouwen echt geil, man. Ik was echt een vieze. Oh ja, ik weet denk ik wel wat je bedoelt. Ik was echt een vieze misselijk maken venture, jongen. Ik kijk naar... Heet dat Joe's in de Pussycats? Ja, ik denk die soort superhelden chickies toch? Ja, ik denk dat ik weet welke beeld, ja, man. Powerpuff Girls? Nee, Joe's in de Pussycats. Nee. Powerpuff Girls was gaande, bro. Cartoon Network era was lid, bro. Toen had ik al porno ontdekt. Kan ik cap op dan? Ja? Ja, man. Boekjes. Oh, boekjes. Boekjes, model. Je was op die? Boekjes. Hoe oud? Hoe oud? Wat was ik, man? Eerste boekjes. Kijk, dat is wel een schrik. Dit is zo persoonlijk. Ja, maar bro, ik weet niet eens hoe oud, maar ik weet nog wel, zeg maar, dat... Ik weet niet waarom, man. Maar om de een of andere reden had ik, zeg maar, een soort van porno gezien. Ik zag die guy, zeg maar, een soort van dit aan zijn lul doen, zeg maar. Je weet toch? Ik ging dat ook doen en opeens... God damn, shit. Maar ik weet niet hoe oud ik was, maar ik denk wel een soort van 12. Basisschool of middelbare school? 12, ik denk
11 misschien. Ja. Ik denk zoiets, man. 12, 11. Want jij was ook die guy in die. Was ook die guy in die enge hoek in videotheek gewoon? Ja, man, natuurlijk. In die enge hoek, zeg maar. Altijd bij die enge hoek, zeg maar, soort van. Om die walk of shame te pakken, toch? Om die anderen te kijken daar zo. Paps, om daar te kijken naar die andere Tory. Michael is Brazil. Groot. Ik was altijd daar, man. Maar we gingen elkaar ook duwen, toch? Elkaar zo duwen, zeg maar, in die Tory, zeg maar. Ja. Opeens laat je het duwen. Die doei. Hij is een guy. Ik ga het zo. Alles kijken hoor, weer snel. Tante dingen opslaan hier. Ja, nee. Videotheek was wel een tori, man, back in the days. Ik zeg je eerlijk. Videotheek was een. Ja, man, was ook altijd snoep, toch? Was een wave, ja, man. Popcorn, zulke tories. Ja, ja, was een wave, was een wave. Jij bent 34. Je bent ook meegemaakt. Hij is onze leeftijd, hij heeft geen videotheek meegemaakt. Ik wel. Jawel, man. Videotheek? Ja, man. Wat ben je dan? Ik ben 21. Nooit. Maar ik heb het wel gekend, je weet toch. Maar DVD's ik weet wel van die Tori. Als een jongen. Ja, maar niet. Videoband sowieso niet. Videoband. In Zandvoort nog. Nee, maar ik kreeg alles mee gewoon van mijn ouders en zo. Mijn brada. Juist, die manier. Ja, meegenomen toen je klein was misschien. Ja, toch. Is wel een voetbal. Ja, man. Ik zie het aan jou, man. Ja. Ik zie het direct. Bali gezicht, bro. Ik zie jou gewoon, ja, man. Hola. Bro, wat maak je maken met Bali, bro? Je gaat het maken met muziek. Nee, bro. Echt niet. Waar speelde je? Ik heb gewoon Zandvoort gespeeld. Oh. Een tijdje Edo in Haarlem-Noord was dat. Daar hebben we tweede divisie en zo gamematjes gepleit. Serieuze speler dus? Nee man, niet eens. Tweede divisie, dan doe je wat toch? Oh. Nee, maar was al. Iedereen had dat gekend toch, die balielui. Ik heb ook even geballied. Ik heb ook even geballied, man. Op slippers? Yo. Nee, ik was echt de balieman, bro. Slippers. Bro, ja, maar jullie moeten niet praten, want jullie hebben een pakje gekregen van broederliefde. Ah, gaan we daar weer over praten, broer. Broederliefde geeft jullie pakje, Rotterdam. Ze hebben ook Rotterdam! Eén keer verloren, één keer gewonnen, man. Snap je? Maar wie was kampioen? In puntenmodel, ze hadden van een ander team gewonnen, we hadden verloren van hen. Rotterdam, maar ik ga eigenlijk zeggen, ze zijn kampioen, maar ze willen niet meer terugkomen. Dat is die probleem. Waarom zouden ze? Jullie weten waar ik ben. Kom zien. We gaan het regelen. Ik word die revenge sowieso, snap je? Er is een filmpje van mij dat ik zo van ben gevallen. Voilà, broer. Ik heb die ding misschien 100 keer gezien. 100 keer, broer. Sla nergens op, broer. En dan hype je die ding zo hard. Alleen dat ik het ben, broer. Jij geeft me een schouderdeal, een beetje van zijkant, maar dunne guy. Ken je die model? En ik ging een beetje mooi vallen. Dus ik zweef. Ken je die model? Ja, broer. Mos, die dingen zijn rare. Is raar viraal. Een positief ding, elke keer, man. Maar ik ga eigenlijk zeggen, die revenge komt eraan, man, broer. Ik zeg eerlijk. Als ze willen. Nu kom ik met een serieuze team ook. Kijk die modder, en dan halen balimangs van NAC Breda en zo, eruit halen en zo. Zeg maar. Nee toch broer, wij stelen met jongens van de buurt bro. Niemand was prof bij ons broer. Snap je? Slide man, ze weten, ze gaan het krijgen. Over wat waren we net aan het praten? Ja, ik ben ook... Oh ja, videotheek man. Hey, dat wou ik zeggen. Dat wou ik zeggen, ja. Weet je, want videotheek is grappig toch? Ja, misschien is het niet grappig om te zeggen. Maar videotheek... Heel veel mensen hebben zeg maar, een bepaalde herinnering, zeg maar. Maar heel veel van mijn nikken, zeg maar, was videotheek hun eerste overval, toch? Dat was wel echt een tolle vroeger, inderdaad. Ja, ze gingen vaak videotheek, snackbar. Ja, snackbar, videotheek. Avondsupermarkt. Altijd, je liep langs met nikkers langs videotheek, man, zeg je. Vorige week deze videotheek. Maar ken je ook deze guy, bro, die avond supermarkt, maar hij heeft daar bon. Ja, maar nu hij komt daar binnen met bivak gewoon, hij denkt, zij kennen hem niet. Ja, toch? Nee, man. Ja. Ik was één keer wakker geworden. Ik ging Daga, zeg maar, ik wist al die boys wel iets raars gaan doen. Zeg maar, ik moet naar Osso, kaka, je weet toch. Je gaat naar Osso, je weet toch, het is wel kaka, want je weet, die boys gaan niet spakken. Iedereen blijft gewoon tot wanneer ze willen, zeg maar. Ja. Ik moet zeg maar zo 12 uur zo, zeg maar moeder, oké. Begin je eerst naar Oslo te komen, zeg maar, je weet hoor. Soms rek ik hem tot 12:30 zo misschien. Een dag al misschien, je weet hoor. 12 uur, ik ga naar Oslo, zo, die ochtend daarna. Ik ben nu als eerste Oslo toch, want die mannen zijn zeg maar buiten gebleven tot 4-5 uur. Ik loop naar, zeg maar, naar onze spot. En ik zie zeg maar die tori waar we gisteren wilden gaan. Ik zie zeg maar dat soort spoor op de grond. Dus ik zie zeg maar die mannen hebben die kluis. Via die op de grond, zeg maar. Getrokken gewoon. Getrokken, zeg maar. Dus die hele koude route, zeg maar. Die hele route, zeg maar. Zie, kan ik volgen, zeg maar, nu naar die kluis. In de bosjes. Ja, keulig gek, man.
Vroeger waren zulke toren, zeg maar, je ging altijd dit doen om zulke dingen, man. Wow. Echt rare tijden, man. Andere tijden, mannen waren echt roekeloos. Ja. Bro. Maar er was ook geen internet en zo, bro. Verspara, bro. Je weet toch, hij was even snacks, je moest. Ja. Je moet alleen maar beseffen, in die ding kles dat alleen maar misschien met weet die ding? Belkaarten. Strippenkaart. Nee, zo, die bel voor de telefoon, telefoonkaart. Oh, telefoonkaart. Prepaidkaart. Nee, maar dat was Cobra gewoon... en zo, zo. Die grote pakketten, Cobra, die dingen, zo. Raar. Raar, man. We hebben één keertje, hebben we zo lang gechilld, zeg maar, je moet beseffen. Er was een kauwgomautomaat. We hebben eerst, zeg maar, zelf tantekwartjes erin gegooid en 50 cent. Nu we chillen, zeg maar, met z'n vieren, zeg maar, om die tori heen. Iedereen heeft, zeg maar, sleutel. Acht. Maak die tori los. Opeens wanneer mail die koning. Kauwgom apparaat mee, shit mee. Loesoe, man. Ja, man. Kauwgom, tante kauwgom. Al die money eruit. 50 cent, tante 50 cent. Gaas. Wij gingen zelfs karretjes hosselen, man. Ja, tuurlijk. Dat was een oldschool hossel gewoon, broer. Zaterdag bij de winkelcentrum, broer. Karretjes hosselen, broer. Ja, ik wist precies. Je pak hem opzij, man. Bash! Kennen jullie die? Nee, ik zeg eerlijk, ik heb statiegeld. Statiegeld? Nee, 50 cent. De statiegeld ook, maar eerst die karretjes. Je gaat eerst kijken beneden bij die flat. Die mensen die lui zijn. We zetten hem, zeg maar, gewoon daar beneden. Soms kom je daar, heb je drie. Oh, dit 3 euro. Oh, dit gas. Wijngums. Vandaag is wijngums. Vandaag is wijngums, borrelnoot, chips. Twee blikjes en energy. Gas. Bro, weet je, je gaat chillen. 3 euro. Zo gevonden, bro. En al die dingen pak je. Bash. Bro, weet je wat het erger was? We gingen lopen met schroevendraaier. Dus. We gingen, zeg maar, al die dingen eraf krikken, zeg maar, toch? Ja. Dus je doet, zeg maar, die... Met schroevendraaier, zeg maar, maak je, zeg maar, die ketting kapot. Hmm. En dan heb je, zeg maar, die soort dingetje los, toch? Wanneer je die tori los hebt, die gooi je erin, zeg maar. En je loopt altijd, zeg maar, met lip van een blikje. Vissleuteltje noemen wij die. 3-4 lipjes van die blik en je altijd in je zak, zeg maar. Dus je bost hem open, zeg maar, met die tori. Je haalt die money eruit, je zet die bliktori, zeg maar, precies op een manier, zeg maar. Tap, hij gaat weer dicht, je krijgt de tori weer. Oh, yeah. Hoe weet je hoe snel wij waren, bro? Gek, bro. Bro, weet je hoe snel wij waren, bro? We waren junkie, bro. Hoe oud waren jullie, man? Bro, dat is een manoeuvre, bro. Bro, ik ging brood stelen, man. Kan je brood stelen uit de winkel, bro? Bro, wat heb jij niet gestolen, bro? Brood. Ik was broer. Je hebt alles gedaan. Brood. Winter, ik stel brood uit de winkels, man. Brood, bro. Brood. Die man weet niet, we lopen met brood op hem, langs hem. We moeten geven met 2 euro. Ik weet, ik heb die 2 euro nodig. Maar ik moet ook de brood brengen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dit doen, bro? Ik heb 2 euro voor die brood. Die brood kost 2 euro. Maar die brood moet naar buiten zonder die 2 euro te betalen. Meer wijngums. Brood moet naar buiten zonder die 2 euro te betalen. Ja, want daarna kom ik met die 2 euro kom ik weer daar naar binnen. Kan ik, zeg maar, euro bossen en kan ik weer iets snakken, zeg maar. Die moet altijd een ingang hebben. Ja, maar, nooit geklept. Nooit geklept. Jawel, kroeks, want een keertje wat ik nak. Dus nu, je moet beseffen, ik was zo erg, bro. Ik ging nakken, zeg maar, gewoon voor scoren. Dus ik was zo confident, zeg maar, van hoe goed ik was. Ik ging gewoon stelen voor scoren. Mijn moeder gaat loesoe. We gaan allemaal 7:15 gaan ze al junta. Ik en Kroeks worden 7:30 wakker. We douchen. 8:00 gaat die winkel open. Dan moet ik brood kopen. Dus ze laat elke dag 2 euro. Zelfde tori weer. 2 euro. Brood kopen. Yeah. En, nee, brood en een pasta. Kan ik brood smeren snel. Van mij en Kroeks kunnen we naar scoren. Maar die 2 euro gebruik ik elke dag om binnen te komen. En dan pak ik hoe heet die shit? Ik wil zeggen fritella, niet meer fritella. Weet je, die koekjes? Nee, die andere, man. Sultana. Sultana, juist. Yes. Ik pak Sultana. Bro, ik voelde me koud als keer. We komen op score. We hebben nooit Sultana. Mannen komen met elastiek. Sultana, appel, banaan. Netjes. Kom mee netjes. Je weet toch? Ik wil het ook creëren voor mij en mijn broertje. Je weet toch? Bro, ik steel Sultana. Ik steel soms kokosbrood. Ik steel rare dingen, bro. Gewoon dingen die ik gewoon zie. Ik steel gewoon dingen, zeg maar, die ik zie gewoon, zeg maar, in die... Ik steel gewoon dingen... Uitproberen, die wel uitproberen, gewoon. Ik steel gewoon dingen die ik zie in andere kinderen hun... Ja, bro. Ik steel gewoon dingen die ik zie in andere kinderen hun broodrommel. Deze man, je denkt, ja, je bruin brood met kokosbrood, morgen, wacht maar. Ja, stel die kokosbrood, ik steel die brood, ik steel de konje wat ik moet stelen, man. Op een dag, ik word gepakt, Jim. Ik wil dat zeggen, die verhaling, je bent de hele tijd... Ik word gepakt. Ik kom Osso. Ze slaan me helemaal de tyfus.
Ik zeg tegen mij, ja, waarom doe je het ook? Ik zeg, dat is een klootzak. Hey, ik ben jou elke dag. Elke dag neem je Sultana. Ik chop met jou elke para. Dag. Para, ja, para, man. Para, man. Gekke tijd, man. Lijp, man. Heb je niet zo gezond gekke gozels gehad? Jawel, man. Ik zeg eerlijk, wij begonnen vroeg. Ik weet nog, 7 jaar. Bij Hoefkadertje, Bazaar, toch? Ja, toch, ja, ja. 7 jaar, broer. Ik weet nog, ik was met een vriend van mij, snap je? Radion. En zo naar jou. We gaan naar zijn huis, maar van mijn huis naar hem is misschien 5 minuten. Dus we lopen, maar we komen bij die bazaar. Maar die karretje staat zeg maar, met ijs, staat buiten. Ja. Die bazaar is binnen, maar die ding staat buiten die bazaar. Ja. Dus die guy zegt, ons ijs bro, snel. En ik zeg eerlijk, ik begon met Bali, ik dacht, dat was snel toch. Dus, ja, ken je niemand dat? Die dingen, ja, toch. Ik denk van, ik ben toch snel. Ik pak me sowieso niet. Ik ben sowieso sneller dan hem. Was. Ik zeg, dat denk je ook soms van, ik ben sowieso sneller dan hem, dat is als ze gaan komen. Ja, pak hem eerst. Ja. Precies, dus nu. Ik kijk altijd zeg maar, of je niet de langzaamste bent zeg maar, in die squad toch. Dan ga je mee van, let's go, dat is bang. Jij wordt als eerste gepakt. Ik ben sowieso de lul. Bro, maar die, ja. Bro ik, in mijn ervaring, grote nikkers. Bro, wat? Hey, ik kan gaan hè, als het om. Als, bro, als, grote nikkers. Als je op instinct gaat, dan kan je gaan. Die ene boy die snel is met Bali altijd, hij is kaka. Hij is kaka wanneer het moet met meneer Scooter komen. Die grote nigger, hij jompel, hij dacht rare dingen voor je. Of niet bro? Dat is ik heb wel een keer in een slootje gelegen. Ja, die dikke nigger wordt heel gepakt bro. Ik heb wel een keertje in een slootje gelegen, 40 minuutjes of zo. Ja, ik ben altijd, ik heb nog nooit bro. Ik ben ook niet goed voor dat man. Ik heb nog nooit in paniek zeg maar de juiste moves gemaakt. Dus mijn niggers werden altijd boos. Ik weet nog één keertje waren we bezig in de tuin, opeens we moeten rennen, ik ren verkeerde kant. Ik heb het ook niet meer gedaan. En toen ben ik in het huis geschreven. Ik ren nog steeds andere kant. Dan pas moet je weer langs die tori rennen. Waar je bent geweest, zeg maar. Carlos, sorry man, ik was aan het vertellen, man. Pak. Ja man, dus hij zegt, check die ijs daar, broer. Ik denk, ai, klaar. Die berekening wat je zegt, ik maak ook van broer. Als iemand pak pakt, die zo hem. Ja. Klein. En breek hem. Misschien 7 jaar of zo, 8 jaar. Broer, we klemmen die ding. Gewoon waterijsje. Kijk, je moet die ding opentrekken toch? We pakken die ding. Direct gas, laat ding open. Hè? Weg. Broer, wij blazen misschien 1 minuut rennen we. We zijn weg. Niemand rent achter ons, broer. Oké, je stopt. Wakka. Ook 1 ijsje gepakt. 1 ijsje, allebei. Ja. Nu heb je die ijsje aan denk je van shit. Nee, we zijn weg. We hebben die 2 moeten pakken. Ja, man. Ja, jij niet meer dat. Dus, is nu, we zijn al bij zijn osso. Maar wakka gewoon van oké, stylie van broers en gone. IJsje aan het choppen. Opeens ik voel. Ik ken niemand dat. Alle twee. Hij pakt alle twee. Voilà, die guy gaf ons waantas, broer. Ik zweer daarna, ik heb nooit meer zoiets gestolen, man. Zulke dingen. No. Tot later leeftijd dat ik weer op dat weet toch, maar ik zeg heerlijk broer, die guy catcht ons. Dat je nog gaat mooi zijn toch, die keer gaat mooi zijn. Nee ja, broer, ja, die guy catcht ons broer, hij geeft ta 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 ta, Turkse man broer. Je wil Turk, hij zegt, maar nou kom even. Oh, weirdie. Dus nu broer. Als je ijs al geeft. Ik kijk nog naar die guy van, zie je, bent op niks broer. Jouw idee, kijk naar die guy. Ja, kijk naar die guy. Maar wat is zijn idee toch, wat is zijn idee? Ik kijk naar broer. Hij geeft me totaal pap. Broer, sindsdien ik dacht, laat dat broer, is goed zo. Ja, stelen nog zulke dingen, wat leek zo makkelijk. Die guy, ding is buiten toch. Die moet deur openmaken, in de andere winkel gaan om te zien, snap je? Maar ja, want die fout, is mijn camera daar man. Die moeilijke tori is zeg maar dat je, wanneer zeg maar een aansteker pikt vandaag zeg maar, dat je denkt van, oh, dit is het geluk. Ja. Morgen denk ik van, kan ik deze telefoon pakken? Overmorgen denk ik, kan ik deze bagger pakken? Op een dag ga je denken, kan ik deze microfoon, zeg maar, gewoon, weet je wat ik bedoel? Dat gaat zeg maar steeds verder en groter en groter en groter. Testen toch? Testen. Ik dacht bij mezelf, kan ik zak chips? Maak geluid. Niemand kan zak chips. Ik kom naar buiten met zak chips. Yeah. En vroeger was zeg maar, ken je nog die model vroeger van, dit was ook die divadres toch? Dit was die divadres zeg maar. Grote jacka sowieso, maar zeg maar, als je zeg maar die, had je zeg maar een joggingsbroek aan, gewoon een trainingspak aan, met rits zeg maar gewoon. Maar je had zeg maar, je droeg die rits en dan droeg je over die bovenkant zeg maar, droeg je een trui.
Toch? En die onderkant was zeg maar soort van een beetje strak en dan kon je dingen naar binnen gooien gewoon zeg maar. Dat is geil. Dit is echt payback, broer. En die dubbele broek met broek en sok. Ja toch, ja toch. Ken je die model nog? Ja, mannen hadden speciale jassen. Ja. Dus zeg maar die jas, als hij zijn hand in zijn zak doet, zeg maar die jas heeft een gaatje ergens. Ja, ja, ja. Wanneer die in die gaatje gaat, je voelt niet. Ja, ja. Want zeg maar die jas, die zak is tot hier. Dus je gaat zeg maar soort van hier voelen, toch van ah, hier is die hand. Terwijl die toren ligt helemaal naar beneden. Oh, en sommige mannen dat ook gebruiken voor pijp. Begrijp je wat ik bedoel? Gek, man. Ja, man. Ik kom nog van die tijd van gewoon folie, man. Foliebaggers. Ja, toch. Nee, die heb ik niet meegemaakt. Mensen dit, bro. Oh, dat zo, hè. Foliebaggers. Gaan foodlokker binnen, man. Foliebaggers. Die moest je ossen, zeg maar, weer gaan branden bij. Ja, ja, hoofdheet. Gewoon zo verkopen, bro. Ja. Met alarm en al. Ja, man. Daarom zeg ik. Ja, ik kocht die shit, dan moest ik het verbranden thuis. Ja, bro. Die foliebaggers, ja, bro. Zeg je eerlijk, man. En ik was nooit die guy die deed, hè. Ik heb gewoon mensen, bro. Ze komen. Pakket, maar we verkopen hem samen. Ken je die model? Nee, maar zeg maar, kijk daarom. Kijk, mensen zijn goed in mensen zijn altijd goed in één tori. Dat is wat ik heb geleerd van straat. Ja, ja. Of je bent goed, heel goed in het stelen ervan, maar je bent iets minder goed in het verkopen. Of je bent heel goed in het verkopen ervan, maar je hebt nooit iets om te verkopen. Dus je moet zeg maar weer linken met iemand die of heel goed kan stelen of altijd shit hebt, zeg maar. Geluk. Je hebt ook mensen met geluk, bro. Bro, je mensen geluk, bro. Wat, ja, in de zin van... Geluk, gewoon. Geluk, hoe? Gewoon, bro. Die man is vandaag skeren, maar die man heeft weer 40 dozen. Bam, broes. Ja. Je denkt, hoe? Hoe kan dat? Hij heeft weer iemand leren kennen, gewoon. Bam, die man geeft hem gewoon. Bam, ja. Gewoon zo, bro. Weet je wat ik doe? Gewoon, hoe? Of niet? Ook mensen met ongeluk, bro. Mannen pakken een raar paar ton. Wagyu gebost. Ja. Weet ik veel, horloge kwijtgeraakt in de zee. Ik zeg maar rare dingen, man, bro. Onmogelijke dingen dat je denkt van, hè, hoe kan dit? Hoe kan dit, bro? Hoe? Wow. Is para, man. Dat is zeg maar ook gewoon zeg maar met die... Mijn les zeg maar op straat is geweest, zeg maar, gewoon van... Jij bent die nigger. De Rabbi Rex is bij mij die jij, hoor. Mijn les op straat is geweest gewoon van... Doe gewoon sowieso wat je moet doen, zeg maar, alleen. En zodra je kan, zeg maar, probeer je dat te switchen, zeg maar, in iets wat positief is, zeg maar. Of, weet wat ik bedoel, zeg maar. Er moet balans zijn in je lijf, zeg maar. Je kan niet heel je lijf, zeg maar, een soort van slechte shit doen. Zeg maar er zijn toch wel wat niggas die heel hun lijf slecht doen, maar nog steeds, snap je? Ja. Soms denk ik dat ook, man, van, hé, hoe? Je hebt die goede guy die, je weet toch, hij... Zo, bijvoorbeeld, mijn zus overleden, snap je? Gewoon een goed mens die alles zit, goed deed en die overlijdt dan vroeg, zeg maar, snap je? Precies op de leeftijd dat ik nu ben, snap je? Kijk. Dus je denkt van, snap je? Terwijl die Jala op de hoek, zeg maar, die van de buurt, waar die wordt, die ziet vandaag je ziet hem al 25 jaar rondjes lopen daar, elke dag. Draai, en die woont buiten, prikt de hele dag na, dat je denkt van, weet je toch? Waarom verdien je? Hoe? Ja, ik snap helemaal wat diegene de hele dag, bro. En ze is nog strang ook. Die junkies is misschien nu in de 70. En veel, hè? Vraag aan hem. Veel in de buurt, snap je? Je ziet ze gewoon... Okay, liggen daar. Is gek, broer. Junkies. Bro. Dus zeg maar van bijvoorbeeld... Bro. Er was eentje. Gewoon omhoog. Mijn vader kent ze toen ze jong waren. Begrijp je wat ik bedoel, zeg maar? En ze zijn er nu nog steeds. Mijn moeder en vader gingen vroeger met mij rollen Keilenweg. Weet je wat Keilenweg is? Ja, toch. Dat was toch waar vroeger tippelzone was. Ja, toch? Ja, toch. Mijn moeder en vader gingen rollen met mij, zeg maar, bij zulke plekken, zeg maar. Ik ken die niggas vanaf klein. Ik ken die junk. Die Chinees, die lopen op Kruiskade. Ik weet niet van wat het dan weet. Chinees, ik ken hem jong. Tante lange haren. Nu heeft hij nog een beetje lang. Maar vroeger had hij lang. Ik ken hem. Je weet wat ik bedoel. Bro, geloof mij. Bij ons, ze zijn allemaal nog actief. Niet 1, 2, 3, 4. Nee, broer. Nee. Ze zijn alle 10 zo actief. Zowakka, bro. Heel de dag je ziet ze is gek, bro. Janko overleden. Rest in peace. Ja? Legendary. Welke is dat? Uit Hoogvliet. Legendary. Moet ik jou zeggen welke legend ook in Rofa is, bro? Legendary, welkom. Ik moet alles prikken in je lichaam. Ja. Legend. Ik weet niet of... Hij is toch. Rotterdam, man. Legend, man. Weet je welke voor mij ook legend was van Rotterdam? Was die... Koop een krantje bij mij. Ken je die niet? Hij stond er bij Bijenkorf. Rest in peace. Broer, je had een team in Aga. Weet je nog, vroeger je had die krant Metro en zo, Spits. Mm-hmm. Ja. Broer, je had een team, waren 4, 5 stuks.
Die krant, hij was nooit bij die stations. Ja, hun pakte allemaal. Hij kwam daar in die bak, bro. Hij kwam met 2-3 karretjes. Precies, en wist precies die rotatie. Hoe laat ze komen? Gingen ze langs de winkels. Ja. Dan verkochten ze die setje 2 krantjes voor €1. Ja, man. Snap je? Ja, dit. Broer, die survivor laat jou wel echt anders denken, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Ben jij zo iemand, zeg maar, die dan, zeg maar, zo conscious is? Ben jij, zeg maar, iemand die dan, zeg maar, elke junkies onder zoveel tijd even iets geeft? Ik geef altijd. Hebben jullie trouwens gemerkt, dat... Veel daklozen. Ja, man. Bij de stoplicht en zo, man. Ik vind het echt fucked up, man. Bij de stoplicht en zo, hè? Valt echt op in Agra, broer. Laatst, bro. Begin dit jaar ergens, broer. Ik loop in de kou op Centje, broer. Loop één jala daar zonder schoenen, zonder sokken. Wauw. Hij raakte me gewoon in mijn ziel. Je weet toch, broer? Ik zeg, dat zie ik al heel mijn leven, broer. Ja, maar zeg maar, weet toch, broer? Je weet toch, tuurlijk. Maar zeg maar van. Je weet toch van. Daar waar ik woon is ook, zeg maar, leger de cels. Ik weet niet hoor. Is om de oekoe. Dus broer, de hele dag zie je, broer. Broer, en daarnaast waar ik woonde, was vroeger Hoerenstraat. Poeldijkstraat. Dus is zeg maar, broer, je loopt 2 minuten, je bent in de Hoerenstraat. Dus. Jala's broer, dat is gewoon buurman, man. Die, op een gegeven moment, wij noemen ze gewoon buurman, broer. Zo ver gaat die ding. Okay. Ken je die? Ja. Dat is gewoon normaal, broer. Dus dat is niet heet, toch? Maar het is raar dat ze nog steeds... Ja, zijn sterk. Dat is gek, ja. Snap je? Ja. Ik ken die Jala sinds klein. Nu die man ziet mij, hij groet mij gewoon van stijling. Ken je die, man? En ik heb die guy 10 jaar niet gezien, bro. Ken je die, man? Ik heb hem 10, 20 jaar niet gezien, maar hij ziet mij, hij groet mij gewoon van... Hey, vaak, kan je bent terug? Ja, ja. Broer, is gek. Ja. Is gek, broer. Daarom, ja, maar veel, bro. Maar niks is gekker in Amerika, man. Ja. Als je daklozen daar ziet, man. Daar is, broer. Je bent vaker in leeg, weet je wel. Skitro en zo. Ja, ik heb daar een keer in de nacht gereden, gewoon met Tomati van me. Ja, is niet te doen, man. Hoe ben je niet te doen? Het is gewoon een hele buurt alleen maar met daklozen, bro, deze man gaat alleen naar Dubai en zo. Ik weet niet wat Skitro is. Eigenlijk zeg ik volgens... Weet je wat Skitro is? Het is een hele buurt, man. Ja, man. Ik ga eigenlijk zeggen, ik ben nooit... Ik ben alleen naar Amerika geweest, Miami. Dus, Miami ook veel daklozen. Ja, nee, ben ik niet geweest. Daar was wel Las Vegas. Dat was wel de gekste plek in Amerika. Dat was geen dakloos. Gekste plek in Amerika, in een zin? Behalve dakloos, ken je? In welke zin, gekste plek in Amerika? Gewoon, wat jouw favoriet? Ben je veel naar Amerika gegaan? Alles heeft wel zijn charmes, man. New York vind ik tof. Daar wil ik naartoe. Qua cultuur, Miami is hard. Gewoon in wintertijd. Ik heb altijd helemaal zo, weet je waarom? Nee, maar wintertijd is de home of hip-hop, zeg maar. Ik was wintertijden als rapper naar New York. -8, wintertijden. Ben je gek? Nou, alles snijdt, alles wat je niet, zeg maar, bedekt, is snijdt. Maar zo kan het ook warm daar worden. Maar je bent daar geweest? -8. Je bent daar geweest? Ja, zie, dat bedoel ik. Elke rapper moet naar New York zijn geweest. Dat anders ben je niet echt, dat is hoe ik denk. Maar je bent geen artiest als je niet bent gegaan. Nee, ja? En ik ben ook... Jonas, nu daar. Shout-out naar motherfucking Jonas. Jonas was in de winkel, man. Shout-out naar hem, man. Sterk. Ik zeg, ja, eerlijk, bro. Zeker, ja, man. New York, man. Dat is de volgende bestemming waar ik wil. Ik heb gezegd, ik moet naar Harlem. L.A. moet je ook pakken, man. L.A. moet je doen. L.A. is smoken. L.A. heb ik gehoord, maar dat is meer... Die is mijn eerst volgende, man. Is werkgerelateerd. Kijk, die L.A. is werken. Hey, Nipsey heeft een motherfucking op dingen gekregen, toch? In Hollywood. Ja, man. Stelletje, walk of fame, stel. Gek. Moes wel, man. Moes wel, man. Ziek. Legend. Ik heb daar gelopen, man. Is gek, man. Hard, hè? Hebben die van Muhammad Ali gezien? Zomaar kunnen, man. Die is aan de muur. Vanwege zijn naam, toch? Zijn naam van onze profeet, toch? Hij mag niet op de grond. Hij mag niet op de grond, man. Ja, man. Hij zei, no, man. Mijn mag niet op de grond. Gek. L.A. S.N.I., man. L.A. is gek, man. Ja, ook naar daar, man. Maar ik snap wel dat jij Miami hard vindt. Want die nacht leef je in Miami is anders, ja, ik was daar, kijk. Dat was gewoon de eerste keer Amerika. Die boys zeggen Miami. En ik zeg eerlijk wat je zegt. En ze hebben gelijk. Het ging niet per se om de nachtleven. Maar gewoon alles. Die leven is gewoon film. Kijk, die alles wat je deed, bro. Is gewoon show. Weet je, Amerika is different. Je kan het niet omschrijven, maar... Dus toen wij daar aankwamen, ik had ook niet verwacht. Maar Amerika is zo. Want je ziet op tv, toch? Klopt. Je komt daar, broer, je denkt, hey, shit, toch? Daarom zei ik, ik wil naar New York. Ik wil gewoon kijken, man. Was het gewoon toevallig zo? Of is het echt, shit, toch? Ja. Maar New York, ik heb gehoord, snap je, is different, man. Daar is ook, je kan niet te druk doen, snap je? Ja. Oké, top 5 vakantielanden. Top 5 bucketlist. Top 5 bestemmingen, ja. Top 5 bucketlist. Bestemmingen. Sowieso Australië, Nieuw-Zeeland. Ik ben nog nooit zo ver gaan reizen. Australië of Nieuw-Zeeland of Australië? Allebei. Dus als ik in Australië ben, zou ik ook naar Nieuw-Zeeland willen gaan. Oké, mate. Zuid-Amerika ben ik... Argentinië lijkt me ook hard. Ik ben recentelijk in Brazilië geweest. Hard. Azië heb ik nog... Azië ben ik wel veel geweest. Alles heb ik wel een beetje gepakt in Azië.
Oeh, goede vraag, man. Charlie, hoe heb je alles gepakt in Azië, bro? Ja, wij produceren daar toch, dus... Heel Azië. Azië is best fabrieken, hij gaat naar fabrieken. Ik ga naar fabrieken. Dus ik ben in China geweest, Japan, Indonesië, Singapore, Vietnam, Thailand. Singapore is een gek land, hè? Wat zei je? Singapore is een gek land, ja, hè? Daar moet je niet met jonko komen. Het is gewoon doodstraf, hè? Ja? Drugs komt de doodstraf. Dat zegt zo, ja, als je land, hè? Ik ben met Singapore. Met dit, ja? Met dit, weet je hoe gek dat is? Met dit, hè? Maakt niet hoeveel. Deze op een kilo, doodstraf. Maak niet. Nee man, daar gaan we niet heen, man. En dat is de gekke, hier mag het gewoon. Dus je kan je niet voorstellen dat... Maar voor Singapore zou ik het wel, zeg maar, voor Singapore zou ik het wel niet doen, zeg maar. Oké. Okay. Anders zou je het gewoon doen? Andere landen? Andere landen zou ik niet gaan zonder smoken, maar Singapore wil ik wel echt graag zien. Dat wil ik me echt wel gek. Singapore, Singapore hoor ik wel. Ik fucking zie niks van me, man. Fucking schoon, ja. Ik krijg geen beeld van Singapore. Het is gewoon even Indonesië, weet je toch? Ja. Bali, Thailand, een beetje. Nee, we gaan meer, vanavond op YouTube gewoon en doe gewoon Singapore. New York in Azië. Het is meer New York in Azië. Ja? Het is echt een financiële stad, man. Ja, ja. Dus Dubai is niks vergeleken met Singapore. Toch of niet? Nee, Dubai is nummer 1, man. Dubai is waar? Ja, hoe praat je over Dubai? Als het gaat om kapitalisme, is Dubai wel nummer 1. Bro, maar zeg er is, maar... Er is veel money in Singapore, maar Dubai is echt... Maar, Singapore, bouwen, maar Singapore is dan zeg maar... hoe zeg ik dit? Infrastructuur. Ja, weet ik veel, ja, al die shit. Ja, stop. Zeker, zeker, toch? Zeker. Dubai is ook bezig, bro. Ah, en bouwen. Weet je wat Dubai is? Het is een toeristenland, dus ze blijven bouwen, bro. Elke jaar Dubai is anders. Een eiburg, bro. Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar ik ga je zeggen, binnen nu en 5 jaar, kan je gewoon jonko daar roken. Dubai? Wow. Ja. Ze gaan als het goed is binnenkort de eerste casino bouwen. Olie raakt op, dus je hebt andere stromen nodig. Nodig, ja. Ja. Daarom Saudi-Arabië is nu heel erg aan het kijken naar Dubai, van wij willen dit ook. Ja, olie raakt op, bro, je ziet het, hè. Gek. Dus je moet andere manieren vinden om money te pakken. En hoe trek je met toeristen aan? Ja, casino's. Ja. Maar zeg maar in de zin van olie raakt op gewoon, zeg maar, straks gaat de olie echt op. Het is een grondstof, na een tijdje raakt het op, toch? Daarom zijn mensen heel erg bezig met elektrische auto's. Maar ze blijven ook gewoon in de studio. Ja, ja, ja. Al een tijdje, toch? Ja, al een tijdje, maar... Stel je voor, hè? Zou gek zijn. Zou echt dom zijn, ja. Maar daarom is het beginnen. Ja. Maar laten we hopen dat die money naar de mensen gaat, toch? Ja, je weet hoe het dan gaat. Zal wel winnen. Saudi-Arabië ben je gewoon sowieso rijk, toch? Als je van die land komt. Ja, je hebt sowieso, als je local bent, krijg je money en zo. Money, ja. Ook in Dubai en Qatar. Dubai, die paspoort is echt waardevol vandaar. Maar je krijgt hem ook pas na zoveel generaties die daar wonen en zo, heb ik begrepen. En ja. Zo. Je weet toch, je kan hem niet, als je hem niet hebt, je krijgt hem niet. Al je mag daar 40 jaar wonen, maar je krijgt... En streetwear is daar kapot groot. Misschien een van de grootste plekken in de wereld, man, streetwear. Die kids zijn daar echt zwaar op streetwear. In 80-90% van Dubai wordt gekocht. Het zijn jongens uit Saudi-Arabië, man. Serieus? Ja, man, is huge, man. We hebben daar een winkel, Crowdless. En hij vertelt me altijd, man, die kids zijn zwaar op Off-White daar. Al die streetwear merken, man. Ja, man. En dat verwacht je weer niet van zo'n land. Ja. Maar die kids zijn op streetwear, man. Kijk. Ja, man. Para. Dus ja, je bucketlist. Voor nu in mijn hoofd Australië, man. En misschien nog wat landen in Zuid-Amerika. Maar godzijdank heb ik veel gezien, man. Mooi, man. Ja, man. Blessings, man. Ik weet dat je een vriendin hebt. Ja, man. Wat is dat? Dat kan... Ogen beginnen al te tranen. Waarom, hè? Maar je top 5 Nederlandse vrouwen, Nederlandse mooie vrouwen. Je check je nummer 1 of 4 te gaan. Ik zeg eerlijk. Hoe is je check? Je doet een shout-out naar, man. Shout-out naar Adalia, man. Ja, man. Ja. Heb je donkere check, hè? Heb je donkere check? Nee, man. Nederlandse check? Ze is half mokro, kwart Nederlands, kwart Indonesisch. Oké, okay, man. Wow, interessant. Mengelmoesje. Ja. 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 Moxie. Kleine smoothie. Ja, man. Ja. Nee, maar ik ga niet zo lang met haar, man. Maar het is wel... het werkt wel, maar ik ben ook niet echt een schaatser of zo, je weet toch? Je bent gewoon een serieuze boy. Ja. Mezelf. Ik ben niet kijk, iedereen doet druk in de groep. Ik ben gewoon relaxed, je weet toch? In IJsland komt ze naar mij. Maar ik ben gewoon rustig, man. Ik ben beter met een vrouwtje dan losse guy. Ja, man. Ja. Ja, ik kan ook op mezelf zijn, maar
als ik je vibe niet voel, zo, dan fuck ik gewoon. Maar je bent nog niet op samenwonen en zo, toch? Nee, man, maar ik wil wel echt Oost, wat je wel. Dat wil je wel doen, ja. Ja, man. Ja. Alles op straat. Wat ben je nu? 21? 21. Lekker, man. Was ik maar 21, hoor. Goeie leven, bro. Net 3 jaar sperma. Vers. Ik loop hem, hij bekt alles, bro. Ik hoor hem de hele tijd die bekking schreef. Hij zegt vers. 21. Maar echt, 21 was ook wel veel gaffie, hoor. Als ik zo aan terugdenk. Ja? Ja. Is nog die laatste fase met je moeder? Hey, nee, niet doen dit. Ja, maar ook gewoon... Wat denk je dat hotel is deze osso? Nu wil je veel op 21. 21 was van 2012. Ja. Tante Gitte van de Valk, meteen. Kom je maar keer in het hotel, Ibis. Mijn moeder gooide die altijd, man. Altijd, man. Nee, dat... Toen ik money begon te brengen. Ja. Toen ik money begon te brengen, ik kom awesome, mijn kleren zijn gewassen, gevouwen. Kleren zijn gewassen, gevouwen, netjes. Ze maken ruzie met Kroeks van die grote vlees van mij. Bro, Kroeks krijgt alles. Kroeks krijgt alles, bro. Ik heb nog nooit van mijn leven een fiets gekregen van mijn moeder. Kroeks krijgt gewoon 2 fietsen. Hij krijgt eentje, hij raakt die kwijt, hij krijgt nog eentje. Ik had een keer een fiets gestolen. Ik kom naar Oslo, ik had gewoon een goede band met mijn moeder. Je weet toch, ik kom naar Oslo. Ik zeg tegen mijn moeder, yo, luister. Ik heb net een fiets gestolen. Maak je niet druk. Deze ver gepakt. Ik geef haar die verhaaltje. Je weet wat ik doe. Ze zegt aan mij, weet je wat? Allemaal leuk en aardig. Ik ga die fiets terugbrengen. Dit wil ik niet. Je gaat nu te ver, je weet toch? Ze zegt, oké, dat is spannend. Oké, wat doe ik? Ik pak die bike van mijn osso. Ik breng de bike naar de mattie van mij, je weet toch? Van nee, nu is hij niet meer bij mij, maar hij is nog safe, zeg maar, je weet toch? Dit was zeg maar op een vrijdag of zo. Die maandag daarna, ik moet haar money vragen voor abonnement. Ik maak haar wakker zo van, joh man, geef me die money van, ik vraag nog netjes die money van abonnement. Want ik weet al zeg maar, mijn moeder wakker maken voor money is een probleem. Zeg ze, die money van abonnement, zeg mij. Ze kijkt zo met 1 oog naar mij, zeg mij, waar is die fiets? Ze kijkt zo met 1 oog naar mij, waar is die fiets? Ik zeg tegen haar, ik weet niet, maar nu probeer, dus nu, ik zie al die optie toch? Dus je moet beseffen hoe slim je ook wordt zeg maar, van zo'n moeder, zeg maar, je weet toch? Dus ik zie al die optie van, oké, dat is spannend, ik kan die bike pakken. Maar kan ik nu nog, zeg maar, iets, toch nog een kleine 5 euro uit haar halen, je weet toch? Ik zeg, ja, ik kan wel pakken, maar morgen pas. Geef me tenminste 5 euro voor... Geef me tenminste 5 euro voor vandaag, zeg maar. Je weet toch, je hebt toch nog 5 euro en je bent met de bike. Die week ben je super zindig, broodje bal, broodje de konje. Oh, wat dit, ja man. Bro, ik heb je altijd door elkaar, man. Dins ben je toch? Dins, man. Juist, man. Ja, dat is helemaal goed. Wat is je top 5 Nederlandse rappers? Zo. Ik wil niemand te min doen, je weet toch, maar... Wie ik vroeger heb geluisterd, shout dat naar jou, man. Love. Hef, sowieso. Ik heb Campy ook wel geluisterd, man. Vroeger gewoon. Beetje raar. En ik was op een 50 model, man. Niet Nederlands, maar je weet toch? Ja. Ik ging met Ziggy raar. We waren jongens, luisterden alleen maar 50. Geen. Ik heb 2 van die bandana's, we gaan naar de FOMO. Als 50 cent. Geen. Grote t-shirt van je brada. Geen. Gaan we naar FOMO. Blikje 15 cent. Maar dat is maar zo, komen we daar zo bij die Engelsen. Nog ja. 3 Nederlandse. Nee, ik vond sowieso met Kevin. Vind ik hard. Ik vind eigenlijk iedereen wel hard. Niet te vergeten Lijpen. Lijpen staat denk ik bij mij wel echt hoog in mijn lijstje. Ja. Gewoon, ik kan hem voor een besefmodel luisteren. Gewoon relaxed. Shit leren zeg maar gewoon. Ja man. Ik fok eigenlijk wel met iedereen, man. Want sinds ik muziek ben gaan maken en zo, je weet toch? Eigenlijk... Je probeert nu zeg maar geen featurings op te fokken? Nee, man. Nee, ik loop. Nee, maar... sinds ik muziek ben gaan maken, zeg maar... Ben ik gewoon alles gaan waarderen, zeg maar. Ik zou zelfs...
kunnen fokken om een rockpokoe te kunnen luisteren. Om te denken van, ey, ze hebben zo die pokoe gemaakt. Ja. Je gaat anders luisteren naar muziek. Ja, man. Ja. Dus zo, man. Nee, jij, bro. Ja, man. Top 5? Ja, Nederlandse rappers. Niet per se in volgorde, toch? Ik kan er gewoon 5 op noemen, toch? Jou. Vind ik heel hard. Een van mijn eerste tracks die ik van jou heb geluisterd, puur. Was mijn eerste pokoe? Was buurjongen in Osdorp, man. Hij had internet, ik niet. Gek. Waarom niet doen? Gek. Ik vind jou, Robbie, heel hard. Ik luister veel naar hem. Jong Johan, top 2. Veel naar Maggie. Ik vind het ook hard wat hij doet met zijn broertjes. Met zijn broertjes, gek, hè? Ja, man. Eentje maakt beats, andere rap. Wie nog meer? Wie nog meer? Ja, Robbie. Appa vond ik vroeger heel hard. Hij maakt nu wel minder pokoes, maar straatfilosoof. Ter beschikking van de straat, veel geluisterd. Wat is er aan de hand? Die dingen ken je gewoon niet, als grap. Die dingen ken je niet, man. Jammer, man. Jammer, man. Scheid aan de overheid was de eerste track. Scheid aan de overheid. Die stuurde klasgenoot naar me. Hij zei, kijk je niffel. Zo vond ik het hard. Ja, ja, dat is een probleem, hoor. Vroeger ook veel naffer geluisterd. Osdorp Ban. Die classic. What else? Schuif aan de kant. Als je me ziet, dat is een probleem. Ik vond het moeilijk. Was ook op het keizer en, priester, man, vroeger. Hard. Als gek, zeg ik altijd die. Ik ging altijd vroeger op YouTube gaan kijken die mannen die het snelste konden rappen, toch? Juist. Denk je van ja? Keizer, en denk ik nou rappen. M tot de P tot de M tot de O. Ja, ja, gekke shit. Keizer was altijd hard, man. Mega sessies. Ja. Die zijn eerste met. Hij moest na Ems. Na Ems. Ik weet niet, 2012 was die. Pff, keihard. En met Esco vond ik hem ook keihard, man. Ja, ja, man. Hij valt op, man. Keizer kan wel Keizer kan vervelend zijn. Ik zei het laatst tegen Kees. Hij zei, ik zei, ik vind de Keizer echt hard. 101 bars. Hij was best wel geschrokken. Hij zei, je vindt op dat? Ik zei, ja, man. Hij is keihard. Gek. Gek. Nog eentje, toch? Nog eentje, ja. Oeh, wat zal ik zeggen? Ik vind Atje hard, man. Ja, man. Ik vind hem heel consistent. Hij is heel lang bezig. En nog steeds super relevant. Ik had laatst het gesprek over met een vriend van. We hadden een event in de store met Erykah Badu. Ja. Ik zei, joh, ik ken haar sinds ik 10 was. Ja. En nog steeds super relevant. En dat gevoel heb ik ook met Atje, man. Hard. En heel erg staying true to his lane. Ja, ja, ja. Consistente figuur. Altijd dezelfde energy. En ja, man, ik vind het hard, man. En was een tijdje mijn buurjongen. Hard, laatste. Bij Lelyland daar, dus. Maar ik ga er niet dieper op in waar je woont. Ja, 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 ja. Dus, ja, man. En zo naar. Atje. King size. Ik ben Paantje, man. Prijs begint al chips te eten en zo. Hij denkt niet eentje. Ik pak geen eentje, broer. Hoe moet ik pakken? Moet ik nu? Kom hier gooien, broer. Die nigger neemt 1 chips, rechts achter hem. Hij neemt 1 chip. Ik is gek, hoor. Hoe heet je nigger, maat Max? Ja, man. Dat is Max. Die man neemt eentje. Hij neemt hem, hij doet hem al stiekem in zijn mond om mijn netjes. Broer. Nu gaat die man kouwen bij die mic. Kijk die man. Ja. Ik vind het helemaal geweldig, man, broer. Dit zijn die stoten dingen, man. Dit zijn die stoten dingen. Hé, broer. Er wordt veel geknipt hier, man. Ga je niet zeggen, die snoepjes zijn gevaarlijk, man. Ja, ik geen liegen. Ik weet niet wat jullie doen. Nee, jij hebt vanzelf gedaan, bro. Broer, ik ga niet zeggen, kijk naar die snoep, broer. Gedaan, bro. Je hebt zelf gedaan. Ik heb ze niet gegeten. Ik nee. Ik ga niet zeggen, misschien 2 of 3 gegeten, broer, maar is anders, man. Ja? Nu begrijp ik waarom die doos ook kwam en zo. Ik zie altijd uit de doos, je doet graag, graag. Anders. Gek, man, broer. Nu begrijp ik. Die ding is sterk, maar het is light, snap je? Ja, man. Waarom leg je die slide, bro? Size, kijk, size. Top 5 Nederlandse rappers. Even denken, man. Sowieso, Moola zit voor mij sowieso erbij. Die maken, hij kan alles. Maakt niet uit. Zet hem, geef hem hip-hop beat, geef hem trap beat, geef hem techno beat. Hij rent wel voor mij. Nee, niet
Twee ellebogen geven. Nee, sowieso, hij zit bij mij hoog erin. Lijpen, hij kan wel erg, ik zeg je eerlijk. Hij kan rappen, bro. Vergis je niet, bro. Maakt niet uit, weet je toch. Zeg maar, ligt er maar net aan, zeg maar. Bij hem heb ik het gevoel, zeg maar, ligt er maar net aan welke pet hij opdoet. Ja. Want soms doet hij, zeg maar, die commerciële shit, zeg maar. Ja, dat volg ik niet echt, daar volg ik niet echt mee. Maar wanneer hij zegt van, oké, vandaag ga ik niks, vandaag wil ik vervelend zijn, dan rapt die jongen, wauw. Die nieuwe poko ook op die album van Rotje is ook gek. Ja, klopt. Die heb ik nog niet gecheckt, moet ik nog checken. Gekke poko, klopt. Ja, lijpen ook. Lijpen sowieso hard. Mm-hmm. Altijd, hij is, ik weet niet, man. Shout-out naar motherfucking Lijpen. Hij is gewoon, ik vind, je moet echt, zijn consistentie is abnormaal. Zijn consistentie is abnormaal. Ik weet niet of iemand in Nederland ooit zo consistent elk jaar zo'n goede album heeft uitgebracht als Lijpen, je weet toch? De laatste jaren, dus dat sowieso, je weet toch, Smabrada ook. Dus je weet toch, dat is sowieso iemand, mm-hmm. Klaar, als hij iets uitbrengt, check ik het altijd. Altijd, ja. Jij, sowieso. Heb ik ook gewoon echt vanaf, je weet toch, puur en luie mannen en zo, altijd, je weet toch, gecheckt. Ja. En dan heb ik sowieso persoonlijk, dat is gewoon eentje die er bij mij altijd in is blijven zitten, is Jiggy. Hard. Denk, ja, man. Ik zeg je eerlijk, bro, Jiggy. Kleren van de keizer. Mensen kunnen niet hangen met hem. Als het op echt gewoon tekst neerkomt, ja. En bars en dubbelzinnige tories en zo. Ik zeg je eerlijk, hij gaat je schoppen gewoon. Ja. Snap je? En dat vind ik lauw van hem. Snap je wat ik bedoel? Altijd sinds vroeger, je weet toch? Dus ik vond hem altijd, altijd hard. En ja, ik moet toch ook wel zeggen, als we het echt over all time gaan hebben en dan ga ik zeggen opgezwollen. Maar Stix in het weet toch, in, ja. Speciaal. Maar ik heb toch wel zelf heel veel met eigen wereld en zo, je weet toch. Dat is voor mij, denk ik persoonlijk, als je het mij moet vragen, de beste Nederlandstalig album ooit. Ik deed de regendans, maar kreeg de... Maar kreeg de wat niet het, normaal, bro. Back to back, to back to back. Dat allemaal levensgevaarlijke pokus, ja, ja. Gekke ja. Gerrit. Ja. Je wilt te graag. Gekke Gerrit, het is beter dat je chillt vandaag. Gekke huis. Bro, ik weet toch, ik fokte echt heavy met opgezwollen die tijd, je weet toch. Hoe ging die andere keer weer? Niet in een BMW, maar in een BMW fiets. Ja, ding is hoedeplank. Nee, is dat niet gebleven, hoedeplank? Gebleven of zo volgens mij. Gewoon gebleven. Oh ja. Hoedeplank was ook gek. Ja, hoedeplank was ook gek. Voer je hoede. Pijs, kijk weer naar ons. Pijs is echt van een andere wereld. Ik ga eigenlijk zeggen, nee. Hoedeplank is de enigste die misschien zou herkennen. Verre Oosten. Jij kent wel toch alles? Nee, man. Bro, dat moet je gaan checken. Ik zeg je eerlijk, dat is wel goed huiswerk, man. Hele goede huiswerk. Goeie huiswerk, man. Dat zegt zijn echt, vooral die eigen wereld is echt een parel van de album, vind ik, man. Echt top. Als je gewoon wilt horen hoe mannen met woorden spelen, op een hoger niveau, check Stix. Ja, man. Ik kijk meer naar buitenland. Stix haalt adem gek. Hoe die man adem haalt is gek, bro. Ja, man. Stoom erop met mij, man. Hij is Arby, man. Die mannen halen adem, je denkt, oh, die. Hun halen adem, bro. Alleen. Kale gek, man. De techniek ken ik niet eens. Stix geeft les, toch? Als het goed is. Ja, man. Ja, toch? Hij is leraar, toch? Ja, man. Maar Stix is nu volgens mij vooral veel verzekering money aan het pakken. Hij heeft gelijk. Ik zeg eerlijk, hij heeft gelijk. Ik heb hem vandaag nog gesproken, maar alleen maar love, alleen maar liefde. Maar hij komt binnen 100. Doof. Prijs, jij. Ik weet, je bent stoned. Ga niet opeens beginnen met... Hij is kei schrik, bro. Ga niet komen met 5 reggae artiesten. Bob Marley. Junior Kelly. Nee, maar je zegt wat? Ik Nederland. Ja, Nederlandse rappers. Top 5. De gang toch? Volgorde, hè? De gang toch, broer? Nee, dat snap ik. Oké, ja, ik ga eerlijk zeggen. Laat me zeggen. Verder naar nummer 1. Dat is gewoon... Maar ik maak het ook van dichtbij mee. En dan heb je... Het is moeilijk, maar Lijpen is sowieso super sterk. Cho vind ik ook. Iemand die het, als je zegt rap. Seven Alias natuurlijk, dat je ook geeft. En ja, wie nog meer?
dat ik zeg van, Ronnie Flex moet je natuurlijk niet eruit laten. Ja, ook. Klopt. Die weet ook wat hij doet, snap je? Die, als hij zegt van, oké, ik moet nu even rappen. Ja. Doet hij ook zijn ding, man. Zeker. Nog eentje. En er is geen... Ik had nog... Ja? Wie zou ik nog zeggen? Rap, we praten nu over rap, toch? Ja. Die dubbel. Maar ja, is ook iemand die... rapper gewoon, echt een rapper. Rapper, ja. Dat denk ik ook van, snap je? Goed verzeden, ik denk, snap je? Hij heeft zijn... Ik hoor de laatste ik pokken van, deel deze ik de laatste pokken van Romano, weet je toch? Maar die dubbel, zijn vers. Ja, die laatste pokken wat hij heeft gedropt, hij heeft nog niks gemist. Alleen hele harde pokken vind ik wat hij heeft gedropt, die laatste paar dingen. Man, dubbel, ja man. Ja. Zeker. Dat is gek. Ja man. Maar daarom zeg ik vind het moeilijk om te kiezen, toch? Omdat is ook ik begrijp iedereen zijn ding, je weet toch? Ja, dat is niet eens voor mij, is niet er een volgorde. Het is gewoon die vijf, die, je toch? Die weet wat ze doen en als het komt, ik weet niet of ze echt schrijven, ik weet niet wat die stijl is, maar dat is gek. Ja. Toont wel aan gewoon hoe goed Nederlandse hip-hop tegenwoordig is. Je kan gewoon niet meer vijf kiezen. Nee. Weet je, je hebt minimum drie dubbelen nodig. En weet je wat het is? Eigenlijk vaak ook als ik over nadenk over deze shit, eigenlijk moet er... Het wordt dan een heel moeilijk verhaal natuurlijk op een gegeven moment. Maar eigenlijk moet je... Zou je een soort gradaties moeten maken. Want ik heb ook wel bijvoorbeeld... Er zijn ook wel bijvoorbeeld heel veel guys die ik nu bijvoorbeeld de laatste jaar of zo, twee jaar heel veel luister. Maar die zet je nog niet in jouw top 5 bijvoorbeeld. Maar wie zijn er dan? Dat heb ik persoonlijk niet per se nu heel erg. Laten we samen een top 5 nieuwkomers doen. Oké, nieuwkomers. Top 5 nieuwkomers. Samen. Zeg allemaal één naam. ADF Samski. Verdient. Vindt eens. Heel hard. Ja. Ik vind hem eigenlijk geen nieuwkomer meer wel. Ja. Heeft hij een album gedropt? Nee, die denk ik Making Money, bro. Dat is de eerste pokken. Dan denk ik Making Money. Hij is shows aan het doen. Hij is ja, maar aan het dan doen. Wat een nieuwkomer als in echt gewoon laatste jaar of gewoon... Ja, gewoon iemand, een nigger die we kunnen gunnen, zeg maar. Oké. Okay. Shout out naar Samski, by the way, hè? Zal maar op een gegeven moment niet verkeerd. Motherfucking love. Samski. Ja, dat is wel een goede man. Ja, er zijn zoveel. Je moet het een beetje moeilijk om te zeggen van... Top 5 nieuwkomers, bro. Die Young is in die... De laatste tijd gaande. Ik moet zeggen, ICSB. Die wou ik ook wel noemen, zeg maar. Dat is ook een beetje in de categorie van Samski. Ja, maar dan zou je Samski ook wel daarin kunnen zetten. Wanneer was Paperzine gedropt? 2 jaar geleden of zo? Ja, is toch wel anders, toch? Qua muziek. Hun zijn wel, zeg maar, hoe noem je dat? Freshman? Ja, Freshman. Ja, Freshman. Beetje die... Is Freshman nieuwkomers? Ja, toch? Ja, Freshman is. Ja, maar er zitten wel mensen altijd tussen die ook al... Lang rappen. Maar wat is nieuwkomer? Maar hoe van, lang je bent nu aan het doorbreken. Ik ben nu aan het doorbreken, zeg maar, ja. Want sommigen die daarop staan hebben al mixtapes van 5 jaar geleden. Oké, dus dan zou je zeggen, maar Samski, ECSB. Ja, dan moet ik even goed nadenken. Weet je, ik moet zeggen. Siggy en Dins. Siggy en Dins zijn het aan het doen. Altijd. Ja, bro, we gaan wel. Altijd blijven, altijd promo nodig. Nafi. Ja, hij is wel lang, hij rappt al een tijdje, toch al, hoor. Maar hij brengt wel veel harde pokers. En Nafi heeft wel een paar keer, zeg maar, hij heeft altijd één goede poker, hij moet nog eentje daarna ook hebben, zeg maar. Klopt. Blijf grinden, man. Shout out naar motherfucking Nafi, alleen maar love, alleen maar liefde. Hij moet er langskomen een keertje, man. Ja. Als je echt over nieuwkomers praat, dan vind ik Sladda hard. Is Sladda? Hij is getekend bij Spaw. Oké. Volgens mij heb ik het voorbij zien komen, man. Hij heeft een track met Robbie Droga. Ja, volgens mij heb ik die voorbij zien komen, man. Dat is gekke. Freestyle komt hij ook heel hard. Gekke, volgens mij heb ik die voorbij zien komen, man. Hij is voor mij echt iemand die ik nieuw ken, zeg maar. Is iemand in het publiek die... Bully? Oh ja, Bully. Ook Freshman. Ook Freshman. Ja, zeker. Ja, man. En ik weet niet, hij rap ook al wel lang, maar als je het, zeg maar, qua doorbraak wil, vind ik dat Soar ook wel in die lijstje hoort. Hij is ook wel al een tijdje bezig, maar de laatste 2 jaar soort van vind ik wel dat hij echt zijn ding aan het doen is. En ook op een soort creatieve level zijn er niet veel mensen in die hem kunnen schoppen daar, vind ik. Ja. Hij bekijkt alles heel groot. Hij is groot, dat waardeer ik, weet je, dat bedoel ik. Hij bekijkt alles heel groot. Ja. Hij laat zich helemaal niet beperken door niks, sowieso. Shout-out naar Soar, man. Sowieso, man. Vorige keer was Negative hier, man. En toen zei ik tegen hem van...
je moet weer terugkomen naar de game, man. En weer dingen doen voor de game. Er is nu eindelijk money. Ja, toch? Wie zijn, zeg maar, een soort van 4 of 5 namen die je zou zeggen van, oké, dit zijn de guys die credible genoeg zijn om terug te mogen komen? Dat is een goede vraag, man. Wie daar stelt. Denken jullie ook na? Van gewoon een iemand die niks meer aan het doen is nu, maar die eigenlijk wel shit aan zou moeten doen. Ja, negatief is er wel eentje. Maar wat is niks doen ook, zeg maar? Zijn er veel rappers die niks in de muziek. Ja, ik zou het heel vet vinden bijvoorbeeld als Opgezwollen, echt als Opgezwollen weer met Delic en Styx en Rico, echt in die formation weer een keer een album zouden maken. Dat zou ik heel hard vinden. Ik zou zeggen, dingen man, heel die D-Man crew, zeg maar. Straat remix, die mensen waren wel. En ja. Jiggy, man. Jiggy ook, man. Jiggy weet van mij, bro. Elke keer. Hij is met album bezig. Ja, precies. Hij weet van mij, bro. Elke keer als ik hem zie, dan lul ik zo hoofd van, waarom maak je geen pokken? Ja, toch. Hij heeft me gezegd, ja. Gek. Ik vind het hard, ja, man. Ja, man. Jij weet niemand die van vroeger hier wel terug wil zien? Nee, maar ik weet... Ja, ik weet nog wel. Ik weet er zelfs nog 2. Maar eentje heeft nog... eentje heeft recent nog een soort een kleine run gehad. En dat vond ik echt tof. Mini. Hard. Mini kwam toen, weet je, met die Ome Gusto. Ik fokte echt heavy met dat. Ik vond het super jammer dat dat maar bij een paar pokoes is gebleven. Ja. Zeg maar. Ja, oud toch? Ik merk al, ik zit aan de verkeerde tafel. Nee, bro, je moet juist leren, man. Ja, toch? Ik luister. 100. Ja, man. We leren van elkaar, bro. Want je weet toch, je kent 100.000% weer allemaal... shit, die wij niet kennen. Ja, precies. Allemaal boys die wij ook niet kennen. Oh, Mini taag, denk ik. Ja, toch. Maar hij kwam later een soort... gerebrand terug, heette die Guus. Weet je toch, dat is niet zo heel lang geleden gebeurd. Hè? Bracht hij een paar pokoes uit en ik vond dat echt hard. Je weet toch, maar er kwam er daarna niks uit. Dat vond ik wel jammer. En Heineken, man. Oh ja, tuurlijk, man. Heineken is bezig met de serie. Ja? Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, man. Hard. Super hard. Maar dat is ook iemand waar ik nog steeds wel... van zou waarderen als hij gewoon wat zou droppen. Ja, man. Sowieso. Ik was laatst in Feyenoord Stadion met hem. John Cosano had er ook. Hij rookte niet. Dat is de meest Rotterdamse ding die ik ooit heb gehoord, broer. In Feyenoord Stadion. Jij en hij niet in Feyenoord Stadion tegelijk John Cosano. We hebben het Feyenoord pokken gemaakt, man. Ik ook. Lauw. Ronnie, Kevin, Samski. Ik heb die Tori gehad. Het zat net in mijn hoofd, maar ik wist niet of ik die Tori kan vertellen. Wat dan? Over die pokken? Ja, man. Ja. Dat is wel dom. Gewoon vertellen, bro. Van wie hoor ik dat? Alles vertellen, man. Niet alles vertellen, man. Nee. Ik weet niet van wie dat hoorde, man. Maar ook jullie hadden stuur gebouwd in de Kuip, man. Ja, man. We waren Jonkels aan het roken. Aan het ik heb dat gezien. Ik heb dat gezien bij Crooks. Volgens mij, We hebben allemaal wel een seizoenskaart gekregen. Love. We mogen allemaal in het Maasgebouw komen boven. Gratis Hennessy. Ja, dat is goed. Voor de wedstrijd. Dat is echt goed. Je weet, man, ik kom zo naar buiten. Tante Bekers. Tante Bekers, Hennessy. Ja, man. Oké, top 5. Wat wil ik wel van jou weten, man? Top 5 films. Zo. Dat is een hele goede vraag, man. Hey Solo, we moeten niet... Hey, Neldrik, ik luister niet naar Solo. Waar is Neldrik, man? Nelly. Hoe lang hebben we, man? 15 minuten. Nee, je lult, man. Kan niet. Onmogelijk. Nee, je lult. Kan niet. Bestaat niet. We zijn op 3,5 uur aan het draaien. Jawel, bro. Dan hebben we nog uur, man. Praat je, man. We zijn 3,5 uur aan het draaien. We hebben nog uur. En 23 minuten, ik weet precies. Wat zit je met de nakken, man? 83 minuten hebben we. Wat zit je met de lullen, man, bro? Dat is werven. Schek, man. Hoorde, we zijn erin, hè? Ja. Hoorde, iedereen was koud en stoned. We hebben pauze. als je ongeveer wilt weten hoe stoned iedereen was... Kijk naar deze. Deze zal liggen. Kijk naar Maat Max' gezicht. Maat Max is er heel lachen daarachter. Ik heb nog steeds pinda's in mijn, of nootjes in mijn.
Je hebt iets gedraaid, ja toch? Top 5 films, man, bro. Daar waren we. Oké, ik hou van Guy Ritchie shit, weet je, die Engelse, je weet toch? Dus ik denk, ik zet dan gewoon Snatch. Maar ik vind alles van hem lauw. Je weet toch, Lockstock en Two Smoking Barrels. Die mannen, je weet toch, al die Engelse soort grijze straathumor, die vind ik echt sick. En Tarantino. Denk dat... Ik hou van deze guy, man. Goddamn. Ik denk dat ik... Ik ken die guys niet, hè? Quentin Tarantino. Ja, wie? Maar die andere kino's. Ik denk, ik zet... Welke naam zei je? Welke zei je? Ja, Tarantino. Ik denk als ik een film... Nee, van die andere, Guy Ritchie. Oh ja, Guy Ritchie, Guy Ritchie. Begreep ik niet. Films van hem heb je sowieso gezien. Guy Ritchie is toch die zanger? Of... Nee. Skip dit, man. Skip. Oh, nee, dat is je zanger. Oké, maar als ik... Ik blijf gewoon stil als beste broer. Als ik Tarantino film moet noemen, dan denk ik dat ik kies voor Jackie Brown. Kino, Jackie Brown, ken je dat toch? Wat is de eerste kino van Tarantino weer met Samuel L. Jackson en... Pulp Fiction. Ja, ook ja, man. Gestoord. Maar ook als nieuwe shit vind ik hard. Django, die Django, oorlogsfilm met die, hoe heet die, Inglourious Basterds. Ja. Ik was wel in slaap gevallen bij die in de bioscoop, man. In de bios gewoon, ja, man. Niet zo toch. Jawel, man. Die was lang, bro. Ja, dat wel. Zijn wel lang kino's, ja, man. Kijk, van de Hood Classic, sowieso Paid in Full moet sowieso in die lijst. Mijn nigga Ace. Snap je? You got three bricks in there? die moet sowieso erin. Ik hou ook heel erg van documentaires, man. Dus ik denk sowieso dat ik Cocaine Cowboys. We gaan zo bij de top 5 docus ja, komen toch. We nog. Ja, Oké, ja. Nee, ja, dan moeten we nog even op die kino's blijven. Laat me wat van iets sowieso, iets van DiCaprio. Catch Me If You Can, denk ik, of zo. Hard. En Blow. Hard. Blow is ook dom. Ja. Je ken wel, toch? Ik ken allemaal. Catch Me If You Can. Nee? Nee, man. Wel ken je niet? Allemaal niet? Allemaal niet. Sowieso is voor zijn tijd. 100%. Nee, man. Misschien als ik het zie, weet je toch? Nee. Ik ben ook niet echt goed met namen. Weet je wat met Leonardo DiCaprio is? Ja, man. Bro, hoe is het? Maar misschien weet jij... Die guy is... Welke film heeft hij voor het laatste gespeeld? Dat je zegt van, oké, wauw. Leonardo is Leonardo. Ik lijk een beetje op Leonardo. Hem kan je niet ik ben ook niet echt iemand... Ik ga een film kijken. Ik ga helemaal nadenken over... Nee, maar even serieus. Ken je die guy of niet? Ja, bro. Ja. Quiz. Wat is Leonardo's beste film? Man, dat is helemaal af de hele bos. Titanic. Maar niks. Ja, ik weet wel wie het is. Klaar. Er gaat niks meer. Nu ben je goed. Ze willen me lachen. Nee, die man is stoned. Kijk maar het maakt, bro. Voilà, die man is die barkie, bro. Hoor je hem niet lachen, bro? Stond, hè? Die man is weg. Neem nog eentje. Hij lacht, weet je wel, omdat ik hem vroeg van was, weet je zeker. Daarom ging hij helemaal stuk. Nee, die zijn klap toch van G. Nou, dat respect me niet zo, daarom, weet toch? Nee, maar daarom vroeg ik hem weer. Dus daarom zegt hij, maar ik zeg hem van, FC toch? Ja, deze Max is niet baartje, broer. Ik zweer het, broer. Maar boys, daar heb ik. Oh, de. We hebben niet eens Rabbi Rex aan de motherfucking tafel. Welkom. Hoe noemen we dat? De CEO. Dit is de CEO, hè, broer. Ja, CEO? CEO. President. Rabbi Rex in de motherfucking building. Hoe is het, papa? Ik ben er gewoon, man. Mijn eerste vraag aan jou is, bro. Hoe is het, zeg maar, om vast te zitten en dan te horen dat je niks, zeg maar, kapot aan het maken zijn naar buiten? Ja, ik was blij en ik had pijn. Omdat er zijn momenten, zeg maar, wat ik niet meer terug ga krijgen. Toen ik was opgepakt. Zou precies een maand later onze eerste tape uitkomen. En we hadden zoveel tijd en energie, zeg maar, daarin gestopt. En ja, ik keek gewoon uit naar hoe de publiek, zeg maar, die tape zou ontvangen. Hoe die release party zou gaan. Dus ik weet nog, die
week voor die release party, ik bel mijn advocaat. Ik zeg, kunnen we geen schorsingsverzoek aanvragen? Ik wil daar echt bij zijn, dit, dat. Maar ging allemaal niet. En ja, dat waren die eerste 3 maanden. En toen daarna gewoon... Deze boys kwamen altijd op Funnix. Je zit binnen, je hoort die shit. Snap je? Je krijgt shout-outs, alles. Snap je? Dus elke keer bij HVB... Wie ging meestal shout-outs doen? Wat? Nou, hoe wil je? Hey, gewoon in die pokus, SFB, je hoort die pokus. Ja, Frenna wel. Elke pokus hoorde je wel echt, Rabbi dit, dat. Zo. Frenna, shout-out Frenna, jammer prijs. Ik weet nog toen... Waar hoor je dit? Ik wil je, ik wil je. Ik zweer, ik hield niet bij me. Iedereen zei ja. Dat is van normaal. Maar weet je, ik weet nog toen... Ik lag op bed en op een gegeven moment... Manlish van Seven Alias kwam uit. En toen gaf Frenna ook een shout-out naar mij daar. Bro, man hoor, mijn naam schroop niet door. Hé, dus dat was wel, dat, zulke dingen waren wel mooi om ja. Te zien. Maar je moest mannen nog bewijzen van ik ken die mannen. Ik ken die mannen. Weet je, het is, niemand geloofde dat ik het was, want ik kwam binnen, ik was boos. Dus ik ging zeker 8 maanden niet knippen. Ik had afro, weet je toch? Rare sick baard. Ik was gewoon boos. Ik dacht van broer, ik zit hier met mensen, achterlijke mensen, de hele tijd schoppen. Maak, broer, je zit daar, mensen maken ruzie om assie, ja. Nageltje, ruzie. Zulke dingen kijk ik gewoon van, broer, met wie ben ik beland hier, snap je? Ja. Toen op een gegeven moment had ik ook iets van, broer, ik ga niet... sommige boys hebben daar Louis, Gucci en zo. Bro, ik was gewoon elke dag trainen. Waar zat je, man? Zoetermeer toen, man. Ja, man. Zoetermeer. Vlakbij gewoon. Ja, man, dat wel. Is dat fijn? Is dat fijn als je vast zit? Of is het juist... Wow, dat was het wel, zeg maar. Boys van mijn buurt. Ik ga sinds klein al naar Aga. Kom ik eten ook boys van Aga tegen. Dus dat was wel zeg maar. Kom je uit Aga? Ik kom uit Delft. Ah. Ja man. Geboren en getogen. Dat is van Aga eigenlijk. Bro, Delft is eigen stad. Hij wilde die eigen stad claimen. Ik weet niet meer. Bro, Delft was een eigen stad. Bro. Die tram van daarna gaan naar Delft. Ja bro. Dat DJ mee in Delft. Dus gaat ook een tram van. Gaat ja, maar je zegt van Rova. Ja, daarom zeg ik. Gaat ook een tram naar Aga. Maar ik bedoel, je ziet het niet als. Je gaat naar een hele andere stad, zeg maar. Met, als je in de tram zat, toch? Nee, maar laat ik het zo zeggen. Van, als jij het zo ik begrijp wel, man van Delft, hij represent niet Aga. Ja, ja tuurlijk. Hij represent niet. Wel gewoon Delft, toch? Zeg maar, het is niet van... Nee. Je weet toch van... Elke station is een station. Ik weet nog, bro, de eerste keer dat ik in de metro zat, onderweg naar de stad, van Zalmplaat naar Beurs, opeens stopten we bij Portugal. Dus die toren heet dus Portugal. Ja, Portugal. Dubbele A. Dubbele O volgens mij ook. Ja. Portugal, zo ja. Zegt tegen mij, we zijn in Portugal. Niet zo toch? Ik zeg tegen mij, we zijn in Portugal. Kijk om me heen, bro. Toevallig, je moet beseffen, die tijd toevallig, zeg maar, als mensen. Is niet goed gedaan. Is wel schrik, man. Mensen die kijken naar dit, zeg maar, die daar ook hebben gezeten, zeg maar, van vroeger. We weten vroeger dat je, zeg maar, oranje, rare oranje, zeg maar, glazen. Dus ik kijk naar buiten, ik zie zeg maar, door die oranje glazen en rode glazen zie ik zeg maar, andere kleur licht. Ik denk bij mezelf, oh, dit Portugal. We beginnen te rijden, ze zeggen mij, ja, hey, bro, dit is echt een tyfuswijf. Echt een tyfuswijf. Dan gaan ze bij, denk, kon je bom aan me, je weet toch. Ze zeggen tegen mij, ja, en nu zijn we weer uit Portugal. Ik denk bij mezelf, huh? Hoor dit? Jaren later, ik doe dezelfde shit met Crooks. Ik doe precies hetzelfde met Crooks, we zijn Porto Crooks. Je weet niet, die hoed mentality, zeg maar. Als je één keer uit de hoed gaat, alles is, je weet toch? God damn, man. Wat was je aan het vertellen? Wie was aan het vertellen? Jij was aan het vertellen? Ja, sorry man, bro. Ja, man, dus... Maar daarom toen... ik zeg eerlijk, maar de eerste 3 maanden deed me pijn. En toen daarna, weet toch? Ik spreek hun ook en zo. Ze zeggen, hey G, gaat kwijt. Max ook, die tijd... liet ik hem ook gewoon veel dingen voor me beheren en zo. En toen zei hij ook tegen mij van, jeez, anders nu, man. Nu, wauw, ik kom vrij, broer. Ik kon eerst met deze boys door de stad wakken. PC winnen popprijs, dit, dat. Het was gewoon een hele nieuwe wereld. Dus toen had ik wel gewoon zoiets van, ik ben wel blij dat ik die stap heb gemaakt om hun te motiveren om die muziek te gaan maken, man. Dat maakte me toen wel blij. Eindelijk iets gevonden wat ons, zeg maar... Weet en de mannen zijn loyaal gebleven. Want je zegt, Frenna, die zei altijd je naam. Mm-hmm. Dus ook, de loyaliteit is altijd gebleven, toch? Ja. Dat is mooi, man. Ja, dat is, nu hebben we gewoon tenminste iets wat we kunnen doorgeven aan onze kinderen, snap je? Precies. Op straat ga je niks kunnen... Hoeveel kinderen heb jij? Ik
Ik heb nu eentje, man. Eentje, man? Eentje, ja, man. Serieus, je lijkt me echt een killer kies in. Iedereen zegt dat. Ik weet niet waarom, maar niemand gelooft me, maar ik heb echt... Ik heb één dochter. Ja, hij lijkt me echt een killer kies in, man. Nee, man. Zeven kids. Nee. Tanto baby mama. Je lijkt me ook een nigger die van Antilliaan houdt, hè? Ja, man. Dat wel, hè? Dat wel, hè? Zie, ik heb mensen kennis, hoor. Hij houdt van Antilliaan. Je vrouw moet het schreeuwen tegen hem. Hij staat hier. Maar dat is toch, ik kijk, ik ben rustig, weet je waarom hij lacht? Ik ben rustig van mezelf en elke keer heb ik zeg maar zulke dames in mijn leven dan, weet je toch? Jimmy, hoe weet ik dat, hè? Ik zie het aan jou, bro, hij is die niggas, zeg maar. Hij is zeg maar die, hun zijn die niggas die buiten zo zijn, willen het Osson zeg maar een vrouw tegen hem. Nee, maar ik heb het soms ook nodig, man. We gaan nu Netflix kijken. Soms heb ik dat wel nodig. Zeg maar die voor de uit. Ja, toch, maandje. Maandje, rustig. Snap je? Ja, toch. Maar soms heb ik dat wel nodig, man. Ik hoor je. Ik zeg wel eerlijk, man. Maar dat is ook zeg maar het mooie. Dat is, want dat, we lachen. Maar dat is zeg maar het bewuste van jouzelf, toch? Dat jij weet dat jij zeg maar iemand nodig hebt die jou moet remmen af en toe. Ja, man. Dat is zeg maar het mooie ervan, zeg maar, in de auditorie. Ja. De Antillianen kunnen je remmen, bro. Snap je? En, ja. Is je klein ook, Antilliaan? Gedeeltelijk wel, man. Wat doe je meen toe? Ja, man. Je begrijpt, wat is je lievelings Antilliaans gerecht? Ja, maar spreekt papa mensen. Serieus, hè? Ja? Een hoor die koemer, man. Beter dan Arie, man. Kijk, hoor. Hij praat alleen stampot. Ja man, voelt je wel, man. Ja? Ja man. Voelt je met? Voelt je met vis? Ja. Ja man. Ja man. Kwijtgaard. Ja man. Is ook gewoon gezond, man. Maar heb je ook die ene andere Antilliaans gerecht gegeten? Of Jambo? Nee. Broek, wil je gaan vragen? Nee, man. Ik heb wel niet gechakt, man. Nee, man. Dat niet. Sowieso. Als ik het zou doen, had ik het gewoon gezegd, maar... Ik weet niet, man. Ik weet niet eens wat jullie zeggen. Hij broert akka gewoon, toch? Nee, maar je sick zegt iets anders. Misschien zeg iets anders, no, man. Kijk, ik zeg eerlijk. Voorkant, graag. Maar akka... Nee, man. Prijs, jij? No, man. Bij Toxidie kwam die vraag ook altijd. Eet je billen. Hele dag, nee man. Iedereen zegt ook, hij lijkt me zo'n nigger. Waarom? Hij lijkt me ook zo'n nigger, maar ja, hij zegt nee, dan zegt nee, ja, ik weet nigger? Niet. Waarom? We gaan oh. Ja. Ga eerlijk zeggen, luister, het is heel simpel. Ik eet geen billen. Ik heb het nooit gedaan. Nog niet per ongeluk, nee, paantje. No man, bro. No. Ik heb al een keertje voorgedaan, bro. Eén keer, ik dacht ik was poenie aan het eten. Ik dacht ik was hier zo opeens. Ik was paantje, ik was met mijn neus hier zo. En was ik opeens billen aan het eten. Toen dacht ik bij mezelf, hoor, kijk wat ik aan het doen ben. Oh, dear, dan toen moet je gewoon verslaafd geraakt, gewoon. Huh? Toen dan was je gewoon verslaafd geraakt. Hij is Antilliaan toch, maar is normaal. Jullie zijn op die model van hij is light. Ja. Jullie claimen die dingen ook, zeg maar van, hey. Dens, je doet dat? Ganese, ik heb nooit zat bijna. Zat je gezicht wel eens in een chocolademousse? Nee. Kijk raar weg, man. Huh? Je kijkt raar weg van... Nee, bro, nee. Af en toe lik je. Pronk. Hey. Nee, maar ik heb gewoon beeld. Weet je toch? Hoe jij het ziet, man, niet zo. Nee, maar hoe? Van, zit op je gezicht. Ik zie deze man gewoon helemaal graaien. Maar oké, maar stel je voor als je billen eet. Zit ze gewoon op jouw gezicht of hoe, zeg maar? Of gewoon, ze legt plat op haar buik? Ja, bijvoorbeeld. Ook op je gezicht zitten gewoon. Ja, toch? Dus je legt daar bewust om... Maar kijk, hij gaat vragen aan mij nu alsof hij niet weet. Ja? Nee, broer! Bro, jij bent een anti. Jij bent een jantiel, bro. Als jullie een dame vinden die zegt ik heb haar billen gegeten, bro, jullie krijgen allemaal doezoe. Bestaat niet. Bestaat niet, 100%. Dit komt online. Van deze ding, die dame kan zich ook aanmelden, ik heb het nog nooit gedaan. Simmer, ja, oké. Als ik het ga doen, dan moet het sowieso... Ja, dan moet die... Ja, zij moet echt ring hebben, alles, man. Als ik het ga doen. Je daar. Je woont ook niet in die straat? Nee, man. Je bent Surinaams, hij chopt niet in spoonie, man. Gek. Hij is geen Surinaams. Ik ben geen Surinaams. Dat denk ik altijd, dat is de tweede keer volgens mij. Nee, ik ben geen Surinaams, man. Wat ben je? Hallo Libanees, man. Gek, oké, man. Gek.
King size. No man. Kijk, ik zeg je eerlijk. Ik ben wel op de main road, maar ik ben niet op de back road, zeg maar. Ja, snap je? Ik ben niet op de back road. Nee, maar je weet toch van. Ja. Hij pakt nooit zijn weggetje. Ik wil juist nieuwe routes. Ik wil nieuwe routes ontdekken. Soms heb je gewoon, ik ben gewoon die guy die nieuwe routes ontdekt en soms kom je van, maar zeg maar, tot en met daar, zeg maar, doodlopende weg, wat is, terug. Wat is het idee achter die chop? Dat vraag ik mij, zeg maar. Loef jij die chop? Of loef jij dat zij die chop loef? Of wat is die model dat je zeg maar loef? Dat is waar het om gaat. Want ik merk bij jou, jij loef. Kijk, ik geloof ook, er zijn guys, ze doen het. Maar ik merk bij jou... Ik doe niks om het zomaar te doen. Alles wat ik doe, alles wat ik doe... Alles wat ik doe, doe ik om de beste te zijn. Ik had gewoon even nodig om deze te... Ik had gewoon even nodig om deze te verwerken, zeg maar. Alles wat ik doe, doe ik om de beste te zijn. Dus je krimpt, zeg maar, nummer 1 chopper, zeg maar. Je brengt het naar heel, iets heel anders, zeg maar. Je weet toch? Nee, maar dat is het van, zeg maar, van... Kijk, oké. Ik weet sowieso van... iedereen heeft zijn eigen shit wat hij, waar hij mee fokt. Maar ik ben gewoon echt geïnteresseerd. Kijk, van, het gaat om dat je het genot van de vrouw, zeg maar, loeft. Ik ben een gever, toch? Ja, toch? Dus het gaat, zeg maar, sowieso om wat je terug krijgt, zeg maar, in de zin van wat je ziet. Van, wow, dit maakt, zeg maar, iets geks los. Dit, je weet wat ik bedoel? En het gaat gewoon, zeg maar, om niks zoals jullie. Mm-hmm. Snap je? Dus zeg maar, jullie doen het niet. Klopt. Zeg maar. Dat heb je heel goed gezien. Bij jullie gaat zijn osso gewoon van... normaal. Ze belt haar vriendinnen van... Ah, was een 7. Dat is gewoon normaal. Was gewoon normaal, ja. Jij heeft wel, weet je de shit, W voor mij betaald hoor. Ja, dat was, ja, oké, maar hij heeft geen billen gechapt. Bandy doet zonde, Bandy doet snackbar. Broodje kip, corn, pindasaus. Sterker nog, ik leer je nog. Broodje kaassoufflé, pindasaus. Je denkt van, Maar dit is een Haagse stapel die hij je noemt, hè? Broodje kaassoufflé, pindasaus. Een hele agatori dit, hè? Serieus? Ja, nee. Sorry, man. Dan ben ik een beetje haagnees, man. Ja, man. Hey, Lata, gozie. Hey, Lata. Lata, gozie. Ah, dat is een man, broer. Hey, Lata. Nee, maar zeg maar... ik ben gewoon, zeg maar, die guy die snackbar doet. En dan... Vooral op... ZP. Ja. Zoek pindasaus. Nee. Maar kan het je met klaarkomen vanuit haar kont? Wat? Ja, ik weet niet toch, ja. Ik weet niet. Als ik zie dat een chickie klaarkomt, word daar geil van. Maar ja, maar van je billen. Ik weet niet of je van je billen kan klaarkomen. Zou je overwegen als je nu erachter komt dat het kan? Nee, ik ben gewoon benieuwd. Kijk, hij zegt, hij zoekt op die pindasaus, maar daarom vraag ik van, kan je dat uren doorgaan? Kijk, soms als je op chickie chat en je doet het goed, ze zeggen gewoon stop. Maar bij billen is het goed te denken van, dus ga je gewoon uren door of... Billen is anders. Heb je wel eens een billen zijn knipogen naar jou? Hey, G. Ik ben klaar, man. Rabbi. Broer, nog niet, man. Rabbi. Je weet toch wanneer iets... Je weet toch wanneer iets in je oog zit. Hou op. Je blijft zoek. Dus ik knip van... Ik knip van SZTC in je oog, zeg maar. Hey, shit. Zeg maar die. Oké, luister wat je gaat doen. Je maakt het nat, toch? Je maakt, zeg maar, in die omgeving maak je het nat. En dan blaas je. Je gaat taanto knipoog krijgen. Oei. Knipoog ga je krijgen, bro. Prijs. Hey broer, ik heb zo'n tranen van lachen. Wanneer het ooit zo ver gaat komen, ik bel jullie twee op, moet jullie mijn advies geven, gaan we kijken wat die we doen.
Ik zeg je eerlijk. Oh, weird. Wow. Wow. Ik zeg jullie eerlijk, man. Okay, in het begin, toen we deze dingen. Toen we in het begin deze gesprekken bespraken. Was het zeg maar een soort van nieuw, maar nu zeg maar, loop je gewoon achter, man. Als zo'n real shit. En dan solo. Toch? Ja, solo. Je bent ook in de field. Solo werk ook bij Beter Zoet. Beter Zoet, bro. Hey. Zo. Wat, Max? Je bent daar? Beter Zoet, gewoon. Je bent daar, hè? Is jouw billen? Oh, we did! Oké. Oké, dan. Hij is wel verder, man. Hey, goddamn, man. Hij is een slag aan. Oké. Goddamn, man. Laat me iedereen laten zien, man. Kijk hier, originele motherfucker. Ja, ik ga deze laten inlijsten, man. Moet je doen, man. Hij heeft al dat houten dat bord al achter. Dus je hoeft alleen een frame te fixen en glas. Zou ik ga deze echt gewoon laten doen, hè? Ja, man. Moet je laten doen, man. Goddamn, man. Dom. Dat is originele, gewoon. Originele, ja, man. Okay. Blijf maar stunten met je Gucci polo's en zo, bro. Deze dingen zetten we in die osso. Wanneer je bij mijn osso komt, je gaat niet veel Gucci en zo zien. Oh, dit. Scarfe. En ik heb hem op mijn voet, hè, bro. I know. God damn, man. Prijs, je weet niet. Ali. Waar is met je leven? Maar je gaat me zo zien voor mij, joh. Hey, die. Arie wil niks horen. Voor de mensen thuis. Ik heb net een onderwerp gezegd. Ik heb geen creme gesmeerd vandaag. Met jou. Motherfucking scarf. Hey, G, ik moet je een cadeautje teruggeven, man. Geen stress, man. Ik ben al blij dat ik hier ben, man. Nee, ik ga. Kom sowieso. Als ik wat ik ga geven, man. Je weet dat het een gezonde relatie wordt dan, hè? Dan is het tennis, hè? Jij geeft, ik geef. En ik ga binnenkort naar Japan, dus... Oké, ik ga je voor Japan iets geven, man. Dan ga je. Ik ga 24 oktober, man. Ik heb eergisteren alles geboekt, man. Voor Japan is gek. Ja, Jandro was daar toch? Ja, Japan is dom. Mm. Kort ook. Zijn we er gaan? Ja, man. Hoe niet? Japan, China, zeker. Ja, dat is wel jonker volgens mij, hè? Mas. No, man. Volgens mij man zei dat ze jonker gerookt hebben daar, man. Ja, Japan ja. Wel, zei je. Alles, jammer, zei ik had gewoon iets plak. Je vindt overal. Je bent ook een smokkelman, dus je ziet die patronen in mensen, toch? Ik ben die nigger op airport al, ben ik aan het scannen, zeg maar. Je ziet al wie is wie. Ik zie gewoon die douane. Ik kan gewoon zeggen aan die douane van jij smokt. Pakka. Zeg maar, jou groet ik ook, zeg maar. Ken je die? Ja, je zoekt ook die nigger, zeg maar. Je zoekt die nigger in die rij van, oké, yes. Ook als ik terugkom, kijk ik ook naar die nigger met een beetje zijn haar, moet een beetje... In de war zijn en ik speel Fortnite. Oké, dat is man. Jij, Faka. Hey, wat's op, man? Waar kom je vandaan? Van je moeder. Waar kom je, man? Hey, ik heb daar zo een hekel aan als je terugkomt. Ja. Bro, ik heb daar zo een hekel aan als je terugkomt. Als je terugkomt in Nederland, mannen vragen jou gewoon, waar kom je vandaan? Van jouw moeder, man. Ik was met jouw moeder op vakantie, man. Wat is met jou? Ben je dom of zo? Ik ben veel plekken geweest, maar Cura is wel de ergste terugkomen op Schiphol van de hele. Het grappigste is, jij komt op Hato aan. Je komt maar staat gewoon, je weet toch, er staat gewoon één omoe. Letterlijk, dit is gewoon geen cap. Hè. Ik kwam daar, broeder, was één apparaat om die koffers doorheen te douwen. Stond gewoon out of order, gewoon ja, een briefje op en één omoe. Gewoon welkom. Ga maar. Welkom. Ga maar. Terugweg? Wow, yo. Terugweg staan zo, daar zitten kijken. Ze zien jouw binnenkant. Kijken naar jou zo van. Of niet meer Cura. Wat dan? Nee, maar in Nederland. In Nederland wel. Als je aankomt, dan staan we de honden, broer. Bro, als je aankomt en stiekem, hè. Dus je komt om de hoek, opeens heb je dagus. Opeens heb je dagus aan je ruiken, bro. En je moet beseffen, ik heb altijd gerookt bij het airport. Dus die dagus doet altijd bij mij, gaat die dagus zitten. Ik zeg toch gewoon, bro, ik ben verslaafd. Laat me met rust. Ik ben verslaafd. Als ik vlieg, die dagus moet zitten bij mij. Hij gaat zitten. Oh, ik ben verslaafd. Ik heb gerookt voordat ik ging vliegen. Ik ga nu ook roken. Laat me met rust. Ik ga nu weer smoken. Ik heb in Marokko heel veel met dit meegemaakt, bro. Ja. Op de airport, bro. Dus nu hadden we gewoon assie. We zijn daar lang, dus we gaan gewoon even rijden. Weet toch, naar de boer assie halen. En dan haal je gelijk veel. Dus nu ik had nog gewoon over. Weet je toch? Mm. Ik denk, weet je wat, ik laat het gewoon in die zwembroek. Nu ik sta op airport daar.
Dan halen mij er tussenuit. Broer, die hond die komt op een gegeven moment bij die koffer, broer. Shaku, Stanky Leg. Die hond gooit alle dansies eruit rondom die koffer, broer. Ik zeg jou gewoon eerlijk. Elke dansie die hij kan verzinnen. Soldier Boy, bro. Ja. Die hond begon helemaal para te worden rondom die. Hij wil bijna praten, hier bro, is hij. Ik zweer het, bro. Ja. Gewoon zo. Ja. Bro, film. Die man van die hond, hij kijkt naar die tas. Hij kijkt hoe die hond beweegt. Hij kijkt naar mij. You've been smoking, ja? Ik doe zo. Ik praat niet eens met hem, ik doe alleen zo. Hij zegt, next time you come here, 72 hours, stop smoking, wash your clothes. And now walk before you change my mind. Waka. In die koffer rennen. Waka, ja, tuurlijk. Ja, maar hij mag me niet meer zien in die wc. Ja, man. Het was in mijn kont, Neffel. Ja, man. Dacht, als hij daar gaat vinden, ja. Dat is nog een aardige blokje, zeg maar. Ja. Ik dacht, no, man. Welke plek waar jij het chill vindt om te zijn, kan je in principe geen junk of fix it. Bestaat bijna ook niet meer. Niet, ja, inderdaad. Kijk, je hebt plekken, maar dat zijn 9 van de 10 keer ook niet plekken waar je heel snel uitkomt. Precies, zonder junk. Waar wij terechtkomen, als je begrijpt wat ik bedoel. Als je met junk mensen omgaat, dan kom je op junk plekken. En plus, 9 van de 10 keer, als wij naar ergens gaan, je komt op die hype plekken toch. Als jij zeg maar naar Engeland gaat, dan kom je niet in... Je weet toch? Edinburgh. Bewijs van spreken terecht. Is dat Engeland? Of is dat... Edinburgh. Edinburgh. Zoiets, weet je, gekke plekken. Je weet toch, jij komt in Londen dan, 9 van de 10 of Manchester, waar je vindt daar wel. South London, mate. South London, bruv. 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 Bruv, we smoking in the smoke cafe. Oké, Amerikaanse top 5, man. Zo. All time gewoon. Had je al je andere top 5 gedaan? Wat was dat ook alweer? Was ik nog bezig. Nee, volgens je was mij, nog bezig. Was ik nog bezig met films nog, man. Ik moest, hoeveel moest ik nog? Nee, ik was klaar. Ik was klaar met films. Ja, ja, ja. Oké, laat me eentje vragen aan hem. Top 5 designermerken. Moeilijk, man. Hallo? Hij praat in zijn eentje. Gucci had het op eentje. Zegt, het is moeilijk. Gucci, man. Ja, altijd dan moet ik zeggen Gucci, man. Ja, nummer 1. Gucci wel, man. Ja. Nummer 2. Balenciaga. Gekke hoodies hebben hun, hè? Maar eerlijk, boer. Ja, en dan houden toch af en toe echt wel mensen gewoon echt voor de gekken. Tuurlijk, zeker, man. Je weet toch die ene tas waarmee jouw moeder mee naar markt ging? Ja, die is gek voor koop. Hij zweert met blauw, met die mooie strepen. Hij kost dus 2 euro op de markt. Die grote, grote. Barkie, maar dat is die Meijer. Weet je welke? Dan denk ik, broer, ik ga je eerlijk zeggen, bro. Als je met dat loopt, bro. Ik kan je dan, sorry, maar ik kan jou niet serieus nemen. Die verkeersregelaar Jacka, bro. Ja. Die verkeersregelaar Jacka, hij is 13 barkie. Ja. Sorry, man, broer. Maar als je die koopt, ik kan jou niet serieus. Nemen, bro. Want jij wil die Jacka niet doen, want je werkt niet doen, want je moet die Jacka halen. Ja, ja. Maar je gaat naar Credo, je haalt 16 barkie. Nee, man, niet zo, man. Bro. Sorry, maar dan kan ik jou niet serieus nemen, snap je? Heb je die? Heb je die toevallig? Nee, dat geloof ik ook niet. Maar soms ik zie hun dingen doen dat ik denk van, hey, jullie testen wel uit hoe ver die mensen willen gaan gewoon. Hij was één versleten alster. Die is gewoon dingen, broer. Die ding is gewoon versleten, bro. Dat verkopen maar die ding, is gewoon als dat die versleten is. Gek. Met die viezigheid daarop, hè. Het leek alsof we echt soms gewoon kijken van hoe ver kunnen wij gaan? Hoe ver gaan die mensen mee? En wanneer gaan ze zeggen, no man, dit is de grens. Gucci, Balenciaga. Nummer 3. Gucci, Balenciaga. Ik moet zeggen, D-Squared. Ja, toch wel? Dat was ook een merk die ik echt veel droeg, hoor. De mooiste, een van de mooiste jassen vind ik zelf, man. Een winterjassen? Ja, zeker, man. Klassiek. El Clasico. Gek. Ja, met die grote bond. Dat was die ding. Daarom zei ik, moet naar Harlem, toch? Amerika. Die niggas met die grote bond. Laten zien van, dat waren wij, zo, snap je? Ja. Dus die Discord was zeker belangrijk. Als jij uit Amerika kwam, was je in Harlem, nigga. Harlem, man, bro. Ja. Toen men met Cameron, met Cameron. Diddy in the City. Jij was met Cameron en zo. Hè? Jij was met Cameron en zo. Ja, man. Killer maar die, gewoon niet die acteur, hè? Die Elpo. Met Killer Cam, gewoon, snap je? Die was verder, ik ga even nadenken. Nee, maar die Elpo wil je niet zijn. Daarom. Maar Cameron, zeker, man. Cameron. Jewels. Joe, heel die dipset gewoon. Ja, man. Belangrijk. Flying niggas. Kom op, man. Ja. Dat is maar lachelijk voor die tijd, toch? Nog 2. Givenchy natuurlijk. Ja, maar nog eentje.
Weet je, Givenchy. I have Gucci. Balenciaga. D-Square. En ja, Givenchy. En nog eentje. Oh. Dan moet, die moet ik geven aan Throwback, snap je? G-Star. Mm, nee, maar designer, designer. Oké, okay, designer. Louis natuurlijk. Ja, Louis kan je ook niet vergeten. Ja. Maar Louis vind ik niet... Louis is gewoon zeg maar die feeling als je komt, je krijgt daar champagne en zo. Je krijgt champagne, hè? Ja. Dan houden daar echt van. Dan houden daar echt van om je nee, maar weet je, te geven. Moet je zeggen wat bij Louis is? Bij Louis heb je gewoon af en toe... Kijk, Louis is niet van, hey, die hele collectie is lit. Je moet gewoon dingen erin vinden die je lit vindt. Maar ze komen elke keer wel met iets dat je denkt van, saak. Ik heb net dit gehad. Het is bij mij is het net als... Ik had het laatst deze gesprek... Bij mij is hoe ik me voel, man. Dus laatst had ik deze gesprek over Mediamarkt en Coolblue. Dus als je zeg maar weet wat je zeg maar wil... Als je weet wat je gaat buyen, ga je naar Coolblue. Toch? Want oké, ik moet een Fona hebben. Ik zeg maar iets. Ik moet een Fona, of ik moet een Fona hebben. Dan ga je naar Coolblue. Want Coolblue gaat je uitleggen van deze Fona dit. Deze Fona dat. Deze Fona. Maar als je gewoon even wat wakker... En gewoon money wilt bossen. Gewoon kijken naar shit. Dan ga je naar Mediamarkt. Want daar zie je al die shit. Ja. Koude groot. Ik weet toch? Die mensen zijn koude dom. Die nigger werkt net 2 dagen daar, hij moet dingen, zeg maar, je weet toch, ze kunnen zeg maar, ons, ze zouden mij of jou aannemen nu en bij de computerafdeling, ik weet niks. Nee. Ramgeheugen, ik vraag die nigger hoeveel ramgeheugen. Oh meneer, je kunt even wachten, kom je even wachten, man. Je bent toch hier, je staat toch hier op die koude shit, of niet, man? En bij Coolblue, als die man zeg maar, in de buurt loopt van die stofzuiger, hij zegt tegen jou, oké, luister, deze filter. Mm-hmm. Hij gaat kolen, bro. Hij gaat kolen. 1400 watt. 1400 watt. 50 hertz. Deze zuiniger. Energielabel A. Weet ik, die mannen gaan diep met jou. Ja, ja, shout out naar Coolblue, man. Ik heb een plug bij Coolblue. Hij regelt me wel, man. Ja, shout out naar allebei, man. Ja, ook naar Mediamarkt. Ja. Gewoon voor OG. Dat is wat ik zeg, dat is ook mijn voel, man. Mm. Dat wel. Snap je? Ik zeg eerlijk, ik ga meer naar Mediamarkt, man. Ja. Coolblue is kort. Eén ding wil ik tegen iedereen zeggen die in de winkel werkt. Super leuk om foto's te maken en shit. Maar als je in een winkel werkt en je kan geen korting regelen. Maak. Ja, ja, zeg het, man. Maak geen foto's. Ik hoor je wel, nee, maar. Regel korting en dan kan je gewoon zeggen: maak foto's, man. Kom niet tegen mij en zeg: kom okay, eerst, deze, mij laten okay, eerst de volle prijs laten betalen en dan daarna te maar zeggen: maak foto. Kom je foto, man. Regel eerst korting, tenminste 10%, man. Oké, deze Amanga maakt gesponsorde bericht van die foto. Ik heb dit meegemaakt, man. Waarom? Er wordt gesponsord bericht gewoon van die foto gemaakt. Van die foto die jij gemaakt hebt? Met iemand. Ja, van een bedrijf in één keer. Ja, zeg maar, gesponsorde bericht. Dat was ook stories. Ik zeg gewoon sorry, man. Ik zeg gewoon sorry, man. Nee, man. Lijp shit. Ik zeg gewoon sorry, ze man. Ze hebben soms echt geen respect, bro. Ik was laatst in de stad, kwam ik in een winkel tegen. Best wel een toffe concept. Zo'n donkere, zo'n rasta boy. Zeg, kom naar binnen. Je weet, ik zeg, kom naar binnen. Ik zeg, papa, hard. Hij legt me uit die concept. Kom master. Oké, okay, ik heb niks aan die concept, zeg maar. Je weet toch, maar nu vraagt hij mij of ik een foto wil maken. Ik zeg hem, dat is van jou. Je weet toch, als het van jou is, maak ik gewoon een foto van jou. Ik support gewoon andere nikken, zeg maar. Je weet ja, toch. Dan was het ermee, nee, man. En hij wijst zeg maar, naar twee boys die zeg maar, echt, die ziet van deze man hebben niks te maken met die tori wat ze aan het verkopen. Ja, ja, zeggen, precies. Ik wil niet zeggen wat het is. Maar je ziet gewoon van deze man hebben niks te maken met die tori wat ze aan het verkopen zijn. Ik denk bij mezelf, van dat kan ik niet doen. Ook al zeg maar. Ja, je weet toch. Kon ik niet maken. Je hebt te hard gewerkt, zoveel jaar, om mensen misbruik te laten maken van, jou, van de kracht van jouw merk. Ja. Daar moeten mensen gewoon voor betalen, zo simpel is het, snap je? Of hij moet jouw leven makkelijker maken, broer. Als BMW bij jou komt en zegt tegen jou, hier alsjeblieft, 5 jaar, je mag een X5M elk jaar nieuwste bouwjaar rijden, je hoeft niks te betalen, want dan moet je niet moeilijk gaan doen als ze niet bij gaan leggen. Maar, je weet toch, in de meeste, bro, je weet toch, we werken te hard ook, we werken hard, bro. Ja, man. Niks kwam uit de lucht vallen. Staan we op onze streep of niet? Gucci moet ons betalen eigenlijk, man. Daarom kom ik merkloos, bro. Daarom kan ze even die band geven. Daarom kom ik merkloos. Ik ga jou eerlijk zeggen, daarom kom ik merkloos, broer. Kijk, zeg maar, hoe fly jij nu eruit ziet, jij inspireert mensen om deze polo te gaan zoeken. Zeker. Snap je wat ik bedoel? Maar Gucci stuurt jou niet die polo. En dat is die enge, zeg maar, snap je? Ik heb daar veel voor nagedacht. Hij personal shopper voor deze, fixen alles. Voor deze... Is eng. Dit was personal shopper. Was gewoon zelf makkelijk. Dat, snap je, maar ik doe er zelf ook niet zo makkelijk aan mee. Begrijp je wat ik bedoel? Alleen het is... Je weet toch, het is para. Ik probeer het zoveel mogelijk gewoon... Niet te doen. En plus, ons eigen shit, man. Ja.
Onze eigen merch, onze eigen dingen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, man. Ik ben gewoon fan geworden van mijn eigen shit. Laten we onze eigen dingen groot maken. Ik zie veel designers dragen hun eigen shit niet. Ja. Dat is raar, man. Iemand zei me dat ook van, broer. Ik voel mijn eigen merk, man. Mm-hmm. Is gek. Je probeert juist dingen te maken die jij persoonlijk zou dragen. Ja, zou dragen, wat ga ik mijn money spenderen? Gooi, en je weet, als je in die business zit, je kijkt naar Gucci, ze vragen 400-500 euro voor een t-shirt. Ja. En ik van, ja, wij maken er beter kwaliteit. En we vragen 1/10 van dat bedrag. Dus als je in die industrie zit, dan ben je ook bewuster met wat je allemaal koopt, man. Ja. Maar die vest is ook van jou? Dit is Daily Paper, mijn broek is Daily Paper. Vest is fris, man. Cap is van, man, fall winter. Bro, wat is één ding, zeg maar, wat je nog niet wist over money toen je nog geen money had en nu je money hebt, dat je denkt van, shit, dit is iets wat mensen zonder money moeten weten over money. Oeh. Ja, komt diep, hè. Ah. Deze is het. Dat is toch goed. Mag ik opnieuw je vraag? Oké, wat is iets... Ik begrijp wat is iets wat jij, zeg maar, nog niet wist over money, wat jij pas wist toen je money had, en wat mensen echt moeten weten, die mensen die nog geen money hebben, moeten weten over money? Ja, eerlijk gezegd, ik was vroeger altijd wel goed met money, man. Ik wist altijd wel, ik werkte hard, maar ik spendeerde het nooit snel. Ik heb best wel van mijn moeder geleerd om gewoon te sparen. Bijvoorbeeld, Matifai, met wie je muziek maakt, die zei bijvoorbeeld, jij vroeg aan hem, wat zou je doen met 4 ton? Hij zei, osso halen en een waggie. Maar ik denk van, wat hou je over? Ja, God, weet je, je moet juist door investeren. Ik heb ook heel lang gewacht, tot ik mijn rijbewijs heb gehaald. Want ik wist van, joh, ik wil op een bepaalde level zijn, dat ik iets kan kopen zonder dat het me erg gaat schaden, weet je. Niet van, ik spendeer al mijn money op dat. En dat zie ik bij veel mensen die te snel money pakken, dat ze ook te snel spenderen. Ja. Dus wat ik altijd zeg tegen mensen is van, als het lekker gaat, doe rustig, weet je. Blijf focussen. Ga niet afdwalen, ga niet te veel spenden. Ja. En gewoon low-key blijven. Geef je jezelf een salaris? Ja, we krijgen management fee. Ja. Dus ja, man. En gewoon, ja, stacken, goed investeren en... En natuurlijk ook leven, weet je. Als ik op vakantie ga, dan klik ik op 5-sterren hotels, weet je. Maar dat is gewoon even genieten. We werken allemaal op deze super hard, allemaal hard, toch? Dus je moet ook gewoon een beetje genieten van je leven. Ja. Maar je moet niet elke dag gaan leven alsof het je laatste dag is. Precies. Mm-hmm. Je moet ook denken aan... Morgen, maar ook gewoon... wat ze zeggen, generational wealth, toch? Ja. Ik wil ook gewoon dat mijn kinderen gewoon profijt zullen nemen van de investeringen die ik heb gemaakt, weet je? Ja. En mensen zeggen nu van, oh, verkoop je osso, je kan hem nu voor het dubbele verkopen. Maar ik zeg, no man, waarom? Als mijn kind inshallah 18 of 19 is, kan hij in die osso. Ik heb het geld nu nog niet nodig, man. Ja. Het is gewoon investeren in het essentiële. Zelfs de kunst die ik koop, het allemaal omhoog qua waarde. Ja. Mm-hmm. Weet je, tuurlijk, ik heb nu jewelry of whatever, weet je. Het is een balans. Alles draait om balans. En leef niet alsof het je laatste dag is, man. Dus dat zeg ik altijd tegen mensen. Wat is het domste dat jij gekocht hebt? Wat je zou zeggen? Van zoals ik dit terug kan brengen nu, en mijn money terug kan krijgen. Bottega schoenen, man, van 750 euro. Ze zijn nu helemaal beschadigd. Ik denk van, no, man. Dat had ik niet moeten doen. Ik dacht van, weet je, dat is weer het irritante van Dubai. en dat is, zeg kom maar, je daar en dan spendeer. Hij zegt, mos, als broer, oh, weer 7,50? Ze waren, ik vond ze heel mooi, ik keek naar het prijs. Ik zat pissie, ik zag ze eerst in Parijs. Ik was met, voor Fashion Week was ik daar. Ik zag ze, ik vind ze wel hard, maar te duur, man. Toen was ik bij de Bottega, stond bij PC Hoofdstraat. Dacht van, fuck it, man. Gewoon een beloning, maar ik zal het niet nog een keer doen. Ja. Ik vind het veel te duur, man. 7,50 voor schoenen, man. Ik draag nu Birkenstocks voor 100 euro. Ja, precies. Ik spendeer mijn dingen in, in essentiële dingen, weet je. Ja. Horloges bijvoorbeeld, tuurlijk, het is duur, maar dat is wel weer een investering. Ja, precies. Jouw geld zit daar echt in vast. Als je geen ijs erop gaat gooien, zoals prijs. Ja. Sorry? Als je geen ijs erop gaat gooien, zoals prijs. Precies. Liever niet dragen, bro. Gewoon lekker in de bank kruis. Gewoon factory halen. Flex erop. Ja. Factory, hij komt met die termen toch? Goddamn, hij voor de grote speler. Hij komt met die termen, Factory. Doe je waar, prijs. Hoor je. Vond je het gezellig vandaag? Ja, man, zeker, man. Bro. Ja?
Ik weet niet of het door die edibles komt of dat die, maar dat is gezellig, maar zeker, man. Wat ga ik vragen aan Rabbi, man? Je top 5. Rabbi is offline, nigger ook. Wat ga ik vragen aan Rabbi, man? Hij heeft Antilliaanse vrouw, laat me dat niet vragen. Nee, ik kan alles gewoon vragen. Ja, top 5 restaurants. Top 5 restaurants. Jij bent van Fly, jij bent op Fly gaan. Groot sushi. Ja, ik zeg eerlijk, man. Sowieso Gauchos gaat kwijt. Bro, Gauchos heb ik buikpijn altijd, man. Hoe dan? Ja? Kan je niet tegen kruiden en zo? Maar ik heb die gevoel, niet elke Gauchos is dezelfde die Gauchos. Die Gauchos die daar zo toch? Gewoon... Rotterdam. Ja, toch? Nee, Roffa. Die golf, voor Wilhelmina, als je bij Wilhelminabrug op gaat, moet je zeg maar daar die afslag nemen. Ga die kijken een keertje. Even kijken, restaurants. Dus ik ben ook echt geen moeilijke eter, man. Vraag deze man, Sultan, ik kan gewoon elke dag naar Sultan gaan bij Zuidplein. Ja? Ja, man. Zuidplein? Ja, man. Gek. Elke dag lamskoteletten met patat en rijst. Gek. Even kijken. King Fu ook helemaal kapot gemaakt. Zo'n nigger ben ik gewoon. Chino. Snap je? Oh, je wat beker voor mij. Ik wou je ook box geven voor die Chino, want je bent een koude anti. Ja, man, nee, King Fu. Je kan geen Chino eten. Ik wou een box geven voor die Chino ook, want die man kan geen Chino eten en geen billen. Maar wat is je wave bij die Chino dan? Bij die Antilliaanse Chino, wat eet je? Chicken a la parrilla. Ja. Saté con patata. Nee, maar ik zeg je eerlijk, broer. Maar kip, saté. Ik fox met chicharron, man. Chicharron? Bro, chicharron. Chicharron is levensgevaarlijk. Heb je roast chicken wel eens genomen? Ja. Nee, maar roast chicken? Ja. Maar roast chicken is een probleem. Hoor, die maar jij praat nu, dat is stukje pas. Chicken cutlet. Ja, dat is ook, bij vaak die Chinezen hebben het ook. Ja, chicken cutlet is ook goed. Maar nee, bro, we kunnen chillen, man. Sowieso 100, bro. We kunnen chillen, bro. We hadden een driver daar in Cura. Tyrone. Grote nigger. Bro, boos. Als hij zijn grote nigger, dan hoe groot is die nigger? Bro, ik denk G-Mang naast hem. Ik denk G-Mang naast hem en hij was nog getraind, zeg maar. Kaal. Nu, wij eten bij die Truckie Pan. Wij eten 1 keer bij die Truckie Pan, 2 keer. Iedereen, je bent de eerste dag, tweede dag daar toch. Dus je probeert een paar verschillende, dingen toch. Deze man, vleugels. Hij zegt kip. Alleen kip. Ik zeg nu, bro, tegen hem, waarom eet je niet... Waarom is je niet sperrips of zo een keertje? Ja. Hij zegt tegen mij, bro, wanneer ik ziek heb, ik weet 100% zeker is kip. Je weet toch van, nu voor al die andere dingen wat jij bestelt. Jij eet sperrips, bro, je komt misschien van paard. Ja. Snap je? Op die tip van, broer, alleen kip. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Broer, we waren er 6 dagen. Ik heb die man misschien 10 keer bij Truckie Pan gewoon... Kip. Mag jij? Dat is Kela ook. Kela was tata en pindasaus, kip. Kela komt naar Nederland. Kela Kizzy. Hij komt naar Nederland. Die man, zijn eerste wat hij bestelt in McDonald's is Big Mac. Die man heeft nog nooit in zijn leven iets anders besteld. Nog nooit in zijn leven heeft die man iets anders besteld dan gewoon Big Mac. Mac menu klaar. Bro, Big Mac menu. En hij zegt ook die Fanta zoet. Zoet, maar wat is dit? Maar denk je, is het uit gewoonte? Of gewoon van, je weet toch, geen teleurstelling? Want bijvoorbeeld in restaurants gewoonte, ben je gewoonte, een guy van geen, als je weet, geen teleurstelling, lekker. Geen teleurstelling. Ja, toch, precies. Ja. Dat heb ik ook wel soms. Als ik echt honger heb, maak ik veilige keus. Ik hoop dat niemand dit verkeerd begrijpt, zeg maar. Maar weet je waar ik heel veel van leer? Van zeg maar, wanneer je bent met mensen die zeg maar minder dan jou hebben. En je zegt tegen hun. En je bent bijvoorbeeld bij een Truckie Pan op Curaçao. Ja. En je zegt tegen iemand van, oké, dat is wang. Ik betaal. Bestel maar wat je wilt. En zeg maar, De persoon. Twee? Ja. De persoon die kip bestelt. Is zeg maar een type nigger, ik ga niet zeggen wat voor nigger. En de persoon die motherfucking garnalen of karko of steak ik voel zeg maar bestelt, is ook weer een type nigger. C-less, ja, 100%. En het is niet, zeg maar, het is allebei niet fout, of het is allebei niet goed, het is allebei zeg maar goed fout op een bepaalde manier, zeg maar, want allebei hebben zeg maar goede kanten en zeg maar, begrijp wat ik bedoel? Want zeg maar iemand die zeg maar kip bestelt, zeg maar, is een beetje misschien, kan nog steeds zeg maar een gierige nigger zijn, maar die denkt van, no, ik ga nu niet gierig zijn.
laat me gewoon die kip vragen. Mm-hmm. Maar iemand die zeg maar weer die steak vraagt, hoeft niet per se gierig te zijn van, joh, hij vraagt nu steak. Misschien eet hij altijd steak. Ja, precies. Begrijp wat ik bedoel? Misschien spaart hij altijd zeg maar om die steak te komen halen. Dus hij komt nu van, ik neem ook weer steak. Of begrijp, whatever. Dus het is niet zeg maar goed, maar ik vind het leuk zeg maar om daarmee te kunnen. Zeg maar net zo'n andere hele kort. Jullie hebben nog heel, we hebben nog heel kort, ja, anderhalf minuut. Je mag kiezen 4 talen of 4 diploma's. Wat kies je? 4 talen, man. 100, 4 talen, ja. 4 talen. 4 talen. We zeggen allemaal hetzelfde, maar 4 talen, man. Oké, okay, ja. Easy, man. Dat zou ik ook zeggen. Diploma heb je ook. Ja. Dat zegt ook heel veel zeg maar, over wat voor type guy je bent. Van als man, laat mij gewoon praten, ik fix wel waar ik. Ja, man. Ik fix wel wat. Als ik kan takkie, kan ik fixen. En er zijn andere maar mensen, zeg maar. En zijn, ja, zijn ook mensen. Ook, iedereen weet van, deze guy, iets moet geregeld worden. Eén keer, broer. Maar we kwamen bij Future's dingen. Future was in Heineken. Van die tijd. Dus we kwamen van studio, we hadden een sessie in Amsterdam. Dus iedereen zegt Future. Iedereen weet toch, wij luisteren altijd naar Future, dus wij moeten daar zijn. Op een gegeven moment komen we daar, ah, maar we hebben niks geregeld. We hebben niet gebaard. Normaal, als je van tevoren baard wordt geregeld, ja. Komen daar aan. Die man zegt, wat, wie zijn jullie? En dit was het begin, hè? Wie zijn jullie? Niet begin, maar gewoon toen een beetje al lip. Ja. Dat ik bambo die man. Ik zeg, bro, Future heeft ons uitgenodigd. Dus, okay. Man, en besef, ik plus Anang is misschien Donnie man, 12 oh, man. Broer. Die hebben we iedereen binnen gelopen. Iedereen, VIP. Broer, we zijn daar met z'n allen. Kijk, Future, kijk. Iedereen kijkt van, hoe heeft deze guy dit laten lukken, broer? Kijk. Ja, man. Uitverkocht. Mooie toch, manier kijk. Om af te sluiten, man. Mensen zijn mee hier zo paniek aan het maken. Fuck Solo, fuck Neldrik. Fuck Nidal ook vandaag. Op de kooien. Alleen maar love, alleen maar liefde. Maas dat jullie hebben gekeken naar de motherfucking nieuwe aflevering van motherfucking Rookworst. Meneer Appie is naar buiten gegaan, Waggy geparkeerd, teruggezet, Waggy gebost. Dat is niet erg. Ja? We fixen die ja, Waggy. Ik heb een lekker band, man. Bye, ook een lekker band. Bro, nieuwe velgen, wrappen. Ik heb vorige week ook schade gereden, man. Ja, man. Hoort erbij. Gelijk nieuwe kleur, velgen. Gelijk wrap ga ik gooien. Ik moet eerst 2 weken wachten voor die kleur. Ah. Gaan we gelijk gek op rap gooien, ik moet de kooi op die motherfuckers. Kan je wachten op de onthulling? Boos. We zijn boos. Rare kleur. Wat zal ik, welke kleur zal ik gooien? Oranje. Ik ga oranje gooien, denk ik, man. Is voor de zomer, wat je voor de zomer moet doen. Dan. Rare oranje ga ik gooien, man. Rare mat oranje, raar. Goede. Alleen maar love, man. Rabbi. Lobby, man, pa. Tof dat je nog even hebt kunnen zitten aan de tafel. Ik snap dat je niet overal wil zitten. mensen willen John van de Heuvel wil met jou praten en zo. Rabbi Rex in the motherfucking building, king size. Love, shout out naar Mo was niet meer teruggekomen, man. Hij is in de buurt, denk ik. Hij is in de buurt. Shout out naar motherfucking Mo ook. Hij is ook in de building. Alleen maar love, alleen maar liefde. Ik zeg dat naar jou. Ik zie je snel weer, neef. Er komt echt veel uit. Ja, man. Veel dingen gaan eraan komen. Dus ik als je een keertje wil rappen met niggas die zeg maar terugklappen kunnen geven, laat me weten gewoon. Je durft niet. Eerst stuur ik Roeks. Precies dat. Daar hoor je het al. Eerst stuur ik Kroeks. Laat me Kroeks. Dat je weet van oké, dat is van. Daar hoor je het al. Anders komt het te erg. Broer, oké, wacht. Weet je wat? Wil je eerst mee? Breng ook nog jouw andere brother. Nee. Eesh. Ik hou van jullie, maar ik durf het aan. Bro. Bro, ik weet je kan rappen. Maar je weet zeg van ons. Niks meer. Je weet van ons ook. Ik weet, 100. Wij snappen elkaar. 100. Prijs. Yeah. Shout out naar jou, man. Prime time. Bro, je bent stoned, man. Wie stoned, man? Kom een keertje nuchter. Nee, ik ga dus overal. Die is vies. Die laatste. Ik geloof hier bijna bij. Hey, je bent stoned. Dacht ik van saag. Ze zegt, hey, kom een beetje. No, man, bro. Niet zo, toch? Ik moet nog een keer terugkomen als je nuchter bent, gewoon. Want... I know. Dat is die second. We gaan die dingen regelen, toch? Talk City, we gaan het regelen. Ja, gaan zijn daar? Ik heb gezegd, we gaan het regelen. Zullen we hem gehoord? Gaan praten? Zeg maar, man, thee, toch? Ze willen het, ze vragen ja, het. Je moet niet gaan smoken en snoepjes gaan doen tijdens Talk City. Doe daar niet aan, man. Doe dit, is goed zo. Was gewoon even voor de... Vond je gezellig? Ja, man. Vond je het leuk? Was het zoals je had verwacht? Ja, ik zeg erger, man. Ik had minder verwacht zelfs, maar ik ga je eerlijk zeggen, ik heb dit onderschat, man, broer. Maar gezellig, toch? It's all love, ja, man. 100%, man, broer. Deens. Ja, man. Je vond het tof? Jawel, man. Doe een shout-out naar je nigger die loser is. Ja, man. Shout-out naar Siggy, man. Ik hoop dat niks raars gebeurt met hem is, man, bro. Alleen maar love, alleen maar liefde, bro. Als je ons hulp nodig hebt,
We zijn er voor jou. We komen met alle motherfucking rookworstkijkers naar jou. Osso, we helpen jou. Als je opnieuw moet behangen. Als je vrouwtje boos is, whatever. We komen met z'n allen liedjes zingen voor haar. Met 30 douze... Nee man, bijna 5 ton mensen kijken naar dit man. Ja, we komen met 500.000 mensen. Komen we gewoon naar jou. Osso, gaan we zingen voor jou. Er zijn vast wel een paar niggas die gitaar kunnen spelen. Yes. Toch? Ja, maar ik vond het gezellig, man. Vond je het gezellig ook? Ja, man. Shout-out naar Zandvoort. Ik heb me gewoon koest gehouden. Ja, gewoon relax. Het wordt ook gek. Ja. Nee, maar kom goed, maar volgende keer ga ik je opfokken. Nu ben je, zeg maar, nu is gewoon, zeg maar, de... Je weet toch? Nu ben je gewoon... Introductie. Juist. Volgende keer ga je die introductie. Solo, tief op, man, bro. Wat denk je, mantje? Je bepaalt helemaal niks, man, bro. Solo bepaalt niks in deze motherfucker, mantje. Meneer Appie. Was gezellig, man. Shout out naar jou. Dynamiek van verschillende mensen. Ja, toch? We hebben mensen verward kennelijk met kunst. Ja. Maar ik vond het hard, man. Thanks. Je moet nog een keer komen, man, bro. Ja, zeker, man. Jij bent een van de guys die, zeg maar, gewoon vaker moet komen en, zeg maar, jouw wisdom moet komen delen. Jongen, nodig me uit. Ik ben er, man. Master, man. Als ik niet in het land ben, dan fix ik het wel. Misschien moeten wij een keertje iets doen voor rookworst met over collectibles, man. Een item. Hey. Misschien moeten we dat een keer doen. Je moet nog steeds langs mijn osso komen, man. Ja, man, G. House like a museum. Ja, man. Ja, misschien moeten we vanaf vandaag doen, man. Rookworst, kijkers. Ariel, je back. Ik moet gewoon rijden. Zeggen waar ik rij. Gewoon waar ik... Ik moet gewoon gaan rijden waar ik zeg. Ik moet gewoon rijden waar ik zeg. Dat wel. Je hebt hem wel goed gezegd deze dagen met iets. Ik heb een nieuwe bagga, bro. Hij heeft een nieuwe bagga. Louis bagga, man. Laten we nog een keer geluid maken van Ariel zijn nieuwe bagga, man. Ari. Goed gedaan, Ari. Goed nieuwe bagger van motherfucking Ari. Maat Max in de motherfucking back. Meneer Haiki. Libanees, Ghanese. In de motherfucking building. Vechter. Vergeet nooit je plug. Vergeet nooit je plug. Vergeet hem nooit. Nee, man. Je niet meer? Nee, man. Kom terug, man, bro. Vecht, man. Sla een paar niggas de tyfus, man, bro. Nee, man. Ja, man. Patje in de motherfucking building. Patje van Diggelen. Meneer Neldrik. Meneer Nidal. Meneer Daisy. Alleen maar love, alleen maar liefde, alleen maar, weet je toch? Tjalla!